Hallo Brent, Snuifduif, Brendoes en mee Danny. Sam en Danny. Hallo. Sam en Danny en Zilver Snippetuif, Jossi. Ja, hallo Collemans. Hallo Talita. Hallo you, Technoboy. Flootje! Yeah! Bam, bam, bam! Welkom allemaal bij de stream. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag een nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe tijden om te chansen. Hartstikke vet, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Ik stop een stekker in mijn neus. Zo, ik ben weer opgeladen. Let's go! We kunnen er tegenaan. We gaan vandaag Farming Simulator een nieuwe map doen. Ja, ja. Nieuw seizoen. Maak jullie borsten nat. Nee, ik ga het niet doen trouwens. Dat vind ik niet leuk. Maar, het wordt hartstikke leuk. We hebben een vette map met goldmines erin. Uiteraard, kijkers kunnen straks ook weer joinen. We gaan heel even een beetje een idee maken. Geen windmolens. Legit money. We moeten bemesten, we moeten van alles. Dus het wordt echt moeilijk. Het is nu echt gewoon hardcore vibes. All night long. Kippenlong. Maar ik hoop dat jullie weekend een beetje lekker was, jongens. Want dat zou fijn zijn. Hehe. Goeiedag allemaal, heren. Welkom bij de stream. Hallo Colin, Pippin, hallo. Nog een Colin. Er zijn 2 Collins vandaag. Gezellig. Of zijn er 3 Collins? Chat, hoe is het ermee? Marco Polo. Hallo, hallo. Hallo, jongens. Hallo. Hallo. Hey, hebben jullie er zin in? Ja. Het nieuw seizoen Farming Simulator. Oh boy, let's get in the game. Ja, ja, Brendoes. Nice, klaar met de barbecue. Lekker, man. Lekker genieten dus. Ja, het is top weer natuurlijk. Met mij gaat het goed. Gaat het met jullie, Mark en Rob? Ja, prima. Lekker. Genoten van het mooie weer, hè? Ja, dat ook. Dat is goed, dat klinkt lekker. Goedenavond Wesley, yo man. Dit is de nieuwe map. Dit is een goldmine bewijs voor we trouwens zeker weten. En het is vet. Het is echt een totaal andere map, Rob. Ja, hij is mooi, hè? Tante Rob. Hij is heel op. Mooi, hè? En dat is Marky. Ja, ja. En wacht nog heel even kopen en zo, Brendoes. We gaan eerst even een beetje kijken wat we allemaal gaan doen. Hij kan niet kopen, hij zit nog niet in dingen. We hebben hier een mine, we hebben hier een mine. Hier zit een goldmine ergens verstopt. Daar zo. Hier woont Mark. Ja, hier beginnen we. La 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 la. Gehaktbal. Er staat een geel autootje. Sorry, dat was een auto. Een lulse Mark heeft alweer gekocht, ja hoor. Dit hebben wij gekocht. We gaan hier beginnen, jongens. 3031. Hartstikke mooie plek om te beginnen. Bij de trein. Hier zit een goldmine. Daar gaan we voor sparen. Eerst beginnen we even met een akkertje. En dan kunnen we zo, bam, door naar de goldmine. Dan gaan we goud minen. Dan kunnen we misschien ook nog limestone minen. Dirt minen hebben we ook bij in de hoek. Dus dit is een beetje ons hoekje. Hier heb je vet eiland als je van bomen houdt. Brandweer, hey. Mark gaat hier beginnen. Met zijn veldjes. Zullen we eens even bij Mark zijn basis kijken? Ja, is goed. Ja, dat zit hier ergens, toch? Even kijken, even een beetje gevoelen hoe groot die velden nou zijn. Er is geen modlist, nee. Nee, join de Discord. Voor al uw vragen. Oh ja, en deze keer staan ook onkruid, keien en alles staat aan. Alles staat aan, we hebben nu echt hardcore gewoon. Hugo, dankjewel voor je 20 maanden sub, jongen. Ik ga meteen weer weg om te werken. Misschien tot later vanavond. Werks, jongen, zet hem op. Succes, jongen. Voor de reden die al meespeelt in de server... Geen windmolens. Of geen windmolens. Nee, geen windmolens dit keer, jongens. Oeh, boy. Ik kan niet crossplay. Dit zijn mods. Mark, we gaan nu naar jouw veldjes kijken. Maar holy shit, jij hebt al mooie veldjes, man. Eentje. Ik dacht dat het dus heel klein was. Ja, ik ook. Mark, spring niet voor de trein. Gaat sowieso gebeuren. Wat heb je hier zo? Aardappels. First date 69. Aardappeltjes. Ja, la. Maar dat is groot. Lekkere haver. Kan ik opnieuw doen al? Ja, dan kun je alweer even daar opnieuw doen. Mark Gamer, dankjewel voor je 9 maanden sub. Thank you so much voor je Prime subpie. Hey, Hippocromo. Hierbij de groetjes van Fenna Dielke, Belg en Marijn. Thank you so much, man. Groetjes terug en dankjewel voor je support. Wat is dit? Lekker bezig. Oh nee, niet weer suikerbieten. Goedenavond. Veldkoop. Ja, suikerbietjes, Mark. Lekker hoor. Heerlijk. En wij wonen meer die kant op. Man, wat een map is dit, joh. Ik dacht dat het een kleinere map was, Rob. Ja, sorry. Het is een joekel van de map weer, jongens. Niet te geloven. Die laatste optie. Mooi, goedenavond, Rutger. Welkom bij de stream. Kweken, klappen, Niels. Yo, man. Ah, kijk, Mark. De stenen liggen al lekker klaar. Gerst ook. Jullie gesteken. Ja, liggen lekker allemaal stenen. Daar kun je mee spelen, met die stenen. Vind je het leuk om met steentjes te spelen, Mark? Nee. Ben je wel blij met de server zo, Mark? Oh, ja hoor. Laten we een keertje opnieuw beginnen. Ook leuk. Ja, leuk. Nou, Rob. Oh, gelukkig.
Wij hebben een terreintje gekocht hier. 3031, daar beginnen wij mee. De shop is hier. Dus dat is goed te doen. Ja, daar. En ja, laten we gewoon allemaal een beetje kijken. Want Mark gaat hier bijvoorbeeld ook gold minen. Je kunt ook gewoon dit grond kopen, zo'n stuk. En zeggen van, ik ga daar zelf een veld maken. Dus so you know. Het is allemaal wat hobbeliger, berger en dat is moeilijk. Dus dat is very, very nice. Ik ben benieuwd. Wij moeten even een trekkertje kopen, denk ik, Rob. Maar de shop is natuurlijk ook helemaal aangepast. Ja, er zijn wat meer... We hebben machines, jongens. Holy shit, dikke shovel. Oh ja, kak. Motorstart. Mining. Oh man, dikke graafmachine. Dit is vet, jongens. Dit is vet. Oh, oké. Okay, een barge. Ja, dat is een bootje. Daar kun je je spullen op vervoeren, maar... Hij is Wel. Bijna niet nodig, denk ik. Nee. Nou, vrachtwagentjes, hartstikke leuk. Hebben we hier nog verder wat meer? Of valt me nog mee hoeveel er nieuw is, toch? Nee, het zijn een paar graafmachines die nieuw zijn. Oh ja. Ik ben benieuwd hoe dit werken gaat, jongen. Ja, ik ook. Vet, jongen. Je hebt zo'n dikke, vette dumper. Ja. Ah, dit is hard, jongens. Dit is vet. Loop je zo'n race in GTA, hè? Ja, we gaan een dumper race houden binnenkort, dat weet ik wel zeker. Maar wat gaan we kopen en waar gaan we mee beginnen, Rob? We moeten even een plan van aanpak hebben, want we moeten dit echt slim aanpakken. We moeten eerst eens kijken wat we op het veld hebben staan, denk ik. Ja, we moeten eerst even simpel beginnen. Ja, je wil kijken wat op het veld staat? Ja, maar dan kunnen we als het goed is op de map zien. Ja. Mais, denk ik. Het is oranje. Mais of zonnebloemen? Het ziet eruit als mais. Of haver. Nee, haver is bruin. Hè. Kijk maar bij Mark. Oh ja. Daarnaast is haver misschien. Ja, dat zou goed kunnen. Linda is erbij. Maximke, thank you so much for your gifted sub, jongen. Thank you very much. Welkom bij de stream. Je mic staat zacht. Wat? Nou, ik weet het niet, maar dan staat jouw muziek denk ik zacht. Of Rob staat keihard, maar... Als het goed is, staat hij goed, hoor. Nee, ik zie hem helemaal het rood ingaan als ik hard praat. Dit is goed. Ik ben jaar gefeliciteerd. Stef van de Butte. Gehaktbal. Stef van de Butte, thank you so much voor je 20 maanden sub alweer, man. Thanks. Hoe ben jij daarop? Als je op de kaart gaat... Ja. En je gaat naar dat links van Oh! Oh, dat is top. Via de trein kunnen we er komen. Ja. Nou, dit is ons veld. Zo, we hebben wel een uitzicht op die berg, hé. Tarwe. Donders. Ja, nee, tarwe, dat meen je niet. Ja, en het andere veld is een eind weg. Ja, dat is een eindje lopen. Man, oh man. Maar dankjewel Stef van de Butte en Danny Feyenoord, dankjewel voor je 10 maanden. Goedenavond vanuit het zo mooie Rotterdam. Hey, goedenavond man. Vanuit het hier, het prachtige weer. Kijk dan, hier Amerika. We're all living in America. It's wunderbar. Oké. Nice. Een best veld. Ik heb een geluid harder dan normaal bij stream. Oké. Ik heb niks veranderd. La la la. Gehaktbal. Hype Train, thank you so much. Jacco Speedracer voor de 19 maanden sub. Hey Chromo, ik ben er ook alweer 19 maandjes bij. Holy krentenbollen. Haver. Ja, ik wil eigenlijk geen haver of tarwe meer. Jij wel? Nee. Dus laten we gewoon eroverheen bonjouren, toch? Laten we gewoon bij zo'n package kijken. Olijven gaan we niet doen. Suikerbiet hadden we toen, dat was oké. Okay. Dat ging wel redelijk leuk. Even kijken, dat is suikerriet. Aardappelen, wat moeten we voor aardappelen kopen? Dat zou ook nog kunnen. Heb je niet heel veel nodig, zullen we maar zeggen. Nee. Suikerbieten hebben we ook niet heel veel nodig. Maar als we dan een groter apparaat kopen, ja, is misschien beter. Dat we met suikerbieten beginnen. Ja, suikerbieten, één veld of een half veld. Één groot veld, denk ik. Ja. Ja, we pakken gewoon suikerbieten. We knallen even één veld nu. We moeten gewoon nu opbouwen, weet je wel. Dus suikerbietjes gaan we doen. Alleen dan moeten we even kijken. We moeten een trekker kopen. Laten we dan gewoon meteen een middelmatige trekker kopen. Ja.
We hebben de vent gedaan in de vorige server. Ik vind dat we nu over moeten stappen op John Deere of zo. Ja, eens even kijken hoe dat rijdt. Ja. Ik heb hier een John Deere. 233.000. Zou ik die gaan kopen? Ja. Oké, okay, die kopen. Ja, gehaktbal. En dan koop ik er nu nog één. Maar dan wat kleinere. Ja, gehaktbal. Ik ga hem niet te klein halen. Dat is niet handig eigenlijk. De 190 pk. Kan ik hem nog verbeteren? Dat ik hem even sneller maak. Gewoon vette bling bling. Ik zou er nog geen GPS op zetten. Dat is een beetje zonde, denk ik. Nee, dat hoef ik er niet op hebben eigenlijk. Nee, maar. Bredere banden. Zo, dat is wel harde kaas. Maar dat is... Het motorvermogen kun je niet aanpassen, hè? Niet bij allemaal, denk ik. Nee, ja, ik wil niet zo'n oude meuker hebben eigenlijk. Dat is ook weer zo wat, hè? Zo'n oude plop. Ja, zo'n oude plop dingen. We moeten John Deere halen. Het is John Deere vandaag. Nigel, welkom. The Shadow, welkom. En dan hebben jullie te danken aan Michael Doorsma. Michael, thank you so much for your support, man. Dankjewel voor je gift subs. Heel erg bedankt. Thanks. Ik ga gewoon kijken trouwens bij kleine trekkers. Dat kan ook gewoon. En dan scrollen we gewoon naar een John Deertje die 140 pk... Nee, dat is gewoon te weinig. Kan gewoon niet, Rob. Niet? Nou, zal ik dan gewoon niet met 190 pk doen? Gewoon een oud John Deertje? Ja, gewoon oud beginnen. Hè? Oud beginnen, let's go. Doen we gewoon. En dan hebben we al als allereerst even nodig, als ik in die box kijk, bij suikerbieten. Ja, een ploeg hebben we sowieso nodig, denk ik. Het moet een cultivator. Even kijken hoor, het moet volgens mij... Ja. Er staat onkruid klein moet geploegd worden. Dus er moet inderdaad geploegd en gecultiveerd worden waarschijnlijk. Ja, ik heb hier een cultivator. En wat zit hierop? Extra tank om capaciteit van je gereedschap vergroten. Oké, dat is wel makkelijk op zich. Wat is dit? Een planter. Speciaal type zaaimachine wordt gebruikt voor gewassen mais, zonnebloemen, sojabonen. Oké. Dat zo kan geen kwaad. Oogmachine, graaf suikerbieten uit de grond. Dus die hebben we sowieso nodig. Dan moeten we eerst even dat blad verwijderen. Ja, dat snap ik. Dus daar hebben we gewoon een sterke trekker voor nodig voor deze machine. Ja, laat ik deze gewoon kopen dan. Dan beginnen we gewoon zo, toch? Yep. Oké, thank you. En die kopen we ook. Ik weet dat je hebt grotere machines. Daar gaan we gewoon voor sparen. Komt goed. We hebben de tijd, jongens. It's all good. Ik koop gewoon wat hier staat, ja Rob? Ja, prima. Dan heb je in ieder geval een startpakket. Ja, dan, hebben we gewoon, dan kopen we gewoon het hele startpakket. La 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 gehaktbal. Hoppa, oké, top. En wat zaad hebben we nodig, hè? Kunnen we meteen vullen daar zo. Dan kijken we eerst wel even hoe vol die kan. Of we kunnen ook zo'n silootje halen meteen. Zo'n koopsilo. Ja. Maar we moeten eerst even bepalen hoe onze velden gaan indelen. Als ik op de kaart kijk... aangezien we naar deze goldmine willen gaan in de toekomst, jongens... is het slim om een beetje aan die kant te wonen. Dus wat dacht je van links bovenin bij 30? Dus deze kant op? Ja. Dat we daar onze boerderij beginnen? Ja, prima. Oké. Gaan we daar eens even kijken. Naast het veld bouwen we gewoon even een klein dingetje. We moeten ergens beginnen, weet je, want dat is ook gewoon hoe het is. It's Medani, hello, thank you very much voor je 2 maanden sub. De eerste keer gekregen van iemand en nu zelf betalen. Thank you so much voor je support, jongen, dankjewel. En top dat je er nog altijd bent. Gezellig, leuk, nice. Voor de mensen die net nieuw inschakelen, we hebben een nieuwe map. We gaan helemaal nieuw doen. We gaan nu gold mines doen met shovels rijden en al dat soort dingen. We hebben allemaal mods geïnstalleerd, dankzij Rob. Dus doe even een handje in de chat voor Rob. En dat wordt gaaf. We gaan leuke dingen doen. Mark, jij bent al lekker bezig? Ik ben even voertuigen aan het aanschaffen die ik nodig heb. Goed bezig. Ja, wij hebben nu dit, bijvoorbeeld onkruid aanstaan, stenen, al die troep. Dus we moeten nu echt wel wat werk verrichten, zeg maar. Ja, lastig. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Oh, wacht, Rob. Ja? Ik zit nu te denken, we kunnen beter boven 31 gaan bouwen. Daar hebben we een heel stuk grond. Waar jij staat, zeg maar. Oh, dat zo, inderdaad. Want dan verkloten we het veld niet. Dan houden we de velden gewoon mooi, weet je wel. Top, Rob! Ja, dat is een best stuk inderdaad, dus. Ja, dan zetten we daar gewoon de dingen neer. Even snel, ja. Makkelijk. Hé, hey, De deut. Ja hoor, dankjewel voor je 2 maanden sub. Let's go, boerinnen gaan weer aan de slag. Ben 28, heb nu ook een kleine van 9.
en een half maand. Nice. Lachen, man. Lekker bezig. Stront, scheid en kak. Lekker. Altijd leuk. Dat is fantastisch. Thanks voor je sub, man. Nou, op naar de plek toe en beginnen maar. Oh, yeah. En dan kunnen we zo meteen hier wel zo'n silootje plaatsen. We hebben nog 500.000. We moeten zuinig zijn natuurlijk. Ja. We hebben geen 12 miljoen. Nee. En de windmolens gaan we niet doen dit keer, jongens. Dus we got big problems. And I cannot lie. Silo? Welke silo hebben we nodig, Rob? Zo'n koopsilootje, hè? Ja, welke was dat ook alweer? Zo'n small silootje. Silo extension large? Nee, dat is het niet. Nee, het was... Voor productie... mij was het... was het die... Voor mij was het die... Olie? Hebben jullie trouwens al een voorladertje gekocht voor je pallets? Nee, we gaan hier... Dat zitten we nu net te bespreken. Moet je even bij container kijken? Bij gebouwen? Bouwen, container... En dan heb je daar een erg buying station. Ja, ik heb het. Ja, hè? Wacht even hoor. Wat? Niet die. Nee, oké. Okay. Die andere van 60. Die, oh ja, van daarna. 16.000. Nee. Huh? Je hebt van 67 hebt... opslagplaats. Eén na laatste. Eén na laatste in het hele lijstje. De één na laatste is een RGX buy station. Voor mij is dat ook... Oh nee, meststoffen alleen. Ja. Maar die ene hadden we toch toen ook? Buying die... station. Nee, ja, is een andere niet, dit. Niet die van 10. Die van 16 hadden wij. Deze lijkt er zeker op die we toen hadden, maar... Dat is die van 16? Je kunt deze dingen met verschillende producten ver... Ja, die hadden we. Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, ik zet hem gewoon hier neer en dan verplaatsen we hem later wel weer, toch? Ja. Zo, simpel. Oh. Kunnen we hier ons shit doen, hatsflats. Nou, Rob. Nou. Super start eerst je motor. Wat is dit dan weer? Oh ja, je moet op enter drukken. Dat heeft je aanzit. Oh. Ja, want dan moet je, nou, als je straks gaat minen en je wil iets laten draaien. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dan is het... Ik ga eventjes eerst... Deze moet ik voorop aankoppelen, toch? Die is... Ja, denk het wel. Achter... Die nemen we meteen mee. Is die niet voorop, deze? Nou... Ja, hij zit eraan, Rob. Oh. Hatseflats. Moeten we wel een paar keer rijden, zie ik al. Want we hebben wat zooi wat mee moet. Hoppa, kijk eens even aan. Koppelen allemaal even lekker aan. Looking good, jongens. Dit ziet er gewoon beter uit. Toekomstgamer, dankjewel voor je 16 maanden sub, jongen. Thank you so much, deze voor jou. Ja, dat vind je leuk, hè? Hey Rob, boer. Hey. Hoe is het, jongen? Lekker, lekker. Je kunt lekker. Meteen de zaden even vullen. Als je die bak voorop doet, ik hoop dat er kan op die trekken. Anders heb ik nog een voorladertje, dat kan ik je helpen. Als goed kun je die eraan koppelen. En dan kun je die zaden daarin bonken. Ja. Dat is toch mooi, jongens. Kijk nou eens, mooi aan het water hier. Kun je zo de markt het water in rijden. Dat is toch fantastisch? Ik bedoel, ik kan ook niet het water in rijden. Even kijken, deze John Deere kan ik wel even het water in duwen, hoor, niet? Nee, die is niet van mij. Oh, die is niet van jou? Nee, ik heb die van mij al. Is die van ons, Rob? Nee. Nee. Die is van Brendoef, denk ik. Kwekerklapper. Ja, nou, die is van Brendoef. Die is van Brendoef, dus nee, die heet nu Kwekerklapper. Ja, hoe zit het met de mods? Zelf gedownload of bij de map inbegrepen? Rob? Het zijn mods die zaten wel bij de map in. Er zijn een paar aangepast. Een paar aangepast hoor ik hier. Maar that's it, zeg maar. That's it hoor ik hier net. Ja, ik praat ook gewoon Rob nou, hè? Ja, gewoon na. Ik ben ook maar een mens. Maar wel vet, jongens. Weer opnieuw beginnen. We hebben nu dus windmolens uitstaan. Of ja, die staan niet uit, maar die gaan we niet bouwen. Dus no cheats. Nee. Vandaag alles helemaal legit. Oh yeah. Hoe heet de map? Joekel. Joekel. Dit is de Joekel map. Ja, de Joekel. Ik moet even op de map kijken waar ik nu ben, want ik weet helemaal niet hoe ik rij. Oh, ik rij via links. Je kunt beter via rechts gaan, zie ik al wel. Maar goed, een klein beetje de map verkennen waar we overheen rijden. Is wel leuk. Tot nu toe ziet het er allemaal goed uit. I like it. Very nice. Joekel Doeres map. Dit is een Joekel map. Dus dan weten jullie het vast. Ik zal het even in de chat zetten hoe die heet. Deze.
Hoezo geen windmolens? Omdat dat gewoon irritant is. Dan heb je op een duur in één keer 10 miljoen. Dus we willen nu gewoon legit geld verdienen met gewoon werk op het land in plaats van subsidieslurpende scheiddingen plaatsen. Weet je wel, ik ben niet voor voetbalclubs. I don't give a shit about voetbal, eerlijk gezegd. Ik vind het leuk om een keer te kijken hoor, maar ik heb niet een ploeg waar ik helemaal diehard fan van ben. JL heb ik net laten zien allemaal, maar dat komt straks nog wel weer voorbij. Kom goed. Mark, ben je al lekker bezig, jongen? Ja, ik ben even aan het kijken met wat ik ga verbouwen hier in het begin. Op de akker. Wat ga je verbouwen op het begin, Mark? Laat mij raden. Normaal zou ik sojabonen doen, maar ik zit te denken om naar aardappelen te gaan. Jij gaat naar aardappeltjes? Ja. Lekker hoor. Holy nee! Ja, een trein! Rennen. Nu al. Ik rem even om te kijken en er komt fucking een trein aan. Ik kan niet even naar Mark toe of ik ben alweer dood. Echt niet te geloven. Nou. Dit is top, jongens. Tjuke tjuke pep pep. Die trein gaat hard, jongen. Suicide-trein. Ja. Hardbal. Hey, Mark, ouwe pielenballer. Even kijken of ik het veld bij Mark kapot kan rijden. Nee. Dus je kunt niet elkaars velden kapot rijden erop. Hier wel, als het goed is wel. Oh, ik rijd er vol overheen en gaat niks kapot. Ja, maar is dat het land van Mark? Ja, dat is het land van Mark. Toch? Of ben ik gek? 1, 2 en 3. Oh nee, ik sta op een ander land te rijden. Ik ga nu naar Mark. Ik ga over jouw dinges rijden. Ja. Nee, ik rijd niet over jouw ding heen. Ik doe niks. Dennis EGS, dankjewel voor de 21 maanden. Sup! Yo, gakbal! Houwe pinguinklatser! Hoe is het, jongen? Heb je nog gebatst? Dat is wel een beetje een rare vraag misschien, maar ik vraag het gewoon wel. Nou, er zijn ook een hoop bomen in deze server. We hebben die boomhak-ding, die brandweer-cheat-ding, hebben we weer eruit gedaan. Weet je, we hebben nu echt hardcore. Het is nu moeilijk. Dus we moeten goed focussen en een knap staaltje werk erin batsen. Maar dat kunnen wij wel. Wij zijn pro. Toch, Mark? Ja. Nou, dat komt niet echt overtuigend. Oh, en Mark heeft bericht gehad voor first dates. Hij wordt maandag gebeld. Dus laten we allemaal duimen van de week dat Mark aan wordt genomen bij First Dates. En dat hij een keiharde date heeft. En dat het gewoon gezellig wordt. Ja, nu moet weg een keertje werken, Remco. Inderdaad. Dennis, hij gaat lekker, man. Altijd leuke nieuwe server, nieuwe kansen om te dansen. Ja. Kijk hoor, of dit een verstandige route is om zo binnen door naar Mark toe te gaan. Ja, oh, dat gaat eigenlijk prima. Bloedje kopen. Oh. 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 Ja, is even. Hey, Quarky! Motje. Yo, Mark heeft al een auto gekocht. Klopt. Geld zat die vent, jongen. Nee, gaat nergens over. Hey, boel Mark. Kom je weer hoor, met ze. Hey, Quarky. Hoe is het? Goed. Nou, ik kan jouw veld trouwens ook niet kapot rijden. Huh? Dus dat is wel fijn. Ja, alleen je eigen veld waarschijnlijk. Hallo Melody, how you doing? Gaat dat prima, Chromo? Ga hartstikke prima, Marco. Hartstikke prima, jongen. Je hebt ook een grote oogstmachine voor suikerbieten. Ja, dat kost ook heel veel geld. Snappie? Wij gaan gewoon even lekker sparen. We gaan zorgen dat die suikerbieten even goed lopen. De money in de pocket binnenhalen. En dan worden we rijke tata's. Even kijken, ik rij gewoon even binnendoor. Dit is een spoorwegovergang, dus dat is top. Je hebt ook olie en zo. De blauwe badge is wel nice. Ja, nice Dennis, nice. Looking good, looking good. Ik mis alleen Quirky. Ik zou niet weten wat Quirky is. Goedenavond, Talita, hallo, hi doin. Welkom bij de stream, seizoen 2 van de Farming Simulator. Even kijken, waar rij ik? Oh shit, een trein! Ik zie een trein, ik zie een trein. Hallo! Kom er maar langs. Ja. Als ik deze trein volg, kom ik gewoon bij ons land. Dus ja, ik moet gewoon spoor volgen, jongens. Ja, ik ben een trein vandaag. Ja, anders raak ik de weg kwijt op dit terrein. Dus ik volg gewoon de trein. Alleen, je moet de minimap een klein beetje in de gaten houden voordat ik niet dood ga. Goedenavond, hallo Thijs. Kwarkie, kwerkie, kwikwek, kwak. Maar dan als Mark-versie. Mark is er gewoon, Mark? Ja. Hey Mark, hoe is het?
Ja, goed. Heb je nog, wat heb je gegeten vandaag, Mark? Laten we dat eens even voor je vragen. Dat is wel belangrijk. Een lekker uitsmijtertje heb ik genomen vandaag. Alleen een ei? Ja, met brood, kaas, ham. Oh, kijk, gewoon weer even lekker genaaid. Even een ratertje tussen de middag. En gisteren dan? Wat heb je gisteren gegeten? Gisteren. Dus ook op werk. Dus dan heb ik gewoon op werk zitten eten. Ja, dat klinkt altijd heel gezond. Als Mark in een heel culinair restaurant zou werken. Ik heb gewoon gehaald bij Albert Heijn. En Albert Heijn, wat heb je gehaald voor Magnetron maaltijd? Even wat je goed moet nadenken. Ja, het was gisteren. Het is een poos terug, Mark. Ik snap dat even moet nadenken. Ja, maar ik weet even niet meer aan mijn kop wat ik had gehaald. Oh ja, linguine. Carbonara. Wat de? Linguine. Ja, carbonara. Het is een Italiaans gerecht. Ja. Een Italiaans gerecht heb je gehaald? Yep. Oh, hier is een weg. Holy shit, jongen. Check hoe hoog die berg is waar ik op rij. Ik weet niet of dit de beste route was er naartoe, maar goed. Ja, sommige bergen kun je ook niet... Kom je amper op, zeg maar, met... Groot spul, ja. Maar ik ben groot geschapen. Ik heb grote schapen gekocht. Oh, kijk eens. Die Brendus die heeft al gewoon een boot gekocht, joh. Yo, Brendus, even rustig aan, man! Meteen weer boten halen en zo en de game uitspelen. Blijf ver bij ons vandaan. Hier is een mine beneden, jongens. Of in ieder geval, dat lijkt erop. Ik weet niet wat het is. Ja, ik kan mijn eigen land wel een stuk rijden. Oh, maar Mark, je hebt de marathon vandaag gefilmd. Yep. Heb je meegelopen aan de marathon? Nee. Jij denkt, ik ga een marathon vloggen. En het enige wat ik voorbij zag, was een gast die rende. En ik zag een gast met een rollator voorbij komen, oma. Oh, ja, dat zijn ook... En waar moest jij zo hard om lachen? Want ergens in minuut 3... Is het denk ik, hahaha, iemand schreeuwde. Ik kende het. Nou, ik heb zijn auto tegenhouden. Dat is normaal altijd vaak, zit van ik voor zijn auto. De auto tegenhouden? Ja, eentje van de marathon. Oh. Oké. Mark, wat ben je aan het doen? Ik lig op mijn kant. Nu al. Nou, we zijn begonnen. Stack, 200, dankjewel voor je 100 bits. Super bedankt voor je sport, man. Dankjewel en welkom bij de stream. Leuk dat je hier zo bezig bent. Vind ik heel goed. Even kijken jongens, ik heb hier een uitkijktoren. Dat klinkt wel romantisch. Even kijken. Kan ik daarin? Oh, ik kan erin! Oh jongens, dit is toch wel de shit, hé. Dit is harde kaas, harde kaas. Goedemiddag, ik ben Kroonpiep. Oh, ja. Oh, ik hoor een toetsenbord. Ja, sorry, ik moet even Brendus even uitleggen hoe die... Gewoon in elkaar schoppen. Oké. Gewoon bennen. Zeg maar gewoon into the wild moet je gaan. En daar kun je je business runnen. Jongens, traplopen was nog nooit zo vermoeiend geweest. Het is echt, de marathon van Mark was er niks bij. Maar Mark dacht, ik ga de marathon filmen, dat is lachen. Dus dat was nice, Mark. Mooi vlog. Oh ja. Holy moly man, wat een landschap jongens. Moet je kijken. Hier een watervalletje ook gewoon. Yo, denk je dat ik in het water val? Nee. Als ik hier naar beneden loop? Nee, je bent Jezus. Je kunt over water heen lopen. Oh, echt? Ja. Nee, in het water loop ik. Oh, in. Ja, nou ja. Wow, dit is wel vet, hé. Wow! Deze waterval loopt in niks uit. Dit is gewoon stront van Mark of zo. Nee, dat is P-dirt. Dat kun je dus. Of die mut modder. Volgens mij. Ah, oké. Nice. Ja, klinkt lach. Kunnen we eruit graven? Ja. Even kijken. Waar ben ik? En moet ik hier naar beneden? Ja of nee? Ik denk het wel. Maar die trein, als ik die volg, is misschien nog beter. Die trein die komt. Oh nee, dat is een andere trein. Ik moet hier naar beneden. Dat is een andere trein. Hey, even Brendus de wagen in het water houden. Ja, doe maar even. Dat is goed. Ja, is goed. Oké, Mark, succes, hè. Brendus, niet mijn idee, dan weet je dat vast. BD Kenzo, dankjewel voor de nieuwe sub. Mag ik hem welkom in de chat? Let's go! Nieuwe sub bij de club. Thanks voor je support, man. Thank you so much. En welkom, Kenzo. Welkom. How you doing? Waarschijnlijk een groot fan van deze game natuurlijk. Ik snap het. Best game ever. One of the best games ever. Nou, ik denk dat deze mod wel echt heel vet wordt. En ik Songfestival, heeft iedereen er weer voor gezeten, Songfestival? Ik heb gisteren nog even de punten gekeken toen ik thuis kwam.
Wat een scheid, zo is dat. Ik, ja, volgende keer wordt het gehost in Rusland, toch? Ik hoop het wel. Tegen die tijd. Ja. Hey Rob! Hey! Hier ben ik, ja, jongen. Oh, je bent er alweer. Ja. Rob. Dat is bijna doodervaring. Ik heb denk ik de eerste bug gevonden. Oh, dat is leuk. En wat is dat? Ik zie jou niet. Nou, maar ik ben ook vet ver weg. Ik rij op een berg. Ja, nee, dat gezeik. Ik heb het niet gekeken trouwens, hoor. Ik kijk Songfestival. Oh ja, ik zie je. Ik keek vroeger Songfestival, maar ik vind het niet meer leuk. Wat een onzin. Allemaal gasten in kantenkleding. Wat is dat voor... Het gaat niet meer om zingen. Het gaat meer om van wie ziet er het meest belebberd uit, man. Verschrikkelijk, man. Gadverdamme. Maar goed, maakt niet uit. Hey Rob! Hoi. Waar hebben wij onze spullen staan? Ja, nog bij de winkel en... Nee, maar dat bedoel ik niet. Waar is ons... Rij maar achter me aan. Ik rijd er recht op af. Oh, wacht. Dit is ons veld nog niet. Ik zie het. Nee, ik moet nog Oké, here we go. Kroppie, wist je dat Poetin chronisch ziek is? Nog niet 100% zeker, maar ze denken vrijwel zeker te weten. Oh ja, nou dat zal mij een worst wezen. Want als die man dood is, staat er alweer een ander, hoor. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Het leven draait allemaal niet om één mannetje. Volgens mij zijn al die gasten in de politiek chronisch ziek. Je hebt nog een bug ontdekt, Rob. Hé? Nee? Je kan het aftekstveld niet opengooien. Ja, Mark. Oh. En nu dan? En nu? Hm? Ja. Kun je beter de game verwijderen, Rob? Ja. Ik kick Mark wel. Ja, nee. Kick Mark er maar uit. Nee. Wegen de plukken. Nu kan ik wel mijn veld... Oh, het veld gaat naar een stront. Ja. We hebben het hele veld aan scheid gereden. Oh, dat vind ik wel vet. Dit is tenminste realistisch. Realistisch. Ik vind het echt nice. Dit is echt vet. Nou ja, ik ben benieuwd wat keien en onkruid en zo allemaal gaan doen. Ja, verschrikkelijke leven hebben we gewoon zo meteen. Ja, dit wordt echt boeren. Ja, het wordt echt een werkplaats en een tankstation halen. Oh, laat maar gaan lopen. Ja, we moeten dus gewoon duidelijke wegen maken in de map. Wat staat er allemaal nog? We allebei nog een keer rijden. Voor mij, voor jullie. Oh, jij zet het daar neer? Ja, ik dacht ik pleur het gewoon hier neer en dan prima. Prima. Even kijken, hoe staan we? Als ik dus gewoon in één keer hier naartoe rij, ja. Nou, dan ga ik weer. Hoppa, en weer terug. Zo blijft er niet veel over. Nee, dat klopt, ja. Maar we hadden we expres uitgezet. Weet je, het was een beetje een leermoment, de eerste server. En nu zijn we super professionals. En nu komt alles goed. Waarschijnlijk niet, maar goed, dat komt wel. Nee, joh, wij zijn pro. Wij zijn super pro. Dat komt echt helemaal goed. Ik ben daar helemaal niet moeilijk over. Ik denk, Rob die rijdt wel over dezelfde baan, maar nee hoor, hij rijdt daarnaast gewoon ook alles aan gort. Ja, scheelt weer plat maaien. Ja, dat is waar. Wat staat hier dan? Dat is niet meer van ons volgens mij. Oh nee, is niet ons veld. Nou, dat is mooi. Stenen en onkruid zorgen ervoor dat je minder gewas groeit. Yep, and that's poopy. Dus we moeten alles doen. Mesten, shit man. Stenen verwijderen. Ja, we hebben echt een kakleven nu. Gif spuiten. Waar zijn we begonnen? Ja, nou ja, het is wel eens een keer wat anders. Ja. Jo, wat heb jij de vaart erin? En Brandoes en zo en alle nieuwe jongens. Probeer alleen als we live zijn in de streams ook mee te doen. Zo dan lopen we een beetje gelijk op. Ja. Niet dat mensen zometeen al alles hebben uitgespeeld, de hele map hebben opgekocht en weet ik het allemaal. Nee, dat is misschien inderdaad wel mooi. Die andere server staat ook nog aan, dus daar kun je allemaal nog op verder. Yep. Als je wil. Tegen de tijd dat ik 150.000 kanaalpunten zijn er alweer twee nieuwe servers. Oh, snuifduif. Lekker toch? Even kijken, rijden we er nog recht op af? Zoals we hier al gaan. We bonken hem zo rechtdoor. Ja. Oh, je hebt zeker net die iets snellere trekker, of niet? Ik weet niet of ik sneller ben. Ja, 53? Denk ik wel. Ja, ik heb 32. Ja. Oh. Sorry. Ik wil wel ruilen hoor. Nee hoor. Oké. Okay. Ik vind het prima.
Krammo, wat vind je ervan dat VU maandag terugkomt? Helemaal top, jongens. Helemaal leuk. Ik kijk het nooit, maar prima. 49k. Oh, Remco, dat is al bijna, man. Dat is al bijna. Wow. Dat is water. Kun je daar doorheen? Dat moet kunnen, volgens mij. Denk ik dat ja, dat kan wel. Ja. Man, waarom neem ik altijd de meest bizarre routes in mijn leven? Ja, dat. Ja? Ja, dit gaat eigenlijk hartstikke prima, joh. Vaak ben je ook te bang, jongens. Je kunt beter maar gewoon een beetje overal doorheen tunen, loenen. Dan komt het vanzelf wel goed. Hoppa! En daar rie ik met mijn zondeertje. Ah, dit is echt top. Ja, dat is een mooie map dit, hoor. Dit is dus een bepaalde mine. Ja, dat is dus wat je kan minen. Ja, ah, is vet. Het ziet er wel heel erg onrealistisch uit, maar dat... Ja, maar het gaat om... Dat het gaat om de grond waar die in reed. Helemaal niet. Bijna. Ja, I got this, Mark. I got this. Oké. Okay. No, Marky. No, Marky. That's not fair, Marky. Dit is gewoon skill. Ik ga dinsdag op schoolkamp. Oh. Nice. Oh. Zou Mark ook eens moeten doen? Heb ik gedaan, hoor. Ja, heeft hij vroeg gedaan. Chromo cheat gewoon wat kanaalpunten in. Ik zou niet weten, dat kan niet eens. En ik hoef ze niet te hebben. Beetje mijn is leuk met kraan rondbeuren. Ja, lijkt me ook wel lachen hoor. Dan we gewoon een trailertje kopen en dan die gooien we de kraan erop en dan bonken we er een beetje doorheen. Eens even kijken. Ik moet nu naar beneden, recht naar beneden. Oeh, dat ziet er wel dodelijk uit. Rob, krijg ik toestemming om hier recht naar beneden te gaan? Ik heb gelukkig de schade op laag gezet, dus dat nou, staat allemaal. Nou, waarom heb je dat nou moeten doen? Nee, ik ga een andere route pakken. Je kunt niet op de trein springen, nee. Chicken? Nee, ik ben geen chicken, Mark. Biff Tannen, Mark. En op de map zie ik nog steeds... Brendoes die gaat naar het eilandje. Ja hoor, hij claimt het eiland. Ja hoor. De man met de gouden pik. Nou, heeft hij de boot gepakt. Nou snap ik waarom hij een boot heeft genomen. Ja, hij gaat into the wild. Into the wild, Brendoes. Je weet het, hè? Over 3 uurtjes komt hij, hè, Brendoes. Kun je weer genieten. Hoppa! Beetje een moerasachtig iets hier zo. Nice. And we're back on the game. Tijd gaat ontiegelijk snel. Ja, vooral in dit soort games gaat de tijd hard hoor. Voordat je het weet is het weer 32 jaar verder. Of een half jaar. Kan ook. Zit er al verschil in. Maar het gaat altijd hard. Dat is niet leuk. Weet ik jammer genoeg. Brendoes into the wild. Als het goed is, zie je Brendoes daar ook nog liggen met zijn bootje. Ja, Brendoes' boot. Ga eens even kijken wat hij allemaal aan het doen is. Want hij vaart er gewoon naartoe dan, neem ik aan. Ja, hij kan gewoon overal. Kunnen wij er ook varen? Hey, wij kunnen er ook een boot doen, hè? Ik weet alleen niet of hij daar tussendoor past, maar... Ik denk het niet. Ja, waarom zou het water er liggen dan? Ik denk het wel. Ja, maar ik weet niet, hè? Brendoes, ga eens een stukje varen met je boot. Met de boot. Laat die dikke boot eens even een beetje knorren. Want deze ook aan de voorkant? Dat is de achterkant volgens mij. Ja, wel denk ik. Oh, iemand heeft nog hetzelfde ding als ons gekocht. Oh, dat is fijn. Nee. Die gaat ook in de eerdappels. Moet je even kijken welke van jou is. Gewoon aanhaken en wegwezen. Ja, deze. Hè? Of is het wel aan... Nee, het is aan de achterkant. Huh? Die is toch van ons dan? Ben ik nou helemaal gek? Ja, die meest aan de... Ja, die losstaande blauwe volgens mij. Oh, Brendoes is aan het varen. Oh, Brendoes, vaar nog eens. Ik heb nu niet opgelet. Ah, dat gaat best. Ja, het leuke is dat die boot, als je hem koopt, op het land spawnt. Dus Brendoes, mag ik een lift? Brendoes, ik heb een lift nodig. Ja, je dom. Kunnen we meteen even checken of je daar kan varen, hier op dit kleine dunne stukje?
Oh. Dan voordat ik een boot koop. Kijk, Brendus heeft al een boot. Die heeft geld zat. Yo, morgen kill. Ja hoor, ben ik. Oh, sorry. Nou, ik laat hem wel zo staan. Oké, ben er. Daar gaan we. Oh, kak. Ik ga wel even in mijn trekker zitten. Nice. Kijk eens jongens, dit is toch gewoon een droom die uitkomt in het leven. Oh, we crashen into an iceberg. Nu al. Into the iceberg. Duidelijk. Oh, je hoort hem ook pruttelen. Ja, het is echt zo'n diesel. Ja, dit is toch tof jongens. Dit is toch fantastisch. Dikke diesel. En dan kun je het hier dumpen of zo ook. Ja, je hebt gewoon plekken waar je spullen kan afleveren, zeg maar. Echt vet. Hier gaan we vissen. Hengeltje uit. En het leuke is, je hebt ook gewoon een kruiwagen en een schep nu. Oh, nou, dan is het leven compleet. Mark, jij moet alles met een kruiwagen doen. Ja. Doei, we kijken lekker. Ja, nee, anders moet je meer CO2-belasting betalen, Mark. Stikstof, stikstof, stikstof. Gaat dit passen, Brendus? Ja, jawel joh, dat past wel. Dat puntje, dat buigt wel. Hoppa, buig gewoon mee hoor. Oké, dit tot nu toe, Rob, gaat het goed? Jammer dat die bruggen niet open gaan. Ja, je kunt het zo luxe maken als je zelf wil, Mark. Maar je weet wat jouw opa vroeger altijd zei, hè? Gewoon de pil erin druk en zwanger brengen, dat ding. Weet je nog, Mark, dat je opa dat altijd zei? Hoi. Oh, ik hoor een dikke toeter. Was dat die boot? Ja, dat was de boot. Pakjesboot 15 komt eraan, jongens. Dat is niet te geloven. Sorry, Remco, dat ik zong. Het spijt me. That's life. Oh, oh. Ja, dit is toch fantastisch, jongens. Wat vinden jullie van de update? Is het waard? Laat het even weten in de reacties. Ik ben benieuwd. Ik vind het gaaf. Ik bedoel, lekker varen. Dit is echt top. Fake Out Gaming vind ik mooi. Zeker beter. Badaap is ook blij. Oh yeah. Ik ben benieuwd wat we hier gaan meemaken, jongens. Voorlader. Ik moet eventjes een... Hup. Een voorladertje hebben. Hij is 100% waard. Oh ja. Oh ja, oh yeah. Poh, dikke boten bieten. Ja, jongen. Je bent een bootchauffeur. Kapitein. Als ik genoeg knalpunten heb en wat verstand van farming, heel misschien. Maar zo'n verstand heb ik niet nodig, want Kroma speelt het ook. Remco. Oeh. Als jij 150 kanaalpunten krijgt, krijg je een stoelpoot in de kont. Gedrukt. Met filter aan. Ja, weet je dat. Dit wordt spannender al. Of is deze brug net zo hoog? Nee, is net zo hoog, denk ik. Nou, alle bruggen zijn net zo hoog. Tot nu toe ziet het er best wel breed uit, Rob. Breder dan jouw body. Ja, maar dat is ook niet zo moeilijk. Nou, als je hier een kraan op hebt staan, wordt het nog krap. mijn opa. Oké. Okay. Ik ken het liedje niet, maar het klinkt wel cool. Met de boot in de vlam reden we naar Amsterdam, kick and train. Here comes the money. Here comes the money. Money voor de robust. Money. Thanks. Dank je. Dennis, dankjewel voor je donatie, jongen. Hey Chromo, staat je airco niet aan? Bij mij was het best wel warm hier. Ja, de airco staat aan. Zeker. Oeh, er liggen wel... Ja. Oké, okay. Hij pruttelt over de stenen, hè, jongens. Ja, shit. Volgens mij is het gewoon een landvoertuig wat ze hebben omgebouwd naar een vaartuig. Oh. Het gaat niet heel makkelijk, zie je. Het is een wilde, ruige rit, Brendus. Holy shit, man. Oh, man. Shake that ass, yo. Ah, gaat goed, Brendus. Gaat niks aan de hand. Dennis, dankjewel voor je donatie. En ja, it's all good. It's all good. Ja, gaat goed, Brendus. Ja. Is een beetje... Ja hoor, ga goed. Dat past prima. Dat prima, Brendus. Prima. Ja hoor, ga goed. Ja hoor. Links van u. Ja hoor. Kijk, dit is dus mijn drol die door de hendeldarm heen kruipt. Hè? Gewoon doordouwen.
Het had iets breder gemogen, Rob, maar voor de rest gaat het echt ja, top. Of het bootje had wat kleiner gemogen. Dat ja. Kan ook. Is er een kleiner bootje te koop? Nee. Oh. Ja, Brendoes, top man. Ik zou zeggen... Dankjewel. Dankjewel voor de lift. Hij staat nu echt vast. Ja, en ik ook. Ja, je ging zelf mee. Oh ja, Mark, ik ben boos op jou nu, hè? Dit is toch verschrikkelijk, dit? Nou moet hij me resetten, dan ben ik benieuwd of jij dan gewoon in dat gat belandt daar. Ja, resetten maar, Brendoes, het is niet anders. Dan lig ik hier samen met je vrachtwagen. Ja, ik denk ook dat we vaststaan. Dit is niet echt handig. Here comes the money. Wel tevreden met je aankoop? Jazeker, Dennis! Here comes the money. Money. Thanks. Dank je. Oh yeah. Nee, Dennis zeker weten, man. Top dingetje. Tot nu toe loopt hij goed. Dit is de eerste keer dat ik hem echt een beetje gebruik, want het was nu echt wel warm. Ja, dit is Discovery Channel, ja. Gold Rush, now with Mark. Mark's machine gaat kapot. Er ligt één klein keitje tussen en daar kan die goldmachine niet tegen. Gaat hij het halen? Je ziet het na de reclame. Waarom is het ook zo dun? Dat zeggen ze wel vaak tegen mij dat ik dun ben. Ja, volgens mij heeft hij de klep naar beneden gedaan. Dan kun jij er nu afrijden. Ja, maar... Oh ja, ik zie het. Denk ik. Hop, hop! Dankjewel, Brendoes. Helemaal top dit. Joejoe. Helemaal top dit. Bedankt voor de liften. Dit is precies wat ik al dacht dat ik wou. Ik dacht van ik hoop dat ik dit naar de Harry. Hojoho. Maar ik zal eens even kijken of er ook nog kleinere bootjes zijn. Ja, dat we een kleiner bootje hebben. Wij hebben echt een heel klein kakbootje nodig, hoor. Want hier kun je eigenlijk niet doorheen. Met onze boot. Nee. Of met, nou ja, eigenlijk gewoon met geen één boot. Nee, waar Brendoes zit wel. Dat is een mooi stukje. Daar kun je gewoon met de boot helemaal omheen, zeg maar. Ja, daar wilde ik ook wonen. Ja. Cliffhanger. Zal Mark volgende seizoen zijn schulden kunnen afbetalen? Mark, rijker dan je moeder. Maar Mark. Ja? Hoe gaat het met je boerderij? Heb je nog wat leuke dingen... Hè? Wat voor? Heb je nog leuke dingen in de planning staan? Nee. Nee? Je gewoon een saaie boerderij krijg jij. Weet niet of er niet om moet gaan bouwen. Ja, gewoon een saaie scheidboerderij. Brendoes, ik zit te denken, je hebt ook dit watertje. Misschien is dit wel breder. Nou, het ziet er niet breder uit. Maar ja, misschien liggen er geen stenen in. Ik zal even kijken, ik rijd vlak langs dat watertje. Achter me rijdt de vrachtwagen. Ja, dat is inderdaad brandweer. Heb ik veel gemist? Ik was bij de Mac. Oh! We krijgen spontaan honger, jongens. Het is wel ondiep. En ik denk niet dat je er met je grote boot doorheen had gekomen. Oké. Ja, want het is rechtdoor. Het ging om de bocht waar we in klem zaten. Ja, dan zou dit misschien nog Dus gekund. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het kan daar. Dus het zou kunnen. Maar Dennis, nogmaals, dankjewel voor je donatie, man. Super bedankt voor je support. Uiteindelijk heeft Mark zo'n klein jampotje aan goud. Nou ja, als je zo'n bonk goud hebt, heb je wel wat al. Woppa, Robbie, ik ben er! Ja, ik ben ook onderweg. Laten zakken. Oké. Daar kom ik nu pas achter. Stop. Heffen. Nee, ja, dat is goed zo. Ik denk als ik er nu zo overheen ga, dan knal ik het veld goed. Oh, nou, Rob, we hebben iets met stenen nodig, zie ik al meteen. Ja, ik ga even kijken. Ik ga even in de shop, shoppen. Even lekker shoppen doen, Rob. En dan kom ik net van de shop af, hè. Dat is altijd maar zo. Heb je daar wat gehaald bij de shop? Nou, die pallet kon ik niet meenemen. Oh. Even kijken, we hebben... Heb ik nog betaald? I don't understand. Hoppa, here we go! Nou, dit is even een klein veldje die we doen nu. Hartstikke romantisch natuurlijk. Is leuk, weet je wel. Door de stenen gaan je machines ook eerder kapot. Ja, daarom. Ik knal dit er even doorheen. En ik heb even een stenenverzamelaar top gehuurd.
Ja. Want ja, dan hebben we ook nog bemesting nodig. Dat vind ik me, jongens, wat een... Ja, we moeten de boel ook bemesten. Wat een gedoe, hè? Ja, maar we hadden die kunstmest. Die ging echt breed. Dat was een topding. Ja. Even kijken. Dit en als je dan twee keer eroverheen rijdt, heb je het ook 100%. Oh ja, startmotor. En dat is wel even weg. Kalk en zo, volgens mij. Ja. Oh, ik denk dat ik bied. Wel een rot en rij, hoor. Yo. Ja, nou ja, het is dat de natuur mooi is, Rob. Ik bedoel, zo, als je een dagje ouder wordt, dan... Die markt die is ook al gelijk... Wat? Die rijdt hier in zijn graafmachine met rupsbandjes. Wat is dit dan, Mark? Heb je al meteen een graafmachine met rupsbanden? Hey. Je hebt niet eens een mine. Dat is niet onbeschermd. Mark, je hebt niet eens een mine. Toch niet. Maar je koopt al wel een machine. Ik zet die machine alvast klaar. Ja, als Mark zeg maar een business zou beginnen, dan koopt hij eerst een winkelpand. En dan gaat hij denken van, ja, wat ga ik eigenlijk doen met een winkelpand? Dus dan gaat hij eerst de belasting en huur over betalen en weet ik het allemaal. Van stenen kun je kalk maken. Oh, nice. Oh, goeie. Want waarschijnlijk zul je hier altijd stenen vinden. Dit is zo'n scheidplek waar gewoon altijd alleen maar stenen liggen. Weet je, dat is kei grappig. Oké, dat goed. Waarom oogst je dit niet eerst? Omdat ik dan die shit moet huren allemaal en heen en weer rijden. De tijd die je daaraan kwijt bent. Ja, dat is, dan kun je net zo goed gewoon meteen eraf bonken en dan gaat het goed komen. Met een stenenverzamelaar kun je de stenen van het land afhalen. Oh yeah. Mark gaat Chromtech merch verkopen. Oh nice. Nieuwe merchandise, chromtech.nl jongens. Snel, kijk daar snel. Bestel het voordat alles zo snel op is. Want, och man. Ik kan je vertellen, het gaat als warme broodje over de toonbank. Echt. Jeetje. Man. Jeetje. Het schiet niet op. Het schiet op, bedoel ik. Het is bijna op. Ik heb nu verkocht aan Beyoncé. Katy Perry. Kanye West. Kanye Oost. Ja, allemaal bekende gasten. Don Papa. Oh nee, dat is drank. Ja, weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval zo, man. Jeetje. Dus als iemand nog een of ander scheidshirt wil hebben voor in de nacht, omdat je je doodschaamt om ermee te lopen. Kramte.nl. Dag het wel. Hoe gaat het met Mark's date? Met Mark's date gaat prima, maar die is nog niet gepland. Hij wordt morgen waarschijnlijk gebeld door First Dates en dan gaan ze nog wat extra vragen stellen aan hem. En dan is hij dus potentieel kandidaat. En dan horen we van Mark wel meer. Maar Mark, wel positief zijn aan die telefoon, hè? Niet zeggen dat je een of andere Hells Angel bent die vrouwen vist met een schroevendraaier. Een momentsleutel. Ja, met een momentsleutel. Je moet een goed moment zoeken om dat soort dingen te delen, maar dat moet je niet doen. Oké? Met jullie gaat ook goed, chat. Ja, Robin gaat lekker, man. Ik bedoel, nieuwe server, nieuwe kansen om te dansen en te chansen. Dit is top. Straks even goldminen. De goldmine is daar ergens. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik ook. Ja, nou, het wordt echt lachen. Gaan we goud minen. En we hebben het gewoon extra legit staan nu, dus het is super moeilijk, zeg. Nou, het seizoen er staat nog wel uit. Maar dat is puur omdat je anders niet de hele tijd door kan verbouwen. Nee, ja, dat is gewoon irritant. Maar de rest staat allemaal aan. Onkruid, stenen. Oh ja, Mark! Even helemaal, Rob, ik lees hier wat. Mark, ja. Waarom doe je niet gewoon mee met Married at First Sight? Nee, dank je. Dan ben je meteen getrouwd. Ja, twee vliegen in één klap. Ja, joh. Dan kun je meteen de pil erin doen en zo. Dat mag gewoon. Ja, dan gewoon stap drie is gewoon next. Kinderen. Meteen drieling, hatseflats. Mark, Married at First Sight, is dat voor jou? Kun je meteen trouwen? Nee. Op welke dag wil je trouwen, Mark? 1 april? Nee, echt niet. Wat dacht je van 15 april? Nou, dat kan wat in mijn agenda staan, dus dan kan... Nee, ik ga niet trouwen, hoor. Ah, oké. Mag ik op 15 april trouwen? Lijkt je dat leuk? Nee. 17 april? Nee, voorlopig gewoon geen trouwen. 15 mei, Mark. Ik eerst kinderen. 15 mei was vandaag geboren. Wat? Eerst kinderen en dan trouwen? Dat klopt. Of andersom.
Ja, Mark gaat eerst kinderen en dan trouwen. Ja, hij doet mij na, hè? Ja, ik zou eerst trouwen en dan kinderen. Ja. Nee joh, Mark, maakt niet uit. Ik heb ook al 16 kinderen. Als je gaat trouwen moet je ook weer scheiden. Dat is niks, Mark. Nooit aan beginnen. Mark gaat gewoon trouwen. Ja, Mark gaat trouwen. Mark is wel leuk hoor. Leuk nieuws, Mark. Vet. Ik ben echt blij voor je dat je gaat trouwen, Married at First Sight. En ja, je weet dus helemaal niet hoe ze heet en wie het wordt, of wel? Misschien is het wel een Russische Priscilla die al een poosje achter de ramen staat, maar werkloos is omdat ze gewoon niet meer kan. Mark. Ja? Dat is leuk, toch? Ja, ja. Hoor je wel wat ik zeg? Ja, gehoord. Wat dan? Wat zei ik? Dat je Rob heeft omverdouwd in Minecraft. Ik snap niet dat jij altijd zo je focus hebt op farming. Dat is het meest makkelijke spel aller tijden en jij bent altijd gefocust. Maar wie komt er allemaal op de bruiloft van Mark, jongens? Laat het even weten in de comments. Ik ben benieuwd wie er allemaal gezellig even komen. En allemaal een cadeautje meenemen, hè? Ja, zeker. Een peper- en zoutstel. Hartelijk bedankt voor het peper- en zoutstel. Hele dikke zoen had je nou echt niet hoeven doen. Sommige mensen weten wat ik bedoel. Rob, jij hoort het ook te weten. Nee. Faggot. André van Duin. Oh, ja, ik had al zo'n vermoeden, maar ik denk als ik een gok waag, dan zul je zien dat het niet goed is. Ja, Mark's huwelijksgift is een houten dildo, ja. Dat is zijn eigen collectie. Maar Mark, heb je dan met splinters of zonder? Welke ga je geven? Met of zonder? Met splinters, denk ik, met. Met splinters, oké. Je bent dus al meteen niet lief voor je vrouw. Meteen vrouwenmishandeling. Het is toch niet te geloven dit, jongens, hè. Het is toch niet te geloven. Oké, nice. Nou, dit veld bonken we er even op. Ja, het is We moeten echt weer sparen nu, hè? Ja, het is nou te duur om te gaan zeggen van we gaan eventjes een arbeidertje inhuren. Want, ja, of zo'n ding van 200.000-300.000 kopen, want dan heb je meteen niks meer. Dus je moet gewoon een paar keer vaker heen en weer rijden. Pure poep. Heb je nou een smal spoor? Nee, dat zijn gewoon brede banden. Gewoon normaal. Ah, ja, huwelijksreis. Ja. Mark, waar ga je omheen naar een huwelijksreis? Geen idee. Noorwegen? Ga je samen naar de noordenzon kijken? Nee, hoe heet dat? Die groene shit. Noorderlicht. Noorderlicht, sorry. Ja, die. Mark. Ja? Ja, dat is een vraag. Oh. Weet je wat ik vroeg? Noorderlicht of zoiets. Ja, wil je daarheen op huwelijksreis? Ah, wel in de winter. Ja, je kunt ook naar Kiev gaan. Dat is ook leuk. Wel in de winter. Ja, in de winter naar Kiev. Oké, nou, Mark gaat op huwelijksreis naar Kiev met een Russische vrouw. Dat wordt nog wat, Mark. dat is wat. Ponypark Slagharen. Ja, dat is ook leuk, Mark. In de wigwamtent. Mark. Lijkt je dat leuk? Ben je dol op achtbanen, Mark, trouwens? Achtbanen doe ik weinig. Maar zou je wel een keer naar een pretpark willen met de crew, als we gewoon met z'n allen dat gaan doen? Oh, ik wil graag wel een keertje naar de Efteling, hoor. Nee, naar een pretpark. Ik durf een achtbaan. Ik heb wel hoogtevrees, maar niet alle achtbanen. Oké, dus je gaat gewoon in een lage achtbaan. De Goliath of zo. Nee, helemaal niet. Je gaat niet over de kop, niks! Nee, maar die is wel veel te hoog voor mij. Dat valt voor jou is die veel te hoog? Ja. Kom op, man, dan gaan kinderen van 6 in dat ding. Mark? Ja? We gaan naar de Walibi en dan ga jij mee. In de Goliath. Ja, maar dan heb ik één ding voor jou. Ja? Gaan we als Eddie er is. Weet je hoe druk het is als Eddie er is? Ja. Ja, daar heb ik geen zin in. Is me te druk. Gatsidari, man. Dan sta ik daar te staan en heb ik wachten tot Eddie de clown. Dat is die scheidclown, toch? Ja. Nee, ik wil gewoon juist op een beetje een fatsoenlijke dag gezellig er naartoe gaan. En dan met de crew, gezellig, met z'n allen, vlogje ervan maken. Iedereen staat al te popelen om te kijken. En dan gaan we in de achtbaan, de Goliath. 6 keer achter elkaar, Mark. Lijkt je dat leuk? Nope. Daarna mag je even paren bij de koalabeertjes. Hoe zeg je dat? Weet ik niet, ik zeg maar wat eigenlijk. Oh, shit. Ik woon dicht bij Walibi. Dat meen je niet, Dave. Gadverdarrie, dat is nice. Is
Slagharen ligt in de buurt van Hoogeveen met de auto 5 minuten rijden. Nice, nice, nice. Slagharen ben ik al heel lang niet geweest. Ik ben er vroeg op vakantie geweest. Goliath is wel leuk. Ja, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je eenmaal de 30 gepasseerd bent, dan interesseert je echt geen ene reet meer in dat soort dingen. Maar goed, ik doe het voor Mark, hè. Omdat hij zo graag in de Goliath wil, ga ik een keer met hem mee. Om zijn hand vast te houden. Krijg je dan zweethandjes, Mark, als je in zo'n hoge achtbaan gaat? Bij de helling, ja. Ah, gadverdamme. Ik ga niet je handen vasthouden, Mark. Je bekijkt het maar gewoon. Even van die handschoentjes aan. Ja. Ja, dat is wel zo slim, ja. Maar Mark, in de Speed of Sound, wil je er ook nog in? Dat is die achtbaan die voor en achteruit gaat. Of die... Ja, die is ook wel leuk. Die is niet zo lang. Maar wat vind je van die gelanceerde achtbaan? Die vind ik altijd wel leuk. Huh? Superman, weet ik hoe die heet. Dat is gewoon één keer bam. Dan ga je in één keer van 0 naar 90 in een paar seconden of zo. Lijkt je dat wat, Mark? Die ben ik nooit in geweest, nooit. Nee, maar lijkt je dat wel wat? Misschien. En een schommelschip, ja. Vind je dat leuk? Oeh. Een Enterprise. Ik mijn maag altijd. Die voel ik altijd in mijn maag. Ja, maar jij voelt je maag altijd, dus dat maakt niet uit. En een schommel, zo'n rondrijdering, zo'n Enterprise. Nee. Een vrije val, Mark. Oh. Nee. Dat is leuk, dat gaan we doen, Mark. Vrije val. Echt niet. Oh, ja, Rob, zeg het. Ja, doen. Mark, echt niet. Ga gewoon mee. Nee. Ja. Ja, Mark, kom op, doen. Nee. Mark. Ik vind een vrije val altijd leuk. Ik heb echt totaal niet. Wat dan? Wat is daar niet leuk aan, Mark? Je wordt opgevangen. Ja, het is niet dat je doodvalt of zo. Je, ja, die kans is aanwezig, Mark. Maar, weet je... Die kans is niet zo groot hoor. 1 op de 10 overleeft het gewoon. En wat kan er nog misgaan bij jou, Mark? Veel. Wat dan? Wat gaat er mis? Als jij met een vrije val naar beneden gaat, dan komen je darmen door je bek heen zetten? Nee. Ik denk dat ik dan niet meer naar het uit durf. Ik denk dat ik dan niet meer durf op te staan. Je durft er niet meer uit? Nou, dan blijf je de hele tijd erin zitten. Dan ga je nog 20 keer op en neer op een dag. Ja, wordt het ding gesloten omdat Mark vast zit. Ja. Dames en heren. Deze vrije val is dicht wegens een dikke vent die blijft zitten. Heb je het nou over jezelf? Nee, ik zeg gewoon een dikke vent. Dat is niks persoonlijks, Mark. Maar het is echt heel leuk, zo'n vrije val, Mark. Nou, echt niet. Mijn niet gezien. En zo'n houten achtbaan dan? Vind je dat leuk? Ja, dat kan ook nog wel, maar. Waar het hout wordt kraken. En ja, dan kraakt het en zo. Dan lijkt het net of je eruit valt. Het is geen echte houten achtbaan, hè. Dat is gewoon... hout en staal. Ze hebben gewoon duct tape erop geplakt. Ja, partijriepjes erom. Ja joh. Spaanplastroefjes erin. Dat is hartstikke leuk hoor, dat is serieus leuk. Maar Mark, je gaat echt niet dood als je naar de achtbaan gaat, want anders zou die achtbaan al gesloten worden. Ik bedoel, jij bent toch niet bang voor de dood, Mark? Achtbaan, ga ik wel in. Nou hier, we hebben het al. De Goliath, hartstikke leuk. Hoe is het met je dochter? Gaat goed, JL. Die gaat ook mee de Goliath in. Dan gaat ze even laten zien aan Mark hoe het is om een echte, real woman te zijn. Kom, wat voor toetsenbord gebruik je? Ik heb een Logitech G, weet ik het. Eentje met 114 toetsen. Eentje die fucking duur is. Ik ga even voor je lezen. G815. Italiek. Nou, dat. Ja. Ik snap, Mark. Brendus, ben je ook al zo'n pussy? Come on, man. What's going on here? Wie durft er allemaal niet in een vrijval? Gewoon eerlijk zijn. Je mag het eerlijk zeggen. Je bent nog gewoon een pussy. Geeft niks. Ik ben ook een pussy op sommige dingen, geloof me. Maar vrije val doe je wel. Ja? Wat interesseert mij dat nou? Ik vind het zelfs gewoon slaapverwekkend, al die zooi. Weet je, je moet gewoon bij mijn maat achter op de motor stappen die met 240 een file in rijdt. Nou, ik vind het leuk dat we met z'n allen kunnen doen. En als je daar dan tussendoor heen gaat en dat ding begint kei te slingeren en je tief bijna van die motor af, dan is een achtbaan helemaal niet eng meer hoor. Nee, dan relativeer je wel. En ik heb al wel eens bungee jump en zo ook gedaan. Dat is veel enger dan een achtbaan. Maar wat had jij nou voor een idee nog, Mark? Gaan we eind juli toch naar de kermis in Tilburg, die grote. Ja, de kermis. Daar betaal je 8 euro voor één dom ritje in een botsauto.
Dat gaat helemaal. En nu met de inflatie zal het wel 35 euro zijn. Dat vind ik zo duur, kermissen. Dat gaat helemaal nergens over. Maar misschien doen we het wel, Mark. Waar? In Tilburg? Tilburg. Yo. Waarom helemaal in Tilburg? Dat is de grootste van Nederland. Oh, ja, daar moeten we dan heen, Mark. Zeg dat dan direct. Is de grootste trein. Van Nederland, jongens. De trein. En hoe duur is dat? Nou, de laatste keer dat ik er was het tussen de 3 en de 5 euro op de dag dat ik ging. Per ding? Per rit. Op, in wat? Ja, bij de meeste attracties. Duurdere waren meestal 5 à 8 euro. 5 à 8 euro. Alle barstens, man. 8 euro. Moet je, en dan... moet je ook nog toegang betalen? Of, Nee. De kermis is gratis. Ja, nou ja, je weet maar nooit tegenwoordig. Nee, je loopt gratis over de kermis heen. En dan als je een attractie in wil, betaal je meer dan een kaartje bij Walibi. Per attractie betaal je veel meer. Die grijpen automaten, dat is wel leuk. Ja. Dat vind ik vaak ook wel leuk. Oh, die ik vaak. En ik heb vaak nog geluk ook. Dat is ja. Een skill toch, Mark? Nou, jij cheat gewoon weer. Net zoveel geluk als je met darten hebt, zeg maar. Ja. Cheater. Ja, Mark weer cheat hoor. Ik heb wel eens geabseld van de berg af. Ah, nice. Ja, dat is ook wel vet. Leuk hoor, reclame. De Finny, geniet ervan! En ik hoop dat je nog de hele avond reclames krijgt. Lekker voor je. Supermooi. Heerlijk. Wat een kut. Echt, als er reclame komt, moet die chat gewoon uit. Dat ze niet meer kunnen reageren. Ik heb reclame. Sub-only modus. I like it. Ja, techno. Het zit me inderdaad hoog. Mij ook. Nog steeds. Ik wil een revenge zien. Gentlemen, welkom bij de stream, man. Ik wil een revenge zien. Mark versus Rob. En ik denk dat meerdere mensen dat willen zien. Ik ben er bang voor. Ja. Wat een kutwerk, die stenen. Hoezo? Nou, ze liggen niet allemaal netjes op een lijntje. Nee. Lekker een beetje slingeren. Ja. Dan kun je een beetje alcohol drinken ook. Oh, dat is wel handig. Dan gaat het vanzelf. Dan zit je gewoon zo... Oké. En elke keer denk je GPS-mod? Nou, hebben we nog niet aanstaan. Ja, de GPS-mod zit erin, maar dat kost 15.000 als je hem op een tracker wil zetten. Dus ja, misschien is het wel makkelijk op deze, hoor. Met saaien misschien, inderdaad. Nou, ook met dit ding. Gewoon voor het optimale... Want nu zit ik toch vaak een beetje over hetzelfde lijntje heen te klatsen. Dat bedoel ik. Voor het oogsten en het saaien en ploegen en zo. Ja, ik doe nu cultiveren, hè. Cultiveren doe je nou? Ik doe nu cultiveren en dan zo meteen ga ik nog weer een beetje bonk saaien. Bonk, bonk. En dan biet ik een bitterbal op. En dat vind ik gewoon mooi om te doen, hè. Rematch! Ja, ik hoor het. Ja, ik zie het. Ja, dat moet vast een keer komen dan. Ja. Maar geen stress. We doen het morgen. Niet morgen, nee. Kromo, wat dacht je van bobsleebanen in de Efteling? Is er een bobsleebaan in de Efteling? Nee, die hebben ze gesloopt toen destijds. Oh. En Mark zat daar even vast en toen hebben ze maar gewoon om Mark heen weggesloopt. Ja. Ik heb er nooit in vastgezeten hoor. Het schijnt dat Mark nog steeds het stoeltje aan zijn reet heeft hangen. Oh, heel lang weg. De bobsleebaan is weg. Ja, hier, de oude informatie wordt me niet verteld. Dat is voor mijn tijd nog. Een opkomstnummer met de rematch. Oké, Mark, wat is jouw opkomstnummer met darten? Die ga ik nog even over nadenken, jongens. Die weet nee, ik niet. Dat moet je nu zeggen. Weet ik nog niet aan mijn kop. Gewoon Barbie girl. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. It's fantastic. Mark's reet is dus van plastic. Bobsleestoel. Maar welke nummer, Rob? Welke neem jij? Ja, maar die is copywriter, dus die kun je niet gaan draaien, hè? Dat maakt niet uit. Het Verre Oosten van Opgezwollen. Opgezwollen. Ja, ja. Nou, niet ik zal eens even bellen. En Mark, oh, jij dan? K3, wat is je planning? Nee, ik heb geen planning daarvoor. Nee, daarom vraag ik aan jou. Wat voor liedje wil je? Geen idee nog. Mark? Van welke artiest is dat? Jij gaat naar First Dates. Je moet ideeën hebben. Ja, I know. Vrouwen willen zien dat de man de alfaman is en dat hij weet waar hij voor staat. Vrouwen willen zien dat de man weet wat hij wilt. Mark, dat is belangrijk. Ja? Ja, als je de piel erin wil drukken,
Dan moet je laten zien dat je het waard bent. Dat is de natuur. Mark. Natuur. Dat is echt zo. Dus jij gaat nu gewoon zeggen, bam, dit liedje wil ik hebben. Dit is waar ik voor sta. Mijn naam is Mark. Ik kom uit 1989. Let's go. My dick is 3 centimeters. Oké, okay? Dat moet je gewoon zeggen. Dus Mark, welk nummer kies jij? Wat? Ik denk gewoon die van Barneveld. Van wie? Van Barneveld. Ja, ik weet niet. Zo goed ben je niet. Eye of the Tiger. Ja, nee, die bestaat al. Dat kan niet, Eye of the Tiger. Eigen nummer. Dus dat is goed. Nog even eentje. Kom op. Dit was even een miscommunication. 1, 2, 3, bam, zeg maar. Echt geen idee. Mark, je moet een idee hebben. De vrouwtjes willen dat horen. Je moet initiatief tonen, Mark. Je moet ideeën opbrengen. Dat vrouwen denken, deze jongen is interessant. I like it. Dus Mark, zeg het maar. Ik weet toch dat ik geen idee heb? Ja, dat maakt me niet uit. Dan vraag je een nieuwe aan. Maar ik vraag welke muziek wil je als opkomstliedje hebben. Ik weet echt niet, hoor. Ik weet echt niet. Ja, denk nou gewoon even aan één band. Kom op, Mark. Ik weet niet echt zo snel een liedje. Ja, je hebt nog nooit muziek geluisterd in je leven. Dat kan toch niet, dit, Mark? Weinig. Er is toch wel een band uit de 80's die je denkt van, nou, prima, doen we. Hoe luister ik nooit muziek, ja. Ja, maar je weet toch wel één band? Nee, niet aan mijn kop. Jij weet geen één muziekband in je leven. Gewoon, je kent helemaal niks. Ik ben niet echt naar dat soort concerten geweest, nooit. Nee. Maar je hoeft ook niet naar concerten. Nee, je weet toch wel een nummer gewoon? Echt niet. Hij weet geen nummer, jongens, helaas. Nou, dan doe ik wel wat. Tepels liegen niet. Voor de Beatles. Van Voor de Beatles. Ja, vind je dat goed, Mark? Van Mooi Wark in de Blote Kont. Jo Vink. Oh ja, Mooi Wark in de Blote Kont, Mark. Wat dacht je daarvan? Hoe kun je zo in je blote kont opkomen? Pas bij het nummer. Is dat wat, Mark? Is ja, dat dus. Wat? Ah, god, jeetje mina, jongens. In de Blote Kont, is dat goed? Nop. Ja, kijk, dan vraag ik aan jou welk liedje dan en dan zeg je niks. K3 nou echt niet. K3? Oké, ja, inderdaad. Doen we gewoon K3, Mark. Eindelijk staat hij ergens voor. Nee. Hier hou ik van, Mark. Gewoon iets uit je eigen, gewoon. K3. En dan welk nummertje? Welkom bij de drie biggetjes. Oh nee, wat voel ik aan mijn snee? Welke wil je, Mark? Jij al, dat weet ik al niet. Tering, wiebel, wat een gekriebel. Nee, oké. Okay. Zo geil als een bosje schiepels in augustus. In Goes met mijn natte flamoes, dat is ook een goeie, hoor. Ik ga een beetje scheef, Rob, sorry. Ja, ik ook, ik rijd de hele tijd door. Hey gentlemen, thank you so much for your gifted sub aan Jamie, man. Thanks, Tom Hanks, deze voor jou. I hope you like it, it's a big fart. Dat is goed. Nou, ik zal wel een of ander Balkan nummer. Ik heb een nummer, Mark, die we opzetten. Ik ga hem voor je zoeken. Heerlijk liedje is dat. Echt, ik beloof het je. Deze ga je leuk vinden. Into the Wild. Nee, niet Into the Wild. Is ook een leuke trouwens. Maar Into the Wild. Nee. Bunny Hop. Counter-Strike. Even een reclame van Calvé. Gezonde sauzen. En een MyPad. Ik heb niet eens een huisdier. Waarom krijg ik reclame van een huisdier? Kom op, jongens. Ik heb geen huisdier, niks. Wat moet ik met teken reinigen en vlooienspul? Oké, misschien heb ik vlooien, maar dat komt niet door mijn dier. Ja, oké, komt-ie, Mark. Ben je klaar voor, Mark? Ja, daar komt hij. Daar komt Mark op, hè. Beeld het in. Daar komt Mark aan. Hij valt hier ook een keer weg. Okay. Oh, hij valt altijd weg. Nou, je vindt hem niet leuk, Mark.
Nou, dat is hem dus, Mark. Vind je die leuk, Mark? Mark, vind je die leuk? Ik hoor hem niet eens goed. Ja, maar vind je hem leuk? Ja, redelijk. Oké, nou, ik ben blij. Nice. Gentlemen, thanks, man. Dankjewel voor je support, jongen. Snap je, kleine krokodil? Ja, snap je. Mark, is dat niet wat voor jou? Nee. Lief klein konijntje had een vlieger op zijn neus, Mark. Maak je taxi, gaat goed. Nee? Ja, oké, jongens. Nee, helaas. Het wordt niks. Het wordt Vivaldi of Beethoven, denk ik. Dat deuntje zit in Ocean 12. Ocean's 12? Ik ken het niet, maar dat zou heel goed kunnen. Gracie Frog! Ring ding 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 ding. Alle liedjes die ik wou zeggen, zeg ik allemaal. Kijk, ja hoor. Tjalle, kennen wij elkaar of zo? Ik kijk je al sinds Bob een tuin in GTA! Yo! Oké, sorry, live it Roderick, hoofdletters. Ik denk, lees het ook gewoon even op zoals jij het zegt, weet je wel. Ik ben groot fan, ga zo door! Dankjewel, Roderick. Dat klinkt goed, dit. Hier word ik blij van. Hier word ik blij van. Yes. Op een onbewoond eiland, Mark. Op een onbewoond eiland. Kom maar, je gaat een beetje scheef. Remco, dan komt dat ik naar je hoofd kijk. Hij doet ook alle lullig tegen mij. Ik doe gewoon even terug. Hij kan het hebben. Oh. Misschien gewoon even Eagles of Queen. Ja. Queen, Mark. Nee, dat kent Mark niet. Dat kent Mark niet. Mark. Ja? Queen vind jij toch wel leuk? Queen? Ja. Maar je gaat me toch niet vertellen dat je Queen niet kent? Jawel. Ja, dat vind je toch wel een leuke? Dat vind je toch wel leuke? Ja. Ja, Freddie Mercury was ook homo, dus het past wel bij jou. Hey. Gewoon samen gezellig, even lekker knus. Ja, dat vindt Mark wel leuk. Dat is... Mama! I want to break free. Ah, Rob, jij moet ook een zangcarrière. Zullen we samen een band beginnen? Een boyband? Nou, ja. Mark, ik en Rob. Mark als liedzanger. Ja. Mamoe. Nou, dat is misschien niet... Niet het beste idee van Nederland. I want to bake friet. Bake friet? Ja, bake friet. Ja, die is goed. Wacht even, wat zit jij allemaal te vertellen? Ik weet niet, Mark. Kom op met de buren van brandweer. Lekker op de pik. Pardon? Lekker pik. Wat jij in je vrije tijd doet, Tjalle, hoef je echt niet te delen hier in de chat, hoor. Nee. Van brandweer? Ja. Wat doe jij met de buren van brandweer? Ja, weet ik ook niet. Dat vind ik denk ik leuk. We rush Area 51. Goeie van Mark. We rush Area 51. Oké, ik ga heel even kijken. Ik ga eventjes wat... We rush Area 51. Aliens, we got this. Meet up at the Alien Center tourist attraction. Naruto run, yeah. Naruto run, yeah. To Area 51. Too fast. Naruto run to Area 51. Bullets can't hit. This is the US Air Force. Leave the area immediately, or there will be trouble. Ja, dat is leuk. Ja. Hoe gaat alles in werking? Sientje, ik zou niet weten. Gaan we straks allemaal meemaken binnenkort. Ja, kom maar, als jij en Rob een boyband beginnen, dan moet je wel kunnen zingen. Oeh, auw. I want to break free. I want to break free. Maar wij kunnen hartstikke goed zingen, alleen... Joh, we hebben nou geen autotune, hè, dus... Ja. Normaal klinken echte artiesten ook zo live. Ja, Ronnie Flex klinkt gewoon hetzelfde als ik, hoor. Geloof mij. Misschien wat hezen. Autotune overheen, ja. En dan klinkt het in één keer een stuk beter. Ja, dus komt helemaal goed. Maxime, dankjewel voor je 100 bits, jongen. Thanks voor je support. GSM gebruiken achter stuur is niet toegelaten. Nee, daarom zit ik achter het toetsenbord, Maximeke. Gotcha, man. Gotcha. Voor Mark, doe gewoon een Frozen remix voor het opkomen. Let it go, Mark, let it go. Lijkt je dat wat, Mark, let it go? Let it go. Ja, ik zat nog wat oude vlogs van jou te kijken net, Mark. Oude vlogs? Ja, oude vlogs. Die duren allemaal 30 seconden en dan zeg ik ga naar de film en ik ben weer thuis. Ja.
En die uploaden je dan. En ik zag dus dat je naar Comic-Con was geweest in 2016, weet ik veel wanneer. En daar filmde je wel een klein deeltje van Comic-Con. Klopt. Ja, 2 seconden hoor, dat was het ook. Dus... Maar je bent dus in principe 2 seconden achteruit gegaan met het vlogwerk. Ja. Kom maar, je weet toch alles wat ik zeg uit volle liefde is tegen je? Ja, dat klopt. Dat doe ik ook altijd tegen de politie. Schreeuw ik ze uit, zeg jongens, jullie weten dat ik dit uit volle liefde doe. Hè? Dat is toch leuk, man. Trouwens, hahaha, Chromo! Ho. Oh, ik bedoel de Bob en Teun! Aflevering van 2015 en 17. Oké. Okay. Nice. Very, 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 very nice. Thanks. Dat is nice. Je hebt steen op je veld. Nee hoor. Oh, ik dacht dat dit allemaal windeieren waren. Het legt geen windeieren dit erop, maar wel stenen blijkt. Allemaal keien. Je zit er als een steen tegenop. Ja, ik heb nu al spijt van dat ik stenen en onkruid aan heb gezet. Dus als ik dit zo diep raak, de pijn aan mijn oren! Ja, en ik aan mijn stembanden. Ik zet gelijk even mijn geluid zachter. Sorry Maxime, kut, spijt me, ik zal het niet meer doen. Roderick. Typ zoals je naam. Je kunt het. Roderick, oké, Frederik en Roderick, rustig aan, oké. Denk aan je hart. Denk aan je hart, Roderick. Komt hij bij de Vinkerveense plassen vandaan of zo? Ja, Roderick is een echte Hilversumse kakker. Hij zit op golf. Hij zit op golf. Golf. Ja. Ik heb trouwens ook een golftas, hè? Ja, ja. Jazeker. Ik heb mijn vriendin die hebben een golftas. En die past gewoon achter in de auto, hè? Die past, die past bij ons in de sportwagen. Ja. Ja, het is een golftas. Dus daar kun je je tieten mee leeg melken. Een golftas. Maar het is een tas. En het is golf. Zeker. Ja, ja. Hartstikke leuk. Dus we hebben nu een golftas. Oh, geweldig. Ja, ik zit niet op golf. Wanneer ben je eigenlijk met Twitch begonnen? 2015, 14, weet ik het. Mieters! Rob, wat vind je ervan dat PEC Zwolle is gedegradeerd? Eigen verdiende schuld. Oh, ik denk, dat is net zo'n vraag, weet je wel, van wat vind je ervan dat je hond is overleden? Gewoon, nou, niet leuk natuurlijk, maar Rob, interesseert het niet. Joh, je... Zeg nou, Rob, aankomen. Je bent een groot fan, je hebt allemaal shirts van hun hangen in huis en weet ik het allemaal. Ja, man, ik heb geen enkel shirt. Kromo, ik zit op tennis, maar ik ben geen kakker, hoor. Nou, als je op tennis zit, dan weten we genoeg, Roderick. Hoe bevalt je 30ste... Oh, Tin! Het was net zo'n gezellige avond en dan kom jij met zo'n kakvraag. Gadverdamme! Wat is dit dan weer? Ik was vrolijk vandaag en nou is mijn dag gewoon verrot. Gadverdamme. Hé? Hey, weet je wie er vandaag jarig is, jongens? Jullie mogen 2 keer gokken. Nee? Ik? Niemand weet het meer? Ik of ik? Wat vind je ervan dat Oekraïne heeft gewonnen? Ah, laat ze 1 keer winnen in hun leven. Maar jij niet? Nee, ik niet. Wander is jarig vandaag, jongens. Come on, man. Hey, ik ben fan van Bob en Teun, man. Jullie weten niet eens wanneer Wander jarig is? Vandaag, nu, exact op dit moment. Ik was gisteren op zijn verjaardag. We hadden oppas geregeld. Het was leuk. En ik kwam aan. En de oppas moest weg. Dus ik moest weer terug. Het was gezellig. Dat was mijn moment. Je moeder. Nee. Wander. Ja. Wander. Ah. Oh, jongens. Oh, yeah. Gefeliciteerd, want ja, dan hoef je niet hier te feliciteren, want hij is hier niet. Sorry dat je boos was. Ik ben niet boos, Tin. Ik zit met de geinen, jongen. Maar dat gaat hartstikke goed met mij. Ik voel me jonger dan ooit. Check op mijn Instagram of TikTok mijn BMX-videootje. Super legit, super fit. Als je die jongen ziet BMX'en, dan denk je... Deze jongen is sowieso geen vader en sowieso 20 jaar. Dat zou je bij Mark's video's niet zeggen als je die ziet. Dan denk je, deze man is sowieso 30 plus. En dat klopt. Man, kijk hier. Wat zo, jij bent toch 30 plus of niet dan, Mark? Ja. Ja, nou, dan lieg ik toch niet? Hoe kun je je nou beledigd voelen? Ik praat gewoon de waarheid. Je lijkt wel een vrouw, Mark. Oh, god. Wel een leuke vrouw. Ja, en mooi strak kontje heeft hij. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld nog, maar... Voor zijn leeftijd is hij aardig strak. Ik heb haar gevoeld laatst, maar het is wel echt... Ja, het begint een beetje te zakken. Een beetje te blubberen. Het begint wel te zakken allemaal. Het is niet meer wat het was, Mark. Ja, het is echt die corona, het wel je wat je gedaan, hoor.
Nou, het is wat het is. Kom maar even een klein bierbuikje. Oh, wow, Pons, je bent er nooit bij mij geweest. Je weet helemaal niet hoe ik eruit zie. Nee, maar gespierde body. Ik heb sixpack. Sixpack. Ja, ja, ja. Loop al 32 jaar op deze aardkloot. Holy shit, dan ben je oud. Mark, 33 jaar. Mark. Wat? Zit je op oud zijn? Nee. Hoe oud wil je eigenlijk worden, Mark? Zo oud mogelijk. Ja, maar wat is zo oud mogelijk? Noem gewoon een getal. Maakt mij niet uit, zo oud mogelijk. Oké, okay, 34. Ja, maakt jou niet uit, zei je. Dus, nou, Mark, geniet nog van je laatste halfjaartje. Yeah. Ja. Zullen we nog even een paar opnames doen voor die tijd? Zullen we nog even vast mogen spelen voor die tijd? Ja, moeten we even nog een keer doen voordat je naar de pijp uit gaat. Ja, zo zonde zijn als je denkt bij jezelf. Ja, waarschijnlijk gaat hij de pijp uit tijdens een vast mogen. Ik hoop dat die geest vlak voor jullie neus spant. Zoals bij Monkey gebeurt. Och, dat zou wat zijn. Ja, ik schiet hem neer. Misschien is Chromo wel zwanger in plaats van een bierbuik. Hé, hey, jongens, wat hebben jullie dan over mijn bierbuik? Ik wil jullie wel eens even allemaal zien op een rijtje. Ik wil jullie wel eens zien als jullie 30 zijn, hoe jullie er allemaal uitzien. Ik bedoel, ik zie jullie niet als jullie 30 zijn op een fiets een 360 springen plat op de grond. Nee, dat zie ik jullie helemaal niet doen. Dus iedereen zit me altijd wel belachelijk te maken hier, maar ik ben eigenlijk gewoon super fit pro. Spierpijn, jongen, aan die jump. Oh. Maar dat doet er verder niet toe. Rob. Ja? Weet jij waar die landbouwkalkmachines zijn? Ja, in de shop. Ja, maar waaronder? Oh, wacht even! Michael Gerritsen! Vriendraper, hij zei Piemel in de chat. Ik de eerste chat ooit. Ik ga even kijken. Lekker gentleman. Kijk, ja, mag ik. Ik bedoel, ik voel me minder onzeker als ik met jou praat, gentleman. Hoe was jouw dag? Nog wat leuks meegemaakt, gentleman? Nog iets leuks gedaan, gewoon? Ik zeg van, nou, dit moet je echt even weten, dit is top. Ik ben al een keer van de fiets gevallen. Dat is ook niet leuk. Nee, snap ik. Kalk, ja. Mark? Ja? Kalk? We zitten bij de kunstmeststrooiers. Roderick, rustig aan, jongen. Geen caps lock. Ik lees het niet meer voor, caps. Ik zie dat je lacht. Het is al goed. Het is al goed. Ja, Mark had zo'n bierbuik. Met darten viel zijn pijltje op de grond. Moest hij bukken. Ja, dan moet ik hem gewoon oprapen. Kan die gewoon niet meer. Die dikke pen zit in de weg gewoon bij Mark. Niet volgende keer zo'n touwtje met zo'n magneet meenemen. Ja, dat is misschien slimmer, Mark. Of niet? Nee. Dus ja, ik ga niet het meer voor je buk om die pijls van de grond af te rapen, hoor. Dan moet je maar even buk zelf, joh. Ja, maar hallo, het duurt een kwartier, man, voordat jij een keer weer overeind bent. Je hebt een slappe rug, zwakke heup, kunstknie. Gaat allemaal niet meer zo soepel. Maar ja, dat is ook de leeftijd, ik snap het. Daarna moest Rob jou optillen, Chromo. Ja, 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 Remco. Ja, en Rob brak toen over midden. Ja, die brak zijn rug. Dus toen lagen we daar met z'n tweeën. Met z'n drieën eigenlijk. Joh. Ja. En zo zijn we erachter gekomen hoe Mark zijn billen voelen, zeg maar. Ja. Wat ja. Is dit kut, joh, in het donker. Ja, prima. Ben verdomd moe. Moest 35 cadeaus fixen voor mijn collega's. Oké, nou, jij bent arm. Hij wordt 35, dus ik ben lekker slim geweest om 35 cadeautjes te fixen. Oké, 35 kleine cadeaus. Nou, dan heb je wel diep in de beudel getast, zeg maar. Nou, lachen, man. Ik ben ook moe, maar dat komt gewoon door mijn slaap. Dan denk je, nou, een biertje, nou, een biertje, nou, nog een biertje, en dan doe je een biertje, en nog een biertje. En dan is het 2 uur 's nachts en dan denk je, ah, oké, ik ga nu naar huis, het is goed zo. En dan sta je om 7:30 weer met je baby in de handen. Dan zit je beneden. Ja, dat is het leven, jongen. Ik had net even 1 uurtje extra willen hebben nog. Maar goed. Dus nee, dat is top. Dat is hartstikke leuk. Dat is echt genieten. Al 7 weken lang genieten. Je hebt wel gelijk een groot veld gekocht. Ja, op de plaatje leek die klein, maar het is best wel een ding nog. Ja, het valt mee als we deze in tweeën delen of... Nee, we bonken dit veld gewoon helemaal vol. Dit veld gewoon vol bonken en het andere veld laten we wel even. Ja, de bonken ook vol. We moeten manies maken, Rob. Weet je wat voor kakwerk het is om die stenen... Ja, dan doe ik een werker aan, hoor. Ik vind het goed. Kan dat voor stenen niet zeker? Ja, hij zegt bovenin van wel, maar... Druk eens in. Arbeider inhuren. Oh, hij gaat ook echt schuin over het veld. Ontslaan! Hij gaat gewoon zijn eigen weg. Nee, ik had mijn trekker schuin staan. Oh. En dan gaat dat ding ook gewoon schuin... Oh, dat is top.
Dat vind ik wel leuk, ja. Ja, ik ook. Geweldig. Chromo Bierbuik is hartstikke handig. Je kunt er een maand lang Farming Simulator van spelen zonder te eten en water. Oh! Oh, dan is dat wel handig. Ja. Verdeeld over 7 à 9 man. De schade valt mee. Oh, oké. Okay. Dat scheelt dan weer. Hoe oud ben je? Hoeveel maanden? Ik kan er niet praten over maanden. 7 weken. Ik ga even door. Fijne avond. Ben morgen weer even vlodder. We gaan je missen, man. We gaan je missen. We gonna miss you, man. Dikke Peach hier. Hallo, kom, hoe gaat het? Stefan, gaat goed. Hoe gaat het met jou? We hebben een nieuwe server farming. We hebben gold mines die we kunnen kopen en al dat soort dingen. Dus ja, het gaat goed. Je hebt speciale machine als je steenvelden erin doet, dan krijg je landbouwkalk van. Ja. Oh, ik pleur nou gewoon de stenen net aan de rand van de... Oh, je hebt alles op een hoop liggen gewoon? Ja. Oké. Okay. Haal ik straks wel een keer weer weg als we... Ja, dan moeten we gewoon een machine verhalen om kalk ervan maken. Yep. Ja. Clan Tuber Gamer, dit is een map. Jukkel. Dat is een grote jukkel van een map dit. Yukon Valley. Eigenlijk moet ik die even in een ding zetten, dat mensen gewoon uit kunnen doen, want... Of join de Discord. Wat vind je van de S10? Ja, gast, je hebt tegenwoordig al de S22, dus de S10 was prima. Ja. Thanks. Oh, you're welcome, man. Yeah. Maar je hebt gewoon een machine dus die over stenen heen rijdt en dan de kalk van maakt direct. Oh, direct? Nee, dat vraag ik me af. Of hoe moet ik dat zien? Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet hoe je mind. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik heb echt zin in kipnuggets. Laten we het niet hebben over eten, want nou krijg ik spontane hongeriteiten. Ja, oh, ik pak wel voor zak chips. Maar ik ga je chips eten. Nee joh, niet op de stream. Wat dan? Ja, als jij lekker chips wil eten, moet je lekker chips eten, Mark. Ik gun het jou van harte, jongen. Wel een kop koffie zo. Oh, ja, dat, misschien moet ik dat ook halen. Iemand heeft alweer een helper aanstaan. Ja, was ik. Mark? Was ik. Ja, Mark. Was Mark. Ik ook. Maar Mark, ik krijg toch geen melding als ik het doe. Ja, Mark is een rich bitch, jongen. Die koopt gewoon een kraan die hij niet gebruikt en dan gaat hij de helper aanzetten. Gaat hij zelf kijken hoe die helper... Wel stenen gepakt ervan. Stenen met die kraan? Ja. Hoe pak je die steen op? Grijpstand. En dan? Van het veld? Nee, niet van een veld. Ik heb uit de berg of zo stenen gepakt. Heb jij een berg? Die heb ik ongeluk op het spoor gedaan bij mij, dus die moet ik eventjes een opzuiger op het spoor? Op het spoor? Mark probeert de trein te laten ontsporen, wat is dit, jongen? Verdikke me. Bij verkooppunten staat als laatste, puinwals. Ja, dan moet je dus echt een apart gebouw hebben voor die... Oké. 10k. Boah. Dat kunnen we nog wel doen. Neerzetten. Ik ga even voor je kijken, Rob. Koppen. Even kijken hoe we dit gaan doen. Want we moeten natuurlijk ook een beetje een weg aanleggen. Alleen het is net donker, dus dat is kak. Eigenlijk moeten we de tijd even doorspoelen zo. Ja, maar dan weet ik niet of... Al wacht, de onkruid bonst er dan uit. Waarschijnlijk. Ja, oh nee, laat maar zitten dan. En dan groeien de stenen ook heel hard, hè, s'nachts. Ja, dat is waar. Dan groeien die stenen heel hard. Dat moet je niet hebben. Nee, dan staat alles onder het onkruid trouwens. Dus laat het maar niet doen. Ja, we kunnen... Ja, ik weet niet of slaap... Niemand heeft een boerderij natuurlijk. Nee. Mark, koop even een boerderij. Je hebt geld zat. Nee, kan niet. Hoezo? Ik moet even kijken. Ik heb zin in rookworst. Kunnen stenen groeien? Ja. Stenen kunnen groeien. Hebben we het niet met gehad met biologie? Het begint als een kiezelsteentje en dan vervolgens zit het zo'n grote zwerfkei. Het begint als een niersteen. Oh ja, niersteen. Die moet je uitpissen. Dat doet goed zeer, schijnt. En dan wordt het een steen die kiezel is. En dan wordt het een hunebed. Een hunebed? En dan verkorrelt hij weer en dan valt hij op dit veld. Zo gaat dat. Door de ijstijd. Ja. Je hebt dan ook water nodig. Oh man, you gotta be kidding me, man. Water. Water?
We need water. Doe zo even. Oh, we hebben een meer naast ons, Rob. Oh. En je kan gewoon een caravan kopen hoor, slap je daar maar even in. Ja, dan kun jij toch kopen? Hoeveel geld heb je nog, Mark? 498. Ja, jij hebt meer geld. Een caravan kost 20k. Jij hebt meer geld. Daarom, die kun jij betalen, Mark. Ja, ik ben nu onderweg naar de shop, even wat halen. Ja, maar even lekker. Ja, doe maar even maken, Mark. Het is echt zo donker. Doet zeer aan mijn ogen, Mark. Mijn oogbal. Ja, hier. Jouw oogbal ook al. Je denkt toch niet dat ik in een caravan ga wonen van 20.000, terwijl ik een huis kan kopen voor 30.000, hè? Ja, Rob is een caravan mens. Wij hebben geen geld. Ik ben even weg. Doggy uithalen. Uitlaten. Doggy. Nou, succes met Doggy. Gentle Doggy. Huh? Wat is dit nou weer? Wat? Maximaal 1 artikel per boerderij? Oh, je mag maar 1. Nee, ik zit even te kijken naar die boerderijen, zeg maar. Ja. En dan krijg ik een melding over van... Oh. Hey, Brendoes! Dankjewel. Lekker, Brendoes! Oude pierenballer. En let op, overal onkruid nu. Ja, waarschijnlijk wel. Jij ook met je graanding. Ja, nee. Dit is top. Leuk. Leuk leven, gentleman. Maar het komt goed. Zometeen... Are we back in the game, no shame. Ik heb licht op mijn hoofd. Schijnt in mijn ruit. Als je voelt cultivaat, dan komen er kleine stenen op je veld. Als je het veld ploegt, dan krijg je groot steen op het veld. Oké. Okay. Oh. Nee! Rob! Nee. Nee, Rob! En nu? Hoe kunnen we dit wegdoen? Help, jongens. Gif? Ploegen? Nee, ik heb net al... Je bent een onkruidverdelger, toch? In de... Ja, onkruidverdelger. Ik zou even king, jongens. Afkikken? Onkruidverdelger. Onkruid. Hoptie. Sproeiers? Ik, ik was al blij dat ik alle stenen kon zien, maar nu zie ik door het onkruid de stenen niet meer. Even kijken, even lekker sproeien. Is dit voor gif, jongens? Daar lijkt het wel op. Ja, dit is voor gif. Even kijken. Spanmeter van 33 meter, 27 meter. Ja, die dingen zijn groot, dat scheelt. Ja. Dat maakt niet echt uit welke we halen, denk ik, hè? Dan haal ik die van 4000 liter, 54.000 euro. Ja. Dik getuned. Moeten we waarschijnlijk ook nog gif erbij kopen. 30 meter. Ja, er zitten wel kleinere kentekens op, dus dat... Rookworst past niet meer. Hebben we gekocht? Ja hoor! Helemaal top. 60.000 tonders. Och, jongens. Weer binnen weer arm, jongens. Weer binnen weer warm. Je kunt ook even onkruid uitdoen en dan weer aan. Ja, hé, hey. Hallo, dat kan dit echt ook niet, hè? Maar goed, ik ga het onthouden. Dus zometeen loop ik even naar mijn tuin en zeg ik onkruid aan. Hé, hey, Google, doe de onkruid uit. Hé, hey, Google, zet de onkruid maar weer aan. En weg is het onkruid. Oh, tada, that's nice. Very nice. De forest. Ja, dat is allemaal lang geleden, Roderick. Dat is lang geleden. Maar nice deed het mooi van, jongen. Bij onkruidverdelgers kopen. Oh, kut. Sorry. En een beetje kief. Rob, koop even een windmolentje. Ha, ha, ha. Nee. Geen windmolens meer, jongens. Alles moet voor real money. Anders heb je brandweer die 3 nachten achter elkaar doorhaalt. Dan hebben wij 10 miljoen. Dan cheat Mark al dat geld weer in tot nog meer windmolens en nog meer zonnepanelen, ja. Kijk naar jezelf.
Die had op een duur gewoon een half veld met zonnepanelen en 15 windmolens staan te roosten. Hij die begon gewoon te cheaten, Mark. En toen hadden we gewoon bedacht van oké, laten we dan gewoon een regel maken en zeggen van dit gaat zo langer niet. Wat is je favoriete trekker, Mark? Welk merk? John Deere. Oh, dat weet je wel. Mark, wat is je favoriete muziek? Nee. Ja, je weet wel wat je favoriete trekker is, maar niet wat je favoriete muziek is. Top. Dat is niet best. Nee. Dat is niet leuk, hè, Mark? Prima. Within Temptation. Within Temptation is je favoriete band, Mark? Nee. Niet? System of a Down. Ja, System of a Down. Of a Down. Mark. Oh. System of a Down, ik ben live geweest. Het was hartstikke gezellig. De moshpit was minder lekker. Ik kwam er aanrennen en er staat me een dikke vent voor me, jongen. En die geeft me een dekhengst. Nou, daar lag ik. Plat gestrekt op de grond. Maar hij was wel zo aardig om er weer gewoon aan mijn riem overeind te trekken. Nou, dan weet je, ik ben 1,87, maar die gozer trekt mij aan mijn riem omhoog gewoon. Hij zegt, oh, sorry. Staan. Ja. Slapen doe je maar in je eigen tijd. En toen duwde hij me weer weg. Hij duwde mij zo weer aan de kant. Mark, ja, zeker. Dat is Mark zijn favoriete trekker is zijn rechterhand, hoor ik net. Er is een hoop pk in, jongen, dat wil je niet weten. Pols, jongen. Daarom gooide die zo goed, natuurlijk. Ja. Maar ja, er zit al pols... 23 jaar ervaring in dat ding, hè. Dat... Die pols, jongen, die is gewoon compleet... Ja, dat zit er bij Mark in de pols. Daar zit wel een goed gevoel in, hoor. Met finesse. Zo. Mark heeft dus ook gewoon elk jaar een nieuwe versnellingspook nodig. Is zo sterk. Die slaat hem gewoon in de versnelling, jongen. Alsof het gewoon niks is. Maar wat gaat Mark halen nu, whisky? Koffie, dacht ik. Nou, moeten we even wat whisky bij, Mark. Nou, yo mama, doei. We gaan je missen. De groetjes. Ik moet er vandoor. Ik moet nog huiswerk maken. Succes verder. Kev, cool. Cool dat je er was. We zien je in de goudmijn binnenkort. Komt er een lidmaatschap van Ruk en Trekvereniging Fluwele Handje. Ook dat slappe polsje. Het slappe polsje. Een boogschutter komt thuis en zegt tegen zijn vrouw, ik heb je gemist. Als een mop. Ja, nee, ik ken hem. Het is met sniper, bedoel je. Het is met sniper. Sniper! Alwisch Strato! Alwisch? Alwisch Strato, jongens, jullie weten het. Het zijn ook Lamborghini-trekkers, weet ik niet. Mark, heb je whisky? Mark? Oh. Mark? Ik hoor je Jisk-bureau. Mark? Jisk-bureau, dat is mijn stoel. Ik hoor je Jisk-stoel. Dit is niet mijn Jisk-stoel. Oh, dat is geen Jisk-stoel. Nou, maar BXT. Mark... Wat hè? BXT-stoel. Waar heb je die gehaald? Bol.com. Oh, Bol. Bij welke winkel heb je hem uiteindelijk besteld dan? Nee, gewoon op Bol.com. Als die ja, bestel. Maar dan koop je hem bij vaak een andere winkel. Nee, dat was geen secundaire winkel. Ah, oké. Okay. Nou, nice. Zit die lekker? Prima. Alleen een beetje olie nodig. Beetje olie nodig? Yep. Nou, dan ben jij gewoon. Dat is jouw rug, Mark. Ja, maar je hebt toch wel een beetje vaseline over, of niet? Ja. Werkt ook hartstikke goed. Ben je vaseline in de bier, Mark? Maar Mark, wat heb je even voor een drink gepakt? Koffie. Heb je de whisky in gedaan? Nee. Doe even één scheutje erin, joh. Nee. Big J, dankjewel voor je hulp, bitch. Whisky is puur, hè. Hoi. Irish coffee, Mark. Mark, doe even één biertje dan, jongen. Heb je nog gezopen dit weekend, Mark? Weinig. Eén kratje maar dus. Twee flessen whisky. Nou, ik vind best veel, nee, twee flessies bier. Voor Mark is dat niks meer, jongens. Twee flessies whisky. Die klatst gewoon naar binnen en dan... ik heb bijna gedronken. Twee flessies whisky, weet je wel. Hoppa. Bijna een uur bezig met het veld. Ja, en bijna klaar. Ja. Daar gaat... En we moeten even... De eerste klap is een daalder waard, zeggen ze wel eens, hè? In het echte businessleven waarin wij in leven, Big J... Dankjewel voor je 100 bits. Nu,
is dit de daalder die wij binnenpompen en binnenharken. Zometeen heeft Rob nog meer steen. En dan haal ik snel die andere dikke onkruidverdelger. Rob, die batst er overheen met de zaaimachine. Ja, en dan kom ik er weer achteraan met weet ik veel wat we nog nodig hebben. Ja, dan wordt het leven gewoon mooi. En dan is hij steenrijk. Ja, mooi. Jullie hebben allemaal een onvoldoende. Toch niet. We zullen best wat examen hebben, denk ik. Om deze ja, de examentijd komt eraan. Maar ik heb alleen maar volwassen kijkers van 40 plus. Maar... Hé, hey, Rob. Hi. 40 plus kijkers, yo. Bemester moeten we ook nog doen, ja. Hebben we een bemester? Nein. Ga ik ook nog even kopen. Ik zie overal in één keer nieuwe... Zie wel, die stenen groeien gewoon. Want ik zie in één keer overal nieuwe stenen opduiken. Dat kan haast niet. Dat is volgens mij alleen als je een keer cultiveert, zeg maar, komen die steentjes omhoog. Ja, ploegen toch? Ja, ploegen of cultiveren, wat we nu doen. Bij ploegen grote stenen. Oké. De jongste van mij heeft morgen zijn eerste examen. Hoi, spannend. Ja, spannend. Die oudste van mij is al geslaagd. Ja. Oh, gefeliciteerd erop trouwens nog, ja. Ja. Dus Femke is geslaagd. Trots als een pauw. Nou, nee. Dat duurt niet meer lang, jongen. Dan ben je er kwijt, hè? Ja. Dan komt er in één keer een gozer uit Zimbabwe en zegt, hé, jouw meisje is no meisje. Het is mijn meisje, weet je. Is mijn meisje. En dan zeg je, oké, is goed. Kost 2 geiten. Maar dan ben je er kwijt, hè? Dan is ze weg. Ja, nee, hoor. Die blijven wel een tijdje thuis. Ja, dat zeggen ze allemaal, Rob. De werkelijkheid is anders, jongen. Ja, dan kan ik eigenlijk gewoon in haar kamer, in haar slaapkamer de computer neerzetten. Ja, ja, dat is wel zo, ja. Dat elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Ja, maar nee hoor, het hoeft niet de deur uit. Ja. White Tiger, de ballen jongen, oude zaadcel. En mocht je met Mark op date willen, White Tiger, dan zou ik me inschrijven bij... First Dates en je interesse op films zetten. Ja. Dan wordt het misschien nog wat. Ja, ik heb gezegd trouwens dat Mark non-meubilair was. Non-binair bedoel ik, sorry. Dus dan weet je. Yo man, alles goed? Brian, ja, gaat lekker man. Nieuwe server, weinig geld. We gaan nu chondeer. Hiervoor was alles vent. En nu is het gewoon chondeer. Ik haat first dates. Nou, oké, dan is je relatie verkeken. Ja, dan is alle kansen weg. Ja. Gucci. Dit was het dan. Mark is bi-snacksual. Hou je van bier en snacks, Mark? Snacks wel. En bier? Kijk wel. Je zit altijd te zuipen en dan zit je nu te vertellen dat je niet van bier houdt. Van zuipen valt wel mee, hoor. Wat? Kijk, van zuipen valt het wel mee. Qua zuipen valt het wel mee. Je zoopt mij aardig onder de banken. Ja, ik wil zeggen, elke dag volgens de zuipen, man. Je had meer bier op dan Rob laatst op je verjaardag. Dat was ook niet zo moeilijk, man. Nee, maar als Rob dan moest rijden. Oh ja, dat is waar. Maar toch, Mark, je had toen wel echt half kratje iets meer op, hè? Goh. Nou. 3 kratjes had Mark bijna op in 1 dag. Die gast die kan een hoop hebben, jongen. Dat is niet te geloven. Was rond Koningsdag, precies. Ja, joh. Pff, met Koningsdag had hij er ook nog 5 op. Ja, het mooie weer komt eraan, dus het worden nog meer kratjes. Ja, Mark. Nou, ik heb vorige week 2 kratten gehaald. Ik moet zeggen dat die ik zijn met dit weer... Met dit weer, als je dan lekker buiten zit en dan in de zon en dan... Oh. Wat dacht je van achter de computer, jongens? Gewoon nu. Oh, gezellig, ja. Lekker biertje erbij. Dan we allemaal erbij. Een biertje erbij pakken nu gewoon. Zondag, beginnen lekker de week. Ja, dat je naar buiten kijkt en dat je denkt bij jezelf, ik had ook gewoon nog lekker buiten kunnen zitten. Heerlijk. Ja, en dat je gewoon denkt, ik heb een kater. Die moet ik wegdrinken. Morgen weer werken en dat soort dingen. Leven begint kak. Weer. Fantastisch. Mark heeft real life 3 kratjes. Ja. Mark heeft gewoon 3 kratjes opgedronken op 1 dag. Het gaat nergens over die jongen. Die... En dan kunnen mensen wel zeggen, dat doe ik ook wel even. Nee, dat doe je niet. Ik heb nog nooit gezien in mijn leven dat iemand 3 kratten achter elkaar wegtikt.
No mercy. Zonder pardon. Alle opties staan aan. Brian. Behalve seizoenen. Want sneeuw is scheid. Oh, sneeuw staat trouwens wel aan. Ja, oké, maar dat doet geen dingen aan het land. Nee, de seizoensgroei, zeg maar, staat uit. Dus je kunt het hele jaar door, kun je alles verbouwen. Ja, dat is wel lekker, ja. Anders hadden we nu misschien niet eens kunnen Nee, helemaal niks bouwen. Gekund. Dan gewoon een kakleven. Hey, Rob! Hey! Vent! Mooi, nee, John Deere. John! Stop je hand in mijn reet! Wat een verdikke, wat een mooie trekker heb jij, zeg. Ach, mooi klein dingetje. Mooi ding, man. Als je de mestrooi koopt, kun je landbouwkalk en kunstmest in doen. Oké, gaan we zo meteen naar kijken. Gaan we zo meteen halen, Movin. Like Gary. Movin like Gary. Ik kwam gisteren wel aardig kort bij, moet ik zeggen. Bij drie kratten. Holy donders. Oh, oh. Rob doet weer het leuke werk. Nou, wat een leuk werk hoor, steentjes zoeken. Ja, Rob doet het leuke werk weer, steentjes rapen. En dan gaat hij kijken of er nog wat goud tussen zit en dit en dat en zus en zo. Ik die nog nooit bier op heb. Je hebt nog nooit bier op, Big J, en je bent al zo lang vast te kijken. Wow. Ik zou toch zeggen dat ik een goede indruk maak op mensen met dat soort dingen, maar... Het is nog ver te zoeken dus. Ik heb nog verbeteringspuntjes, Vrijtof Jan. Nou, dat is zonde joh. Dat is niet te geloven dit, hè. Tjongejonge. Soon, Sam, Medani. It's a Medani. It's a Medani, zeg ik gewoon. Ik heb goede indruk op het gebied van monster. Oh ja. Ja, nee, dat is ook zo. Monster, dat gaat over de toonbouw als warme broodjes. Hebben we John weer? Ja, nee, Charlie, dat ben jij hoor, Charlie. Voor zijn aquarium. Jij hebt net zo'n aquarium opgezet, of niet, Rob, jij? Ja. Dus, in de tuin. Ja, ik kreeg net al een appje van de vrouw dat slang in de knoop zit. De slang zit in de knoop? Je slang zit in de knoop? Ja, Rob, toch? Wat heb jij dan weer gedaan? Hé, Rob, doe niet het vooruitje alleen, hè? Want dan gaat de bol staan als je moet plassen. Nee, je staat meer in de knup. Ai. En nu? Ja, gewoon laten zitten. Oké. Komt vanzelf goed. Hier kan ik niet tegen, jongens. Maar het aquarium staat inderdaad weer. Ja. Dat is leuk. Alleen dus nog wel een millimeter koud. Een millimeter koud? Ja, als je daarin springt, dan blijft er echt niks meer over. Dan schiet hij gewoon je nier in. Ja, hij schiet gewoon je endeldarm in. Ai. Waarom spreekt iedereen iets van mijn naam verkeerd uit? Ja, it's... Emedani? It's Emedani. Maar het kan ook zijn... It's Sam. Edani. It's Sam Edani. Het kan alles. Hoe groot is de map? Groot. Groot genoeg. Groot. Best wel groot. Kevin, ik stream iedere zaterdag, of zondag, maandag, dinsdag, donderdag, maar ook andere dagen. Donderdag hebben we sowieso een speciale dart stream, dan komt Durpus Gamer langs dart als het goed is. Dus, Durp, gaat fout. Durpity Durp. Dat niet gaat iedereen, fout. Niet iedereen kent hem nog, maar van vroeger deed hij wel eens mee met video's en zo ook. Mijn badje is lekker warm hoor. Oh ja, kijk, technologie. Ja. Weer. Je hebt dus een dikke warmtepomp op draaien. Nee, je moet gewoon een föhn erin gooien, dan wordt het warm. Ik heb gedacht om op de barbecue aan te sluiten. Die slang? Nou, gewoon een koperen buis door mijn barbecue heen, zeg maar. En dan zo te verwarmen. Ja, dat helpt wel iets. Ja, maar wat is voor kolen? Kolen? Nee, gas. Gas. Oh, op gas heb je een barbecue? Ja, ik heb op gas. Lekker hoor. En anders pakt de dakbrander er wel bij, dan is het ook zo... Ja, en dan gewoon het zwembad in de fik steken. Ja, op het water gewoon. Ja, tot het kookt. Ja, nou, dat is lekker. Durp heb ik al lang niet meer gezien. Nice. Nou, dan zie je hem dus donderdag bij de stream. Appetee. We zijn bijna klaar met het veld. Goeie man. Wat een...
We gaan dit veld wel verdelen, denk ik, straks. Nou, dit veld is het kleine veld. Ja, in twee delen. Kunnen we zeg maar even wat meer afwisselen. Dan zeg gewoon als we één wegje tussendoor maken. Bij dit veld, zeg maar. Dan kunnen we gewoon zeggen van, oké, die gaan we zaaien, dingen, ding, dit. En dan tweede veld doen. En dan kun je om de beurt zo je ding blijven doen. Ja, zo, ja. Ik wou het zeggen, want we hebben maar spullen gehaald voor één product, zeg maar. Ja, nee, je doet gewoon hetzelfde product erop gooien. Maar dan kunnen we wel een beetje afwisselen, zeg maar. Ja. Ja, anders houdt het op een gegeven moment ook op. Ja. En dan straks als je gaat minen en geld hebt om spullen voor de mine te halen, dan kun je dat gewoon door helpen laten doen, zeg maar. Ja, dan laten we je gewoon helpen doorrijden. Kun jij je camera draaien zodat je altijd naar boven wijst? Kun jij camera draaien zodat hij altijd naar boven wijst? Welke camera? Zou ik niet weten wat je bedoelt. Maar de eerste keer ik dartte smeet een pijltje in mijn vriend's teen. Oh, dat is vaak niet de beste plek. Ga ik maar marking proberen. Nee! Hybrid en darten gaat niet goed samen. Die jongen die gooit nog niet eens tegen het bord aan. En die gooit zo. En dan doet hij... Het kan... Ja. Kan werken. Nee. Hij heeft één keer gegooid bij mij en toen klapte de pijltjes gewoon tegen de muur aan, maar niet in het bord. Dus nee, dat was geen groot succes, zullen we maar zeggen. Zou die met dit bord helemaal niet moeten doen, denk ik. Je trekker rijdt nu naar beneden in het scherm. Nee, dat wil ik zo houden. Want dan kan ik gewoon precies zien wat het noorden is, hè. Naar boven is het naar het noorden, hè. Naar onder is het naar het zuiden, hè. Dat vind ik fijn. Kurk. Mijn sub is weg. Dat is heel veel kurk, inderdaad. Kan deze mod ook op de PlayStation 4? Ja, nou heb jij geluk, Pees. Nee, dat kan niet. Nee. Dus je hebt dikke geluk. Ja. Ik rijd liever op de vrouwenstand. Wat? Oké. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Tobias! Thank you so much for your gifted sub aan Aardappelbatser. Is dat dan onder naam, Tobias, dat je denkt Aardappelbatser, dat vind ik leuk, ik geef hem een suppie? Of ligt het aan de pinguïn gewoon die dingen doet en zo? Maar Tobias, dankjewel voor je gifted sub. Maar ik ben benieuwd. Is het de naam waar het voor deed? Ik vind het puntensysteem van darten moeilijk. Hoe kan het nou moeilijk zijn? Je hebt 501 en je moet alle punten weggooien met je pijltjes. En je moet eindigen op een dubbel. Dus makkelijker kan haast niet. Het is gewoon... het is wel hogere wiskunde, want je moet wel aftrekken. Ja, je moet aftrekken. Maar dat doet Mark altijd voor ons. Ja. Je was me net voor. Ja. Ja, Mark is wel aftrekkoning. Aftrekkoning. Ja, ding-dong, frustratie, penetratie. Uiensoep. Kan Papenburg? Nee. Alles wat wij spelen kan niet op de PlayStation 4. In de vrouwenstand draait de camera mee met de trekker. Ah, nee, dat vind ik niet fijn. Want dan ben ik helemaal gedesoriënteerd. Vooral in een nieuwe map. Dan moet je daar toch natuurlijk nog een beetje op letten. Zo, Rob. Ja, dit veld is gedaan, dus ik ga nu... Heel gezellig... De onkruidverdelger halen. De onkruidverdelger kon je neerhalen. En de kunstmest verstrooien en weet ik allemaal. Ja, want ik denk namelijk dat ik nog wel een paar steentjes vergeten ben die tussen het onkruid nog liggen. Dus. Dat is leuk. Nee. Even kijken hoor. Laten we ze gewoon hier zo neerzetten allemaal. Oh, wacht. Ik moet mijn uitvouwtje neer wil zetten. Haha. Heb vandaag een fietser aangereden. Nice, man. Dat was weer fantastisch, of niet? Ja, heeft goed gedaan. Dat is mooi werk, natuurlijk. Lullig dat je altijd schuldig bent, maar... Ja. Nou, hij is gewoon doorgereden. Oh, ze weet het kenteken niet. Nee, ja, die fietser was half dood, dus... Kijk, als je dat hebt, dan gaat het wel. Dan zit het goed, Maar goed, het is goed dat je het zegt, want het was mijn broertje. Dus, bij deze.
Aftrekken kan ik wel, maar optellen niet. Nee, dat snap ik. Maar dat ligt ook gewoon aan het levensmotto. Ja. Lijkt op een schilderij de map. Dat is het ook. Kijk. Echt cool, hè? Echt heel cool. Mooi lijstje erom. Niet meer over veld heen rijden straks. Maar nu kan het nog, hè? Ja. Ja. Oké, eens even kijken. Mestverspreiders. Ja, moet je eigenlijk gelijk diegene... Waar je meteen kunstmest, dus dan moeten we even de kunstmest voor eens hebben. Ja, en daar kan kalk bij, zie je dat? Ja, bij sommigen kan kalk bij inderdaad. Dan moet ik even de breedste hebben. Ja, niet allemaal kunnen ze kalk. Die eerste kan 18, geen kalk. 12, 18. Alleen de rode kan op kalk. Dat zie je. 9000 liter. Is dit dan langer of even kijken, we hebben nu 12 meter, 18 meter. Ja, dat vind ik wel een waard, die optie is het wel waard. Ja. Brede man, minder brede man. Dikke man, meer man daar. Aanbouw. 9000 liter, 11.000 liter, daar komen we op. Oh, 14.000 liter. Oh. Ja, dan moeten we die hennen. Van 14.000 liter, dat is gewoon pofferdikke mooi. Yep. Ja, mooi. Maar ben je al aan het minen, Mark? Wat? Wat? Ben je al aan het minen? Ik sta daar een boom aan geknuppeld. Nee, ik ben nog eventjes mijn velden aan het doen. Lekker, Mark. Hoe gaat het met je velden, Mark? Goed, maar er staat dus een object in de weg. Ik heb een schuur en ik heb een boerderijtje. Oké. Dus het gaat, jij hebt alles op dreef. Wij hebben nog niet eens een schuur. Nee, ja, maar Mark heeft het allemaal. Mark is rijk stinkend, hè? Koop een schuur nou, morgen. Ja, boomknuffelaar, ja, sorry. Je kunt bemest uitzetten, maar dat gaan wij niet doen. Wij zijn de real deal. Ja, gewoon legit. Ja. Jullie kennen dat wel. Waar ligt dat eiland? Die ligt hier. Daar zit Brandoes. En Brandoes die zit alweer daar bezig met een of andere machine. Oh, die is alweer aan het... Die heeft gewoon scheid. Oh, nee, daar heeft hij zijn boot denk ik aangelegd. Want hij stuurde... Oh, die gaat gewoon door het water, zand heen dan met die boot. Nou, hij zit niet in het zand, toch? Nee, dit is echt een dumper of iets, toch? Oh ja. Wow. Ik ben benieuwd hoe de mijne gaat. Ik ook. Maar we houden een beetje zo'n cliffhanger, hè? Mijnen, dat zie je in de volgende stream. Ah, I don't like that, man. En in de volgende stream, ja, technische problemen. Je ziet mijnen. Je ziet het in de stream hierna. En dan in die stream is het weer, oh, net niet genoeg geld. Jullie zien het in de volgende stream. En dan de volgende stream, we gaan nu Call of Duty doen. En dan in die stream daarna, we gaan toch een keer aan de 1800 doen. En jullie maar wachten. En schelden, en tieren, en doen. Maar, ik zeg altijd maar zo, bonken struiken. Bonken met struiken. Ja. Over 10 streams de mine werkt niet meer. Jawel. Ja. Ja, over 10 streams dan doet het gewoon niet meer. Dan, we gaan het nu doen. Wordt vervolgd, helaas. Ja, dan een bug. Is de server gecrashed, doet niks meer. Minecraft offline, andere server offline. Och. Het leven voorbij, Mark offline. Nee hoor, ik niet. Is er niemand voor jou een keer, Mark, om gewoon een maand offline te zijn? Ik denk dat ik dat niet ga redden. Wat dan? Dat ga ik missen met... Maar als jij in de middeleeuwen zou leven, hoe zou je dan doen? Nou, ik heb toch al die kak-pc's vroeger gehad. In de middeleeuwen had je al een pc? Nee. Het hakketelraam. Oh? Ja, ik een houten zwaard. Houten zwaard? Ja. Ik heb pvc-buisjes in de zak mee te schieten. Oh, ik gooi de steentjes. Ja. Oh. Nou, ik heb nog een paar steentjes voor je. Oh. Ja, dat weet ik. Hou die er maar even bij, Rob. Want ik ga dat zo meteen ook even plaatsen. Oh, dat wordt spannend. We hebben meteen al een big business, Rob.
Ja, dit gaat lekker. We Komt are rich boys. Komt nog geen geld binnen, maar straks... Nee, maar weet je, geld moet eruit. Zegt de regering altijd. Het geld moet rollen. Ja. Gewoon lenen en uitgeven. Dat is waar ze van houden. Wow. Hé, waarom zit hier nou weer een bos, jongen? Wow. Ik schuin door het bos en ik vind het mooi. Ik schuin door het bos en ik vind het mooi. Ik moet uitkijken voor alle palen en bomen die steken uit. Maar als ik een derde appel in mijn bek krijg, dan ben ik boos. Ik wil geen derde appel in mijn bek, ik vind dat niks. Oké, ik ga goed hoor, Mark. Ik denk aan je. Mark, ik ben ook dingen aan het halen. Ik ben ook dingen aan het halen. Ik zag dat Brendus, die zei net al van hij had weer spullen gehaald die hij niet nodig had. Dus... Nice, Brendus. Ik zal even kijken bij de korting. Waar heb je dat ook alweer, de korting? In de shop gewoon, en op die procentje. Oh ja, natuurlijk. Ja, verkeerde knop. Oh! Wat is dit dan? Een schijvenneggen wordt gebruikt voor lichte cultivering van velden. Maar dat hebben we al. We hebben al een cultivator. Ja, maar deze is echt gewoon 12 meter. Ja, maar we hebben nog niet zoveel geld. Nou, 30.000 euro. Nou, oké. We zijn nog verkeer, hè? We zijn nog verkeer. We hebben nog niet zoveel. Kijk, als we straks die 10 windmolens hebben, ja, dan verandert de zaak. Want jullie mogen allemaal geen windmolens. Wij wel. Wij. Hop, die cheater. Dat is mijn ding, die ga ik nu aan. Ja, is goed. Hey, Meta, Mark, wil je even niet meekijken met stream en hem op pauze zetten? Heb je hem op pauze? Top. Je moet hem even op pauze zetten nu, Mark. Niet kijken in ieder geval, ja? Ik ben toch bijna bij je. Ah, ik zie steentjes. Hey. Dit ging net goed. Even kijken hoor. Piep, 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 piep. Zo. Ik moest heel even keren, jongens. Dat heb je soms. Dat gebeurt. Dat heb je gewoon. Dat is het leven. Moet ik deze ook nog vullen natuurlijk met kunstmest en zo, hè? Dat denk ik wel. En dat moet je... Ja, ik weet niet of in die silo ook nog kunstmest komt. Ik moet heel even kijken naar. Hey, Mark! Hoe is het? Hey! Mark! Mark! Oh, oh. Mark, hoe is het? Goed. Oh ja, deze is ook nog voor jou. Nou, prima. Wat? Dit? Nee, Mark, niet aan mijn zaad zitten. Je mag wel wat van de krachtzaad voor mij lenen. Mark, kijk eens wat dit is. Ja, dat zag ik. Mark, je kunt gewoon je ding pakken. Je kunt hem resetten. Dat staat naast je deur. Mark, we zouden serieus spelen. Nu alles meteen weer aan het slopen. Mark, daar kan ik er niet meer bij. Zo, aanpakken. Balhaar. Hé, wat een vette verdikte bank ben jij. Nou, doe jij, Mark. Ook. Ik ben ook een verdikte bank, hoor ik net, jongens. Ik koop gelijk een onkruidverdelger. Ja, die heb ik daar staan. Oh, die had je daar staan. Ja, die heb ik al. Je hebt nu de kunstmest. Ja. En die onkruidverdelger, die staat er nog? Ja. Nou, als ik dan die even op ga halen. Haal jij die op? Dan kunnen we meteen tegenaan. Want mijn... Anders zet ik hem even hier neer. Kijk even op de kaart waar ik sta. Oh, dan haal ik wel de onkruidverdelger. Moeten we eerst doen, denk ik, hè? Ja, dat is wel handiger dan. Ja, dan doe ik dat eerst. Dan kun jij met die erachteraan knallen. Anders groeit het gras of het onkruid nog sneller. Gaat sproeien. De onkruidverdelger gaat in de sproeier die je hebt gekocht. Ja,
Ja, dat was ook de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling, toch? Ik produceer mijn eigen kunstmest. Dat is niet best. Dat is geen kunstmest. De inhoud vergeet je, Chromo. Ja, maar als het goed is, hebben we een silo waar we hem kunnen vullen. Ja, dan moeten we even een silootje erbij zetten voor het kunstmest. Ja, dus dan kopen we gewoon een silo met kunstmest en dan komt het goed. Want ik heb al wat zaad in die andere gegooid. Ja. Nou, dan ga ik... Mark? Ja? Hoe is het? Goed. Wat een verschrikking is dit, zeg. Een of andere dikke paardenlever heeft dit ding hier geparkeerd. En ik kan hem niet verplaatsen nu. Mark, ben ik lekker mee dit? Mark? Ja? Mark? Ah! Mark! Ja? Oh boy. Dat kakding! Help nou! Ik kom eraan, ik kom eraan. Ah! Kende jij nosewielen, jongen? Skills. Ai, ai, ai. Ah! Oh. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Yes. Nou, bedankt voor je hulp, hè, Mark? Ja, even wat mest gestrooid hier. Oh, bedankt, hè, Mark, voor die mest. Ik denk al, goh. Wat ruikt het hier lekker nu jij er niet bent? Zo. Alleen hier moet ik vloeibaar in doen. Kan ik dat hier kopen of niet? Ja. Ja, maar dan krijg ik misschien op een pallet en dan krijg ik, gaat het er niet in? Of, ik weet ja, het niet. Die pallet. Ja, maar kunnen we dat in de silo kopen? Vloeibaar kunstmest. Of gif, sorry. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik ook niet. Maar dan moeten we dan, denk ik, gewoon even proberen, want anders dan doen we de kalken. Ik vul er eentje voor de zekerheid, gewoon hier. Ja. En dan gaan we zo even kijken of dat... Ja, stel dat ik het daar niet kan doen, dan... Nee, we moeten een IBC-container. Aha. Dus dan moet ik een IBC-container meenemen, zeker. Container. Dat zijn voor mij gewoon gebouwen die je op het land moet plaatsen. Oh ja, we kunnen tegenwoordig ook diesel vervoeren in een grote dieseltank. Ja, ja, dat is wel makkelijk. Ja, een IBC-container, wat je zojuist hebt gekocht. Oh. Oh, dat is gewoon zo'n 1000 liter. Ja, een pallet. Ja. Hey, Brandoes! Hoe kun je dit allemaal betalen? Een boot, een dikke vette case? Och. Met de spanwijdte van je moeders benen die wijd gaan, dat gaat nergens over, man. Oké. Sproeibijval, jongens. Wat is een IBC dan, Chromo? Ja, dit is een IBC. IBCD. Oh, die gaat precies 5% in. Oh, dat is mooi. Ja, dus dan koop ik er nog even eentje bij en dan... Nog één? Ja, dan is die precies helemaal vol. Oh, zo. En dan ga ik even kijken... Ja, 50%. Ja, oké. Mark is wel duurzaam bezig. Terwijl hij rijdt, vult hij de machine met zijn eigen kak via een buis. Mark, wist ik helemaal niet, joh. Lekker, hoor. Oh, wacht, maar bats. Ja, la 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 la. Nee, dat moet je niet rijden. Volgens mij moet je daar nou met... Eigendom van Gold Digger. Dat zijn wij. Wij zijn de Gold Diggers. Ja, maar dan kun je gewoon met tap kun je daarheen. Dan ben je gewoon een schep. Oh? Volgens mij. Nee, dat kan ik niet doen. Nog een keer tap? Nee, schep werkt niet. Oké. Okay. Nou, het was een leuk iets. Ik heb er weer 100 euro aan uitgegeven. Ja. Hey, Sander, thank you so much voor je 5 maanden sub, jongen. Yo, Kroompie, hoe gaat het ermee? Ja, hij gaat lekker. Hoe gaat het met jou? How is life? Heb je nog in je string rondgerend over het stadion van Feyenoord? Of laat het even weten, Sander. Thanks voor je support, man. Thank you so much. Kiek, een opschepper. Ja, daar schept Mark zijn eten mee op met zo'n grote schep. Hey. Boah, dik schep, jongen. Rob, jij komt hier waar ik nu rij, hè? Ja, ik zag het stipje staan. Daar hebben we nog een verloren zoon staan, zullen we maar zeggen.
Nou, daar kunnen we ook niks aan doen. Maar Sander, GG. Thank you so much, man. Dankjewel voor je support. Oh. Maar Mark. Ja? Hoe is het? Goed. Ja, kun je het nog een beetje vol bolwerken allemaal wat je nu moet kopen en bouwen? Ja, er is er nu net een onkruidverdelger binnengekomen. Ja, die is binnengekomen. Kijk aan. Via bol.com. Via bol.com? Retailer of gewoon met bol zelf? Hé? Retailer. Via de retailer. Ah. Ja, Mark is retailer. Ja, dat is hobby. Kan je ook niks aan doen. Kijk, een opschepper. Een opschepperij. Ik schep het wel weg. Remco, deed je maar eens wat. Gewoon lekker scheppen. Lekker. Mark, het enige wat Mark opschept is Hutspot. Lead on set, hè Mark? Oh ja. Lead on set, hè Mark? Mark, is echt, als hij aan het gamen is, Mark, dan kun je gewoon beter niks tegen hem zeggen. Maar hoe kun je nou met deze game zo focussen? Ja, gewoon heb ik. Wanneer is Leiden ontzet? Ja, wanneer is Leiden ontzet, Mark? Want ik ben al klaar, hè? 3 oktober. Nou, zullen we zo meteen een biertje optrekken, Mark? Wat? Huh? Zullen we zo meteen een biertje optrekken? Dit is al lang in 3 oktober. Maar nou ja, als jij een biertje wil, ik heb wel... Ja, jij ook. Allebei een biertje even. Rob ook. Ja hoor, prima. Voor Leiden ontzet. Ja, dat doen we op 3 oktober wel. Ja, hey? Maar hier, ik ga toch eten in de stad. Ja, nu. Ga je nu eten in de stad? Nee, die dag. Die dag eet ik meestal in de stad. Oh, Leiden ontzet, Mark. Ja, PNN. Nou, pak even een biertje, Mark. PNN. Pak jij een biertje, Mark? Ja, wacht even. Ik zet even mijn... Dan pak ik ook een biertje. Ik sta bij Helling. Ik laat mijn auto gaan aanstaan op de cruise control. Ik richt hem even goed. Berg! Zo. Ik denk dat ik zo wel aankom. Ja, denk ik niet. Ik ben zo terug. Rob, zit er zo een sloot tussen? Nee, volgens mij niet. Ik denk dat het wel goed gaat. Ja, dat kan die redden. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. Badabam-bam. Ja, nieuwe map, hè. Alleen die bergen kun je niet op. Dat heb ik al geprobeerd. Die gaat... Baby Mark, baby Mark. Soft creations, ja. Yeah. Hey, Quarky! Nee, ik ga niet nadenken over het Songfestival. Ja, Rob, hoewel... dat is wel wat voor jou. Dan kun je even in zo'n leren pakje met make-up en nagellak gaan zingen over dat je lekker jezelf bent. Want dat doen die mensen altijd. Ja, ik ben altijd mezelf, ja. Ik ben mezelf, ik heb nagellak op. Een kroonluchter op mijn hoofd. Ja, moet ik dat zo om lachen. Die mensen die vinden zichzelf helemaal fantastisch. En dan zingen allemaal, zijn allemaal depressief. En al die gekke gasten die zijn depressief ook. Ja, ik zou ook depressief worden als ik de hele dag met nagellak moet rondlopen en een kroonluchter op mijn kop. Ik word er helemaal scheidziek van, man. Wat een kakprogramma is dat geworden, zeg. Ga ik nooit meer kijken. Waar is die tijd dat het gewoon nog ging om echte zang en feest en vrolijkheid? Ja, lang geleden, hè. Ja, ik was groot fan vroeger, maar nu niet meer. Ik vond voetbal geweldig, David. Ja? Ja, joh, echt geweldig. Oh? Geen idee. Oké, okay. Even kijken. Helemaal niks uit. Ja, shalali, shalala, ja. Dat waren de tijden. En dan moet de cruise control denk ik gewoon wat naar beneden doen. 0 mm gelijk op binnen en wat dan doen. En de cruise control naar beneden. Want ik denk niet dat ik zo hard moet gaan. Vaak is 12 kilometer wel een goede snelheid. Ja, vaak kun je ook niet. Dat apparaat bepaalt voor mij ook je maximum snelheid. Oké. Even kijken, ik moet. Dat is ook 12. Ik had een goed vermoeden. Nou jongens, daar gaan we. Onkruid wegspuiten, jongens. Dat is het leven. Onkruid wegspuiten? Ja, Mark, dat moet ook gebeuren, hè? Ja, dan zie je wel allemaal dode plukken ertussen zitten trouwens, maar. Wat dan? Wat doe jij dan, Mark? Jij laat de onkruid gewoon zitten, zeker?
Nee, ik heb zo'n... Jij denkt gewoon van een paar tarwe met paardenbloemen ertussen. Ik vind het best. Dat doen we gewoon. Ik ben gaan, doei. Doei. Nou, doei hè. Jammer. Sinds de wereldbevolking mee kan stemmen, is het allemaal naar beneden gegaan. Ja, nee, want die hele gekke shit, dat doet het wind vaak niet. Niet. Ja, trouwens wel. Dat is een keer die Russische vrouw met een baard of zo, toch? Of een vent met meidenhoofd, ik weet het niet. Was die niet uit Oostenrijk? Was dat niet een Rus? Die non-meubilair? Een non-meubilair Rus met een baard en een rolstoel. Maar yo, Brendoes, ben je een beetje verdwaald? Goedenavond. Hey, Jur. Brendoes is verdwaald. Wat dan? Die staat helemaal hier. Hé, hey, Brendoes, ouwe pierenbatser. Wat doe je hier dan, Brendoes? Conchita worst. Oh, ik weet al wat hij doet. Ja? Hij doet van die opdrachten. Ja, en dan gaat hij gewoon aan het werk daar. Dan gaat hij daar gewoon aan het werk en dan haalt hij daar geld mee binnen. Ja, ja, ja. Ah, hij is veel slimmer dan ons. Ja. Wij hebben gewoon een eigen bedrijf. Hij denkt heel gewoon, zolang mijn gewas groeit... Kan ik wat anders doen? Ja, dat is misschien wel slim om te doen, ja. Ja. Nou, Mark, proost op Leiden Ontzet. Ja, ik moet nog even inschenken. Je moet nog even inschenken? Inschenken? Ja. Je drinkt toch uit een flesje, of niet? Ik heb een speciaal biertje, een IPA. Een IPA? Oh, een IPA. Zo, Mark, meteen zware shit. Hij is bazig. Nou, we drinken op Leiden Ontzet, jongens. Dat is bijna. Sober. Het is bijna Leiden Ontzet en we gaan ons vast al indrinken. Ja, dat wordt leuk hoor. Leiden Ontzet. Ik heb er zin in, Mark. Jij ook? Helemaal best wel Leiden komen. Lekker de dag suipen, suipen en wortel. Pin en pin en En een lekker stuk klapstuk. En een klapstukje de beer. Leiden Ontzet, jongen. Wat is een klapstuk, Mark? Rundvlees. Is dat een gebit rundvlees van je opa? Rundvlees. Rundvlees. Ja. Ja, maar Mark, je weet dat ik vegan ben. Jij vegan? Ik ben vegan, Mark. Ja, ik ben vegan. Ja. Ja, ik zag een documentaire op Netflix en ik ben vegan geworden. Je wil niet weten wat ze allemaal doen met die diertjes. En de wereld is ook echt... Morgen is het te laat. Oh, god. Nee, dus dan weet je het vast. Wat zegt Brendoes nou? Brendoes zegt wat? Oh, ik heb een olieplek gekocht. Moet je al 3 miljoen hebben om het te kunnen starten. En die ja-knikkers kan ik niet meer verkopen. Hij dacht slim te zijn door zijn olierik te kopen. En die kan hij nou weer niet verkopen. Lekker, Dan. Ja, goed bezig, Brendoes. Goed bezig, Brendoes. En trots op je, Brendoes. Zo pak je die money's wel. De grootste grap van het jaar. Nee, Jos, dat is serieus waar. Ik ga volgende week trouwens barbecuen. Dat is leuk. Wat leg je op de barbecue? Aubergine kip, en... carbonaatjes, speklapjes. Oh, ja. Oh, ja, maar ik eet niet mee natuurlijk, hè. Ik draai alleen het vlees. Rob, zullen we even struisvogel op de barbecue gooien bij hem? Mark, wat heb jij met struisvogel? Dat vind ik niet te vreten, jongen. Nee, maar kangoeroe is veel lekkerder. Ja, dan ga je zo wel springen, hè, Rob. Ja, heb je daar ervaring mee, Mark? Dat je gaat springen van kangoeroe? Kangoeroe is echt lekker. Ik heb nooit gegeten. Nee, ik wel. Is echt mijn aanrader. Ja, maar in deze tijd kan het niet meer, jongen. Inflatie. Ja, oké, dat is ook weer waar. Kip is al fucking duur aan het worden. Ik wou zeggen, van, mocht je ooit uit eten gaan, in deze komende eeuw... Nou ja, ik ben in september uit eten geweest. Ja, ja, ja. Bijna een jaar terug, over een paar maandjes, maar... Naakte molratjes zijn lekker. Oh, maar nooit op. En met haar dan? Hoe is het dan? Is het dan minder? Wat? Met haren, niet naakte molratten. Oh nee, ja, met haar, dat heb je meteen je tanden geflost. Dat is wel lekker hoor. Kangoeroe is inderdaad lekker. Echt, is dat lekker? Ik heb het nog nooit gehad. Zijn er nog meer aanraders? Ik vind Texas Steakhouse. Vind ik echt top. Hertenbiefstuk. Kennen jullie dat? In Woudenberg, Texas Steakhouse. Dan ga je die pinda's kun je dan pellen en op de grond gooien allemaal daar. En als iemand jarig is, dan komen ze allemaal met feestmutsen en cowboys voorbij. Ik vind dat een toptent. Je kunt daar gewoon lekker hard praten. Je kunt alles op de grond flikkeren. Ik scheid zelfs gewoon daar tijdens het eten op de grond. Kijzen. Hè? Kijzen? Ja.
Wat dan, Mark? Niks dat jij zoveel scheidt. Ja, dat heb ik voor jou geleerd. Ja. Ja. Heerlijke pende, oprecht. Ja, ik vind dat echt top. Ja, Rob? Die silo's. Ja. Die we al hadden, die kunnen geen kunstmest. Nee, oké. Okay. Maar daar hebben we misschien wel iets anders voor. Oké. Texas wat? Texas Steakhouse. Texas. En is er iemand wel eens bij Loetje geweest? Want dat schijnt ook lekker biefstuk. Ik vreet alleen maar biefstuk. Wil ik wel doen, dus dat is kort en leidig. En al die culinaire zooi, dat boeit me niet. Ik moet gewoon een bonk biefstuk hebben en dat eet ik op. Dat vind ik lekker. Gewoon met bloed erin. Loetje is super. Oké. Pictopad, ja, iedereen heeft heel veel gemist. Nieuw seizoen, hè? Nieuw land, nieuw geld. We gaan minen. Goldmine starten en alles. Ik zou zo meteen wel even een keer bij de goldmine kijken. Als je biefstuk wil, dan moet je bij Loetje zijn. Ja, dat hoor ik al, ja. Dat moet echt heel goed zijn, inderdaad. Ik las ook dat hij in Zwolle kwam, Rob. Ja, klopt. Hij zit er al. Hij zit er al. Nou, hier, kijk eens aan. Ja, ik ga er zeker een keer heen. Jij gaat er een keer heen. Zeker. Ik heb een keertje in Leiden. Wij zijn bij Loetje geweest met de zaak. Was erg lekker. Oké. Okay. Nice. Oh, dat is dat een dure zaak? Voor mij redelijk normaal. Gewoon normaal. Ja, het is niet zoals de libraaien 3 sterren Michelin, zeg maar. Nee. Voor mij is het een redelijk normaal... Ja, topsfeer, Technowolf, klopt ja. Het is echt een relaxte tent. Aanraden. Superbol de dessert bij Riphouse, nee. Ik ben nooit zo heel veel in mijn leven uit eten gegaan. Moet ik heel eerlijk zeggen. Al dat soort dingen... Ja, mijn ouders waren soms wel eens mee. En laatst mijn zusje. Ja, ik drink alleen bier. Loetje is redelijk duur, maar je krijgt een C-kwaliteit. Oké. Okay. We hadden in Leiden een meat cave. Dat kon je voor zo veel geld, kreeg je zoveel gangen. Kreeg je echt alle gangen op, kreeg je een fles wijn gratis. Oh, dus jij hebt een fles wijn gratis? Nee, ik heb het helaas niet meer meegemaakt. Het zat altijd vol. Je hebt het niet meer meegemaakt? Mark, rip in de chat van Mark, jongens. Nee, hij is helaas naar Rotterdam of zo verhuisd. Loetje is goedkoper als je vergelijkbaar mee gaat krijgen. Oh, oké. Okay. Dus Mark, jij hebt je lekker vol lopen vreten weer. Oh, laatst ook hoor, spirits weer. Dat mijn zusje. Ja, maar jij vreet wel door, Mark, dat klopt. Jij vreet voor 5 gezinnen bij elkaar. Ik krijg gewoon 1,5 ribbetje op. Als Mark gaat koken, dan kookt hij ook gewoon 2 kilo aardappelen. Voor weeshuis. Ja, gewoon heel weeshuis kookt hij bij elkaar, jongen. Maar doet hij dan wel 2 dagen mee? Ik ga eigenlijk alleen uit eten op mijn verjaardag. Oh. Nou. Ja. 300 dagen per jaar jarig. Maar... Ja, lekker. Normaal gesproken ging ik alleen een sperrips eten in Soestje. Bij Soest in Lukje. 2,5 sperrips afsluiten met een toetje. Oké. Okay. Sperrips ben ik niet zo fan van. Maar het is meer dat je vette klauwen krijgt. En ik heb daar gewoon een hekel aan. Sperrips is lekker, maar dan moet het ook echt gewoon van het bot afvallen. Ja, dat sowieso. Bij een restaurant dan is het ook wel extra lekker vaak. Alleen stond wel een uur in de wind aan die sperrips. Maandelijks in een sushi restaurant. Ah, dus die lintworm die kun je al uit je ari trekken. Lekker sushi. Nou Rob! Ja? Let's the game begin! Ben je ook al stenen tegengekomen onderweg, of niet? Nee. Oh. Nee, heb je echt top gedaan. Alles is netjes opgeruimd. Nou, ik ben aan het mesten, dus dan kan er gezaaid worden. Ja, ik ga die zaai shit halen. Ik heb uiteindelijk wel een silo geplaatst waar je kunstmest in kan... Oh, top. Dat waren die, IBG. Maar is dit nu genoeg gestront? 66% bemest. Oh ja, 100%. Ja, super. Lekker. En dan heb je meteen kalk? Nee, er zit alleen kunstmest. Oké, dan moet kalk nog komen, denk ik, een keer. Ja, is het direct nodig? Gaf hij dat aan? Nee, nu nog niet. Ik zag niks staan, toch? Nou, dan doen we het nog niet. Nee. Oh. Sorry. Zo. Hoppa. Heb je de zaaimachine al gekocht? Als het goed is, is dit de zaaimachine. Dat is een hele saaie machine.
Hop, hop. En dan achteruit erin zo. Hoppatee. En pompen weer erop. Daar zit, moet je nog even het zaad in gooien trouwens. Ja, dat dacht ik al. Die achterste heeft wel zaad erin. Mais. Zonnebloemen, sojabonen. Wat gingen we doen? Wat hadden we? Suikerbieten, hè? Suikerbieten, ja. Suikerbieten. Ja, we hebben suikerbieten. Kun je pof voor meteen. Die voorste is nog niet gevuld. Je moet eerst de aftekstel open doen. Ja, ik zit te kijken. Oh ja, daar. Ik zag het even niet goed. Oh. Ja, ik had ook. Ik sta ook stil. Ja, ik sta stil. Ik ook. Ik rij weer. Ik rij heel langzaam. Ja, oké. Ja, oké. Ik wou net zeggen, wat gebeurt er? Ik kom niet vooruit. No worries, jongens. We beginnen met film. Begin met film. Ik denk dat dit een opslagmomentje was. Ja, dat zei ik niet. Ik weet niet wat het is, maar ik kan hem niet filmen. Is dat überhaupt wel... Oh, wat suikerbieten, ja. Extra tank laten zakken. Ja, is het wel voor zaad of is het voor kalk? Of... Ik zou niet weten, wat is dit, jongens? Nou, weten jullie het? Dan kunnen we toch zien als we naar de shop gaan wat het doet. Pakketje, wat waren die pakketjes? Je zit vol. Ja, oké, maar die extra tank zit er dus, dat is... Dat is wel zaad. Nee, is geen zaad, is kunstmest. Nee. Heb je het verkeerde gekocht, Rob? Nee. Nee, oh. Dat is de pakket die we hebben gehaald. Nou, maakt niet uit. Een extra tank. Er kunnen nog extra kunstmest erin doen ofzo, het zal wel. Dat is met die blaadjes. Even kijken, Land on set, Mark, daar gaat hij. Is dit alles? Dit is de breedte. Ja, het is voor kunstmest, dat ding. Dus dat had helemaal geen... hadden we niet zo'n groot hoeven halen. Nee, nou ja, het is wat het is. Sometimes you lose one. Dus we hadden geen kunstmest hoeven halen achteraf. Wat jij aan het doen bent is voor niks. Ja, wat jij voorop hebt, dat is gewoon een kunstmest. Ja, maar is dat 100%? Dat weet ik niet. Nee. Maar deze klettert er wel goed op los. Ja. Ja, ik wou net zeggen, dat is een topding dus. Moet je kijken hoe mooi dit is. Mark, ben je een slokje aan het nemen, jongen? Ja, ik was net een slokje aan het nemen. Nou, lekker, Mark. Hoe is het? Heb je nog een leuk verhaal? Heb je nog geneukt, Mark? Nee, joh. Oh. Nou, heb je nog wat leuks op je werk meegemaakt? Gekke klant of zo? Nee. Maak je überhaupt wel eens wat mee, Mark? Ja, première. Rust. Nog wel eens. Oh ja, première. En welke première heb je gezien als laatst? Als laatste Downtown Abbey in Pathé Tuschinski. Pathé Tuschinski? Tuschinski, ja. Was je naar het Kremlin? Nee, Tuschinski, dat is Amsterdam. Oh, dat klinkt als Rusland. Het theater Tuschinski. Oh, en dat was leuk? Ja hoor, best wel. En heb je er wel eens mooie vrouwen rondlopen, zeg maar, in zo'n bioscoopzaal? Dat je denkt van, nou... Valt nog wel mee. Valt wel mee. Personeel weinig. Ja, ik heb het niet over personeel, hè. Ik heb het gewoon over... Een bezoeker. Ja, heel soms. En kijk je daar dan ook naar stiekem? Nou, ik zat laatst wel op het terrasje en zat ik een beetje naar de serveerster te kijken toen ik in Scheveningen was. Oh! En heb je de nummer gevraagd? Nee. Heb je er getipt? Extra tippie gegeven? Heb je daar even wat extra geld gegeven? Nee, ik was even tussendoor gestopt, want ik had al heel aan het gelopen om even een drankje te doen. En hoe lang heb je daar gezeten op dat terras, Mark? Tot haar dienst voorbij was? Nee, totdat mijn drankje op was, want die tent die ging om 5 uur dicht vanwege een besloten feest. Oh. Oh, en toen ging zij dus ook naar binnen? Ja, het waren meer de vrouwen. Maar waar heb je naar gekeken? Was ze Aziatisch? Nee, dat niet. Okay. Oh, maar jij bent dus ook een beetje een kontenman, Mark. Nou, Mark, of niet? Ja. Wat vind je mooier, billen of borsten? Beide. Maar als je moet kiezen? Borsten. Voor de borsten, oké, voor de borsten. En, hoe heette ze? Geen idee. Waar was het? Bij welke tent was het? Het was ergens bij een strandtentje. Ergens vlak bij de haven in de buurt. Ik weet niet hoe die heet.
Meisje bij de haven in de buurt, bij Scheveningen aan de strandtent. Mark loves you. He got the D. Je had een mooie en ik had een cocktail genomen, hè? Ja, tuurlijk, Mark. Dit wordt kok in. Ik snap jou. Ja, ik snap jou. Wacht heel even. Kijken wat voor logo jij hebt, hoor. Even kijken. De boerderij, boerderie. Hoe kan ik dat ook alweer zien? Hier, boerderijen. Ja, een kok. Ja hoor, een aan. Lekker, Mark. Ik snap hem, hoor. First date 6-9. Ja hoor, Mark met een kok. Ja hoor. Oh, Brent is aardig skeer. Ja, Brent is een beetje blut. Hoeveel geld heeft hij? 12.000. Lekker, Brent. Dus je hebt het goed aangepakt, of niet? Maar ja, de vorige keer was hij een dorp van ellende aan het bouwen. Dus ja, nu had hij ook genoeg geld. Ja, dus nu moet hij werken voor zijn zak geld. Ik ben zo slim. Ik ben zo slim, dat weten we, Brendus. Gracie Piano in Scheveningen is aanraden, oké. Okay. Ik ben nog nooit in Scheveningen geweest. Doe het de volgende keer als je bij mij bent. Ja, maar 20 minuutjes rijden. Ik wilde eigenlijk zo houden. Hey Tobias, tot de volgende keer, man. Top dat je er was. Dag Tobias. Jij wilt niet een keer lekker op het strand lopen? Nee, we moeten er allemaal zand in mijn poten. Te veel zuurstof, te veel zon. Ja. En weet je wat, dan doen we het wel op 1 januari. Dan ga je lekker eventjes een nieuwjaarsduikje doen daar. Kan ik hier als vol ook doen. Ja, nee, ik ga onder de douche gewoon lekker warm. En daarna lekker baksnert om warm te worden. Nogmaals, had je geen aardappelrooien gekocht? Nee, ik heb een pakket gekocht, dus nee, ik heb geen aardappelrooi gekocht. Niet schil. We hebben gewoon suikerbieten. Morgen vieren totaal reizen naar Amsterdam voor een presentatie van 5 minuten. Oh Thomas, dat is makkelijk, dat is leuk. Dat is het zeker waard. Lang leven het OV, hè? Maar moet binnenkort toch weer een keer met het OV. Lekker naar het bierlokaal. Oh, dat klinkt beter, het bierlokaal. Nou, hier op de reet dat ik de trein moet pakken. Nou? Die collega, die wil dat ik langskom als de kleine er is, paar. Oh, en je moet langskomen. Laat. Maar waarom is het jouw kleine, Mark? Wacht even. Nee. Wat is er hier gebeurd, Mark? Nee, die is al is dat een serveerster? Dat verhaal gaat snel, denk je, de andere kant op, Mark. Nee, die is al getrouwd. Ja. Maar die wil vlak naar zijn station. Dus dan denk ik van, laat die auto maar staan, dan pak ik wel de trein. Dus jij gaat nu naar haar toe? Nee. Met je kleine? Nee. Ja, of hij krijgt daar te horen dat uiteindelijk waar ze mee getrouwd is niet. Ze is al getrouwd. Alles kan kapot, Mark. Geloof mij. Maar uiteindelijk krijg jij straks te horen dat je de biologische vader bent. Ja. En zou dat kunnen op de bakplaat, Mark? Nou, sluit. Tijdens het schoonmaken. Maar het mooie is, je zit wel dicht bij het station, dus er rijden wat treinen. Ja. Boeken! Dankjewel voor je 17 maanden sub, jongen. Thank you so much voor je support. Heel erg bedankt. Welkom. En dankjewel. Heel erg bedankt. Thanks. Hoe is het leven, Boeken? Goedenavond, Chrome Crew. Don't name it down. Hallo, jongen. Hoe is het doen we daar? Het gaat in de heuten. Met mij gaat het goede. Ik heb een mooi liedje. Goed hoor, Boeken, lekker jongen. Nice. Lekker bezig jongen. Survival Cars, hij gaat lekker jongen. Nieuwe server, nieuwe kansen, dus altijd leuk. De trip naar Amsterdam duurt 4 uur. Ja, als je met de fiets gaat, Luca, dan kan het 4 uur duren, hè. Ik denk dat ik helemaal naar Groningen of Maastricht ergens vermoed, dan duurt het ook 3 uur. Met de trein. En met de fiets? Ja. Ik denk wel iets van 8 uur. Kun jij fietsen? Ja, maar ik heb geen fiets nu. Wanneer heb je voor het laatst fiets? 3 jaar terug. 10 jaar terug? Nee, 3 jaar terug of zo. Waarom 3 jaar terug? Wat ik alles met de auto niet doe. Ja, maar hoe lang heb je al geen fiets meer? Al sinds ik bij mijn ouders uit huis ben. En wanneer ben je uit huis gegaan bij je ouders? Op mijn 27ste. Op je 27ste ben je het huis uitgegaan? Yep. Dat is 6 jaar geleden? Yep. Dus je hebt al 6 jaar niet gefietst? 6 jaar niet gefietst. En je zei net 3. Ja, foutje. Mark, als je zo liegt op first date, dan komt het niet goed, hè? Nee, weet ik. Vrouwen willen een sportieve vent, dus Mark, haal nog snel even een fiets.
En dan zeg gewoon, mijn hobby's zijn fietsen op de home trainer. Nee, tuurlijk niet, joh. Ja, ja. Ja, dat is mijn hobby. Ik heb de home trainer weer pas aangeraakt. Om te verplaatsen. In de kelder heb ik hem gezet, ja. Hij stond in de weg. Ja. Hij stond in de schuur in de weg. Dus, niet geloven, die heb ik echt aangeraakt. Ik zie Mark altijd als dikke. Hey, Survival Kas! Nou. Je hoeft niet je eerlijke mening altijd te delen op internet, hoor. Piemel Brie. Mark is gewoon een slanke super vent. Je zult jaloers op hem zijn. Wacht maar tot jij Max Verstappen zijn getal bent. Mijn hobby is bier drinken. Brian, die hobby heb ik helaas ook. Max Verstappen heeft getal 1 trouwens tegenwoordig. Ja, klopt. Maakt niet uit. 33 is gewoon zijn getal. 1 is gewoon kansloze, domme merchandise, verkoop, business. Geldwolf. En terecht hoor. Ik snap hem. Ik woonde tot mijn 18e bij mijn ouders. Ik tot mijn 25e denk ik of zo. Ik ook zoiets. Wow. Maar Rob, jij was 20 toen je kinderen kreeg. What went wrong? Was ik 20? Nee man. 16 jaar terug, hoe oud was je toen? 10. 10? En toen al kinderen. Remco, lekker bij je ouders blijven wonen. Lekker goedkoop, jongen. Ik wou dat ik nog zo'n goedkoop leven had. Makkelijker kun je het niet krijgen. Nee. Straks woon je op jezelf en dan krijg je zo'n gasrekening en dan denk je... Hey! Even €300 nog wat overmaken. En dan komt er van waterschapbelasting. Hé, hey, kun je even €160 maken? En dan komen ze voor de riolering. Hé! Hey! En de oude, de WOZ-waarde. Hé, hey, kun je even €600 maken? Hé, hey, even dit. En dan, ja, zo gaat het alleen maar door. Dat is echt fantastisch. Dikke Bertha. Hé, hey, Dikke Bertha. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed, Dikke Bertha. Hoe is het leven, Dikke Bertha? Ik hoop dat het goed gaat, Dikke Bertha. Had Rob een vluggetje? Nee, nee, nee. Rob is nog steeds bij de vrouw. Ja, haar. Ja, hoor. Een echte. Echte. Ja. Ja. Voor de komende jaren ga ik er sowieso nog niet uit. Nee, is ook niet te betalen, Remco. Ik heb medelijden met jullie jeugd. AOW heb ik niet. Ik heb geen pensioen. Helaas. Lekker man, hey! Hoe is het leven? Sterveling! Ja, sterven naar dood, hè? Zullen we maar zeggen. Je hebt een stukje gemist, Chromo. Ah, maakt niet uit. Boeien. Doe jij maar, Gerry. Doe jij er maar even. Sorry, Mark, als je dit ziet, was niet slecht bedoeld. Nou, Mark, hij noemt je een dikzak, maar hij bedoelt het niet slecht, Mark. Wie, wat? Noemt hij jou een dikzak? Nee, jou. Hou erop. Nee, Kars. Die zegt tegen jou dat jij een dikke bent. Wat heb je tegen hem terug te zeggen? Afspreken, leid het door, binnenkort. Vechten, 1v1. Mark gaat je slopen, broer. Nee, snap ik, Remco. Is ook geen reet aan om in je eentje op jezelf te wonen. Tenminste, niet als je nog jong bent. Ja, Mark vindt het heerlijk, want ja, die kan nu eindelijk fappen zonder dat zijn moeder uit binnenkomt. Maar voor de rest, voor de meeste mensen, is het gewoon wel lekker om nog even thuis te wonen. Je zaait niet meer, het is op. Het is niet op, het is... Ai, 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 ai! Wit bult! Lass mich nicht vernichten! Bin jetzt nicht sofort konzentriert!
geconcentreerd probeert werd, dan verlasse ik Italië op de stelle. Ik wil dat iedereen even lekker los. Ik zit ook om iets erop te springen, om ik eerlijk te zeggen. Hij kraakt niet, hij maakt gewoon herrie omdat ik gewoon een dikke reet heb. Kars! Zeg nou dat ik dik ben, Kars! Pas op, hè. 1v1 Leidendorp met Mark binnenkort. Ik zal je adres van Mark even doorsturen, kun je me opwachten. Bij zijn huis. Maximke, thank you so much voor je support. Mag ik even een hartje in de chat voor Maximke? We zijn meteen 10 kijkers weggegaan en denken, holy shit, deze herrie, I'm gone. Ik ben weg. Dit kan ik niet aanhoren. Dit is verschrikkelijk voor op de zondag. Weet je, die komen net uit de kerk, die zetten de stream aan en je hoort dit. Ja, dan zou ik ook zeggen, ik ga weg. Deze, daar ga ik niet kijken. Dus ik geef ze groot gelijk. Thank you so much voor je support, Maxime. Dank je wel. Thanks voor je support. En al die hartjes in de chat zijn voor jou, jongen. Ja, thanks. Ik zeg, geluid maar even uit. Hoofdpijn. Hai, hai, hai. Jawel, Kars, je zei dat ik dik was ook. Gatsidari. Gekke hardstyle party hier in de stream. Holy sterveling. Ja, nou, nu snap je waarom ik ook een sterveling ben. Ik heb geen conditie als ik dit doe, hè. Ik heb nu mijn arm bewogen. Shit, ken je de meerwaarde? Ja, ik heb de tekeningen nog moeten tekenen voor een schoolopdracht van die school. Ja, gewoon voor de lol. Want de tekeningen waren al af. Ik zat op de voorganger van de meerwaarde. Dat is een hele prettige date samen, lekker. Mark, ben jij en ik? Hoi. Hey. Oh, ik hoorde je even... Nee. Was me. Oh. Was ik. Oh, dat was Ron. Rob, een beetje vast. Rob, niet over de velden heen rijden trouwens. Just a tip. Rob, over de velden heen rijden. Mark, nee, kom zo meteen bij jou lekker op veld heen knallen, ja? Dat werkt er niet, hè? Dat weet je. Geroen van Pinsteren College. Nee, LTS. Lagere Technische School zat ik op. Het Christiaan Huygens. De tekeningen waren af, alleen waren geen kleurpotloden beschikbaar. Inderdaad, ik moest hem inkleuren. De bouwtekeningen. Maar Maximke, thank you so much voor je support. Dankjewel, ik at dit flesje water voor jou. Hop. Dat was maar één druppel, maar ik heb hem gehad. Dat is wel zo waar. Hey, hoe gaat het? Kasper, je broertje, zeker net naar bed. Tobias, net naar bed. Je hebt hem naar bed gebracht natuurlijk en nu ben jij er. He, de grootbroer die komt wel eens even laten zien hoe het echt is. Hoe het echt zit. Kromo, ik zit op het meerwaarde. Welke tips heb je nodig om te overleven? Probeer altijd bij je leraar onder het bureau te zitten en steek hem een goede vinger in zijn reet. Altijd extra halve bonuspunt op je rapport. Vooral mondeling. Is Danny in de chat? Er is vast een Danny in de chat. Sowieso. Dank je voor de tip, Chromo. Graag gedaan. Graag gedaan. Je moet gewoon nooit de leraar dwars zitten. Dat is mijn tip. Gewoon altijd meepraten met de leraar. Als hij iets zegt, zeg je... Ja, helemaal mee eens. Echt. Is zo. Dat klopt. Had ik ook. Gewoon zeggen. Nederlands examen morgen. Oh, oké. Okay, succes. Iedereen die examens heeft, zet hem op, hè. Kom op, jullie kunnen het. Kars zegt, steek het bureau in de fik. Yo, wat is dit? Hij wil je bureau in de fik steken, Mark. Kars, ik ga het adres van Mark geven, hè. Daarom moet je ook naar Mark toe.
En dan moet je gewoon, dan pak Markje. Over die vinger gesproken, Mark, hè? You know where to put it. Mark? Oh. Hè? Wat? Motje? Ja, nee, hij is boos op jou, Kars, hoor. Die wil vechten met je. Hey, Game Prony. Macaroni. Ik heb droge oogballetjes. Pak hem bij zijn nek, Mark. Je kunt het. Steek het bureau in de fik en red de leraar. Nee, geen brandsticht op school. Dat is niet handig. Want dat is je fucking eigen belastinggeld dat er ook een deel naartoe gaat. Dus don't do it. Het gaan allemaal subsidies zijn. Dat is net zoals met vuurwerk verkeersborden opblazen. Don't do that. Nooit verkeersborden opblazen. Het domste wat er is, want jij betaalt het uiteindelijk allemaal weer zelf. Want mijn gemeente gaat gewoon klagen. Ja, ik moet meer geld hebben, hè. De verkeersborden zijn allemaal kapot, hè. Ja. En dan zegt, dan moet het omhoog. Nou, dan gaan we meer betalen. En wat doet de gemeente? Nou, jullie burgers, jullie moeten ook weer een paar tientjes extra betalen dit jaar. Dus nooit doen. De auto van de buren daarentegen. Maakt niet uit, er gaat alleen je eigen verzekering omhoog. Dat is zo klote. Rioolpotjes kunnen wel. Nee, doe maar in je eigen rioolputje, Remco. Moet je stem op rapper niet terugbrengen? Je hebt hem gehuurd. Oh, die stenen opraper, ja. De stem en rapper. Ja, ik denk auto. De stenen opraper, ja. Oké. Okay. Ik zal hem zorgen. Ik kon hem niet plaatsen, maar jij wel. Ja, ik wel. Hoezo hebben we die niet gekocht? Ja, weet ik eigenlijk niet waarom we die niet gekocht hebben. Nee, dat is top. Ja, we hadden hem best kunnen kopen, want ja, we hebben hem straks weer nodig. Ja, ik denk dat we hem voor altijd nodig hebben. Maar is er niet een betere? Ja, er is een grotere. Ja, maar is dat beter een grotere? Want je slingert nu over het weiland heen. That's what she said. Ja? Joey Gamer, dankjewel voor de 100 bits. Goedenavond, Chromo. Thank you so much voor je 100 bits, man. Dankjewel. En Maxime, kun jij nogmaals... Thank you so much voor je support. Er was ooit op mijn school brand geweest. Niet aangestoken, was kortsluiting. Een handarbeidslokaal. Handarbeid mag... Ja. Je hebt wat borden en dan op verschillende maten ook nog. Ja, en bestek. Klopt. Ja. Ik ga morgen de vinger in de juf zijn reet duwen. Hopen dat ik er voldoende krijg. Hey, ja. Je zei bij de leraar, natuurlijk dacht ik niet meteen aan de juf. Want dan kun je beter wat anders doen. Maar dat ga ik niet op deze stream vertellen. Ik wil graag nog blijven streamen. Wordt deze tracker ook vies met hem schoonmaken? Ja, alle trackers worden vies. Joey Gamer, dankjewel voor je 100 bits again. Pam, 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 pam. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Ja, ik snap hem, Joey. Dat is logisch wat jij nu zegt. Want dat zijn van die dingen dat je denkt van ja. Je kunt beter iets omhoog met die vinger. Hey, Brendus Boefje, hè? Hoe weet jij dat het naar boven is? En welke kant is boven? Ja, links, rechts, onder, naar boven. Naar boven op de rug ligt of op de buik? Ja, vaak liggen ze wel niet op de buik op de bureaustoel trouwens. Nee, nou maar over het bureau heen wel. Ja, van mijn moeder geleerd. Oké, Brandoes. En tot zover het onderwerp. How where to put my fingers when the school is on. Ja. Chick, bakken worden. Hey, hoe gaat het? En, Chromo, komt Bob en Teun ooit terug? Iedereen wil het. Nee, niet iedereen wil het. Daar gaat het al fout. Niet iedereen. Er zijn vast mensen die willen dat Bob en Teun terugkomt. Maar niet iedereen. Maar we gaan ooit nog een Bob en Teuntje opnemen. Dat is één ding wat wel ooit gaat voorkomen. Maar wanneer? Poh. Mij een vraag voor jou, een vraag, maar misschien volgende maand. You never know. Ja. Maar het zou zo kunnen. Maar, GamePro! Niet, zei ik, maar het is GamePro NL. Ik dacht GamePro niet.
Leek op kleine letters een I, maar nu zie ik in één keer GamePro NL. Dus je bent een Belg, dat is leuk. Dankjewel voor je donatie, super bedankt voor je support, man. Thank you so much. En op een dag komt hij. Op een dag komt hij. Chromo werkt hard wegrennen voor een toets ook. Nou, weet je wat het is? Je hebt jezelf er altijd mee, hè? Als je niet leert, dan moet je of gaan Twitch streamen. Ja, maar dat is gewoon kloten. Heb je altijd onzeker leven, is helemaal niet leuk. Dus je kunt beter gewoon leren, naar school gaan, je ding doen, niet wegrennen. En dat. Rob en Teun zou ook leuk zijn. Rob en Teun. Rob en wat Teun. Wat leuk. Ja, heel leuk. Ik wil Piet en Greet. Piet en Greet. Piet en Greet. Ja, ja. Nou is genoeg, ja. Piet en Greet. Nou, wat dachten jullie van een roleplay met Mark, jongens? Dat wordt toch fantastisch? Mark? Jij bent een vlugge jaap, ja? Oké. Mark, er komt nu politie aan. Wat moeten we doen? Je weet dat roleplay niet mijn ding is. Mark, er komt nu politie aan. Wat moeten we doen? Oeh, nou, wat krijg jij, Mark? Ik ga lekker de bak in. Wat ga je doen, Mark? Ga je bakken? Ga je de bak in? Wat is de bak in, Mark? Wat ga je doen? Ja, dat maakt niet. Ik kom er niet meer uit, hoor. Mark! Ik versta geen Chinees. Nou, dan word je dus een bal gehakt. Heb jij een bal gehakt, Mark? Nee, jij. Nee, Hans, had ik het wel gevraagd aan jou. De laatste bitch voor deze avond. Je bent een topstreamer, ga ze door. Joey Gamer, dankjewel man. 2022, je bent de jongste kijker die ik heb. 2022 is echt wel heel jong. Shit man, ben je... Ja. Je had mijn dochter kunnen zijn, Joey. Ja, dat had gewoon gekund. Leeg! Ja, dat weet ik. Dan gaat hij vanzelf kaart rijden. Komt goed. Maar, thank you so much voor je support, Joey. Dankjewel man. Oude knoppen. Als je uitstapt, ja, moet je ook... Godverdikme. De motor. Ja, dan moet je de motor ook weer uitzetten. Is dat enter? Ja, is enter. Enter is motor uitzetten. Enter is motor uitzetten. Oké, nou dan weet ik dat. Dankjewel voor je tip. Dan kan ik wel goed tippen voor een nuljarige. Ja, nou ja, weet je. Ja, eigenlijk wel ja. Waarmee koop je juf goed mee om? Trillende fluit? Nou... Ja, je kunt een panfluit doen, maar... Weet je, ik zou sowieso nooit met de juf zijn fluit gaan spelen. Tenzij het leren ontzet is. Leren ontzet met penen en is... Penen, wat zeg je nou, Mark? Penen en ui. Penen en Nee, zeg het even op zijn Leids. Penen en Wat? Ja, nu zeg ik niet meer. Ja, dan kunt u nog één keer zeggen, man. Kom op, nou. Als je terug gaat stapelen. Ja, wat interesseert mij dat je aan het stapelen bent, Mark? Kom op, zeg het nou even. Wat landbouwkalk inschaffen. Inschaffen? Aanschaffen. Peen en E? Of A en Peen? A en Peen. Wat is het nou weer, Mark? A en Peen? Peen en A. Peen en E. Dus je hebt pijn aan je huis, Mark? Nee. Oh ja, dat zeg je net. Ik heb pijn aan mijn huis. Nee, dat is Leids. Dat is niet Haags. Ja. Chromo Haley is je jongste fan. Ja, ik weet niet of ze zo fan is van mij, eerlijk gezegd. Ze wordt nu al moe van me, hoor. Ze denkt wel eens van, ach, die gozer ook weer. Shit, heb ik zo'n vader, serieus? Waarom moet ik daarmee doen? Ja. heb je 8 miljard mensen op aarde waar ik geboren kan worden, weet je wel? En dan word ik bij hem geboren. Weet je wel? Dan denk ik, ach. Van alle plekken, weet je wel, zit ik hier. Nee, als je moet nablijven is het gewoon je eigen schuld, Mitch. Krijg de pleuris en blijf lekker na. Neem wel gewoon chips mee, zodat je gewoon kunt chillen. Waarom spelen jullie nu op deze nieuwe server? Wat is er veranderd? Harm? Er is niks veranderd. Alles is hetzelfde. We hebben alleen ons geld laten bestelen door... We hebben gegeven aan het goede doel. Belastingontduiking noemen we dat ook wel. Ja, dat is ook zo, inderdaad, Brian. Terugpakken. Mutnees, dankjewel voor je follow. Mark, lukt het allemaal een beetje? Ja, iets met stapelen. Nee, stapelkorting werkte niet, Mark.
Kom maar, hoe is het? Moonshine. Ouwe, wat is het? Wodka, whisky? Wat is moonshine ook alweer? Whisky, toch? Whisky. Ja, nee, is toch geen whisky? Nee, wodka. Nee, hoe heet die meuk? Jenever. Moonshine, kun jij het even uitleggen, want het is jouw naam. Kun je eens Shadow of the Tomb Raider spelen? Nee, denk het niet. Shadow of the Tomb Raider is niet mijn soort game, gok ik. Goedenavond, nou, Rockworst. Hallo. Ik moet altijd nablijven tafel schoonmaken. Moet je gewoon met je tong doen. Is goed voor je. Zelfgestookte whisky, bourbon en jenever. Zie, nou, dan hadden we het allemaal al gelijk. Ja. Behalve wodka, wat ik zei trouwens, maar dat is ook een beetje dom. Ik zat een filmpje te kijken op YouTube van hele grote dure huizen die je nooit in je leven kan aanraken al. Je kopen sowieso niet, maar ook niet aanraken. Waarschijnlijk kun je niet eens in de buurt komen. 230 miljoen of zo. Wat? Ja, 130 miljoen, 230 miljoen in LA. Gaat nergens over. Maar goed, ik zat er kijken, dat zag ik staan. Dan ga ik eens kijken. Daar had een gozer. Had een vodka room met ijsmuren en ijstafels. Had hij maar gemaakt. En ik dacht echt van, holy shit. Dat je gewoon een kamer laat maken die dan sowieso aan stroom al 20 euro of 30 euro per dag kost. Ja, die gasten boeit het allemaal geen ene kloot. Als je 130 miljoen voor je huis kan betalen, kun je die 20, 30 euro per dag ook extra. Maar ja, ik wil, Jos, gooi hem erin. Maar een vodka room, echt vet. En dan had ze zwembad zo en dan keek je zo over de berg zo uit de stad van L.A. En dan ging er in één keer gewoon een mega tv omhoog. Gewoon net zo groot als heel Mark's huis. Dat is groot. Ja, dat is best wel een joekel. Is game again, kun je dat zeggen wat jouw game is? Jawel, ken ik Tomb Raider. Dat is waarschijnlijk precies wat ik denk wat het is. Want pas zei je me dat ook al, toen heb ik dat al gegoogeld. Weet je wie er goed met geld komen kan gaan? Marco Bussato. Hij let wel op de kleintjes. Hoe gaat het eigenlijk met Marco Bussato en Ali B? Doen die nog wat nuttigs in hun leven of zijn die met pensioen? Geen idee. Hoe is het met die jongens al? Of gaan die volgende week een tv-programma beginnen weer? En dan is iedereen het weer vergeten natuurlijk. Waarschijnlijk. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Gaat het een beetje goed met die gasten? Ik heb... Ik zal hem even appen. Ja, app hem even, ja. Nou, is de kinderen aan het ophalen. Oh, is de kinderen aan het ophalen, hè. Zul je net zien. Die twee zitten nog altijd in Dubai. Met z'n tweeën ook gewoon. Hoe noem je een koe mijn geld? Doekoe. Ja, nee, die grappen zijn allemaal voorbij gekomen. De standaardgrappen, die kennen we. No worries, wij kennen alle grappen hier. Ik stream wel eens vaker, zeg maar, en dan komen er wel eens grappen voorbij. Dat ik denk, oh ja. Ja, tuurlijk, maar Tomb Raider ken ik gewoon. Serkaas. I know Tomb Raider. Ali bij het Nederlands zou vertrekken. Oh. Hey Rob. Maar in Dubai heb je geen last. Ik heb je schip laten liggen hier. Wat? Is die mijn schip? Gold Digger staat erbij, dus die is wel jouw schip. Huh? Wat? Nee. Ja, dat er een schip ligt. Een schep, geen schip. Oh, een schep. Jij zei schip. Klopt. Jij zei schip. Schep. Ja, je zei schip, joh, Mark. Wil je vechten of zo? Kom dan, ik rij je land kapot, joh, met mijn voorwiel. Ja. Ik ga twee suikerbieten van je kapot rijden. Kom op, niet maken, bezat als oppas. Oh, hij mag voor mij best een keer oppassen, hoor. Ik denk dat het allemaal wel meevalt, namelijk. Ali zit in Marokko en Marco in Dubai. Oké, nou lekker toch. Lekker je ding doen. Jong geleerd is oud gedaan, zo is dat. Nee, ik denk dat het allemaal nog wel een beetje meevalt. Ik was er niet bij, je kunt het natuurlijk nooit zeggen. Maar op tv word je al wel snel, als je al een kaars tussen de benen doet, dan word je al geboycott van tv. Ja, kom op man, weet je. Marco, prima. Ja, hij is nog steeds populair, die Marco, hè. Hij blijft maar weer komen, die Marco. Dan is hij weg in Dubai, maar dan heeft hij toch nog weer alles voor elkaar.
Nou, inderdaad. Er zitten 3 mensen op een fiets. Hoe heet de middelste? Rob. Ja. Wie zit er voor Rob en wie zit er achter Rob? Ja. Hoe heet de middelste? Ja, je hebt hem ook fout gezegd. Er zitten 3 mensen op een fiets, hoe heet de middelste? Dat is niet goed, hè? Nee. Er zit iemand achterop en iemand voorop. Hoe heet de middelste? Ja, ja, er zit iemand voorop en iemand achterop. Nu kun je ook bovenop hebben. Nou ja, kan wel, maar... Maar welke man kijkt er nou niet naar kontjes? Nou, Mark kijkt niet naar konten natuurlijk. Mark kijkt alleen maar naar piepies bij de barman. En Mark is Tieteman, hè? Dus, ja, vooral bij de barman. Van die anabole borsten. Van die man boobs. Van die gespierde Defcon 1 borsten. Ja. Ik kende Marco niet eens dat hij op nieuws was. Nou, ik moet eerlijk bekennen, vandaag is Rood het eerste liedje ooit wat ik heb gedownload op mijn laptop. Van Marco Bassato. Hey Marco. Ja, illegaal gedownload trouwens. Dus op LimeWire. FBI, open de deur! Ja. Oh, nee, het was maar 1 liedje. Ja, kom op man, het was Marco Bassato. Oh ja, het was Marco Bassato. Oké, okay, nou laat maar zitten, dan gaan ze weer. Pam, 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 pam. Moeten die vrouwtjes ook maar niet zo schaars gekleed rond gaan lopen? Nou ja, zeg. Dat vind ik dan weer. Ja. Nee, Rob, zeg het maar gewoon. Nee. Nee, maar ik wil ook gewoon een keer jouw linkse kant een beetje horen. Mijn linkse kant. Link. Ja. Oh, dus als iemand een kort rokje aan heeft, dan moet het maar gelijk. Mag alles. Natuurlijk. Ja, dan moet ik even met mijn dochter gaan praten dat hij dat niet meer doet. Nee, maar je snapt wel wat Brenners bedoelt. Sommige vrouwen lopen er wel bij dat ik denk van ja, come on man, dit kan niet. Nee, maar dan hebben ze ook al vaak een dikke lading make-up op. En plastic bag. Dan oké, okay, maar als iemand gewoon een strak topje of zo aan heeft. Ik heb ook wel eens een strak broekje aan, dan word ik ook toch van niet gelijk verdacht. Nou, hallo. Wat zeg je nu? De volgende keer zou ik een strak broekje aan doen. Nee, doe maar niet. Oh, zo'n gele Dries Roelvink. Nee, doe maar niet. Oké. Okay. Ook niet als ik mijn bikinilijn scheer? Nou, dan ga dan. Nou ja, oké. Misschien nu ga ik er anders over denken. In Amerika lopen ze in bikini. Ja. Ja. Maar dat maakt ook niet uit. Maar sommige mensen die. Hey! We zijn 3:07 verder. Ja, er is 1 liedje bijgekomen. 3 minuten meer. Lekker hè, Brendus? Oh. Brendus left the server. Sorry hè, Brendus. Het spijt me, maar dit liedje is zo lekker. Dit is toch het opkomstnummer van Rob. Huh? Dit wordt jouw opkomstnummer, hè? Nee. Jee. Nee. Mark, jouw opkomstnummer. Jee. Mark. Ja, Mark. Into the wild. La 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 la. Het is zeker rustig. Het is altijd gewoon gezellig, relaxed, rustig, weet je wel. Rust en vrede, dat is wat we willen. Tonight! Brendos! Rust en vrede is wat we willen! Kak, ik rijd mijn veld als grond. Ja, dat hebben we helemaal gedaan. Sorry. Maakt niet uit, ik ben het andere veld al aan. Maar 1 veldje is goed. Brendus, dankjewel voor je 2-5 drop. Ik heb voor jou het nummer even teruggespoeld en hem wat harder gezet. Gaan we nog een keer. Into the wild!
Na 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 na. Even wat anders uit Brandoes. Nou, dit is wel genieten, hè. Maar omdat jij dit hebt gedaan, zal ik je uit je lijden verlossen. Volgende liedje. Ja. Ja, I'm ready for this. Yeah, yeah. Yes. Ja, Brandoes, thank you so much for your support. Mag een hartje in de chat hier voor Brandoes. En een applausje. Van Mark. Mark? Ja? Hoe is het? Goed. Hoe gaat het met je wereld? Heb je allemaal mooie dingen gebouwd? Wat voor wereld? Een of andere Teletubbies die naak rondlopen geiten te ketsen. Wereld. Oh, die. Nee, Farming Simulator, Mark. Ja, ik ben dan bezig. Ja, nee, maar gaat het goed? Heb je wat leuke dingen gemaakt? Ja, er staan nog wat dingen. Kai, ik ben 22. Gaat het al beter? Je hebt al dingen, Mark. Ja. Oh, je hebt al dingen? Ja, sowieso. Wat voor dingen? Genoeg. Drugs? Nee. Ja, je zei dingen, dat kan, hè? Maar ja, er is even wat kalk overheen gegaan. Heb je even wat kalk? Oh, noem je kalk. Ja, ja. Ah, snuiven. Ja, ja, ja. Tuurlijk, Mark. Hè? Laat je baas maar niet horen dit, hè? Ik denk dat ik toch even een nummertje terug ga spoelen nog. Want ik vind Into the Wild, ik moet hem toch even afhoren of zo. Ice White 5M? Volgens mij vind jij 5M niks aan, hè? Het staat aan je naam. En dan zou ik het voor jou niet meer spelen. Chromo, ik heb een raket gekocht. Maar die is gestolen door mijn oma. Hoe lang moet ik nu nog fietsen? Ja, dan moet ik gewoon het topje van je lul eraf hakken en dan vervoelen. En dan kijk je naar die rimpels die erin zitten en dan kun je het uitlezen. Dat heb ik ooit geleerd bij een sterrenkijker, deskundige. Spirituele edelsteen moet je nog wel in je andere hand palmen houden terwijl je het doet. Ja. En je moet naar het noorden kijken. Ja, mee eens. Nee. Songfestival is bij. Ah, Songfestival. Ik mis het wel, hoor. En natuurlijk een terechte winnaar. Oekraïne, goed gezongen. Veruit de beste. Ik had vorig jaar, voordat de oorlog begon, dacht ik al van, nou, die gaan sowieso winnen. Van de laatste plek. Ze kunnen wel eens één na laatste worden. Zou het niet een compleet doorgestoken kaart zijn? Het is niet doorgestoken kaart, het is gewoon dikke bullshit. Ja, maar dat de mensen allemaal medelijden hebben en dat ze daarom voor Oekraïne hebben gekozen. Ja, tuurlijk. Ze stemmen niet omdat ze zo goed konden zingen. Ja, ik heb het niet gevolgd. Dit nummer ga je ook niet op de radio horen, zeg maar, zoals Duncan Lawrence. Nee, dat ga je niet horen, zeg maar. Ervaring in Chromo Big Dietje. Nou, nee, ja, soms wel. Beetje voor de lol gewoon. Nou, in verveling moet je dingen gewoon doen, hè. Trip to Valhalla is het liedje, inderdaad. Brandoes, dankjewel voor je onderbit, jongen. Heel leuk, Oekraïne heeft gewonnen. Maar hoe willen ze daar gaan vieren? Nou, Nederland die geeft ze gewoon op en dan gaat hij van jouw belastingcenten nog zo'n kansloos evenement houden in Nederland. Oh, yeah. Ja, is toch leuk? Maar die Zelensky die zegt, we gaan het 100% zeker houden. Ja, joh, maar misschien hebben ze al gewoon een einddatum gepland voor die oorlog. Ja, de gasprijzen zijn nu omhoog, jongens. Ze hebben genoeg zonnepanelen verkocht. De oorlog is voorbij. Dat zou ook nog kunnen. Je weet het nooit. Dat is net voor Songfestival, dan is het voorbij. En dan dik optreden daar. Poetin als hoofdgast. Ja, we zijn weer vrienden, jongens. Een dikke manen. We hebben gisteren een borreltje gedronken. Oh, dan lach ik heel. Mooi. Maar het nummer van Oekraïne was matig. Ik denk dat het hele Songfestival behoorlijk matig is. Als je valse noten wil horen, moet je het Songfestival gaan luisteren. Alleen wel mijn jeugdband zat erin, hè. Voor Finland. De Rasmus. Oh, de Rasmus. Ja, dat was... In the shadow. De Rasmussen. Ja, dat zou best kunnen. Dat was vroeger een leuk bandje, maar ze zijn nu allemaal oude lullen geworden. Dus het leek net of ik naar Rob zat te kijken, die met een sportief kapsel. Ik was vroeger ook een stuk sportiever, inderdaad. Nee, jij bent nu veel knapper. Nou, weet jij niet. Jij wordt alleen maar knapper. Ik heb jeugdfoto's van je gezien. Nou, ik hoop het niet.
Ja, was je vroeger knapper dan nu? Want ik vind je nu al best wel uitmuntend uitsteken. Jongen, vroeger jongen, het was 10 keer beter. Echt gewoon de hotboy van de street dus? Ja, man. Toen ik Mark's leeftijd had, keek ik niet alleen. Nee. Nee. Was het ook even voelen, zeg maar. Gewoon. Ja, tuurlijk. Als je dan een lekkere bartender zag, dan... dacht je wel even voelen aan die man. Even voelen. Songfestival is niet echt mijn ding, even zacht gezegd. Nou ja, ik vind, je kijkt gewoon naar... Nee, het gaat nergens over. Nee, het is verschrikkelijk. Iemand tips voor zonnesteek? Ja, schaduw. Niet in de zon gaan staan de hele dag. Of een pet opdoen. Daar heb ik hem nu ook voor. Ik heb de zon die schijnt nu nog. Ja, wel achter het huis helemaal al. Maar een pet op, dat scheelt een stukje. En zonnebril helpt ook. Veel drinken. Ja. In die kaart te kijken had weinig zin om Songfestival te kijken. Ja, nee, ja. Het is krikkelijk. Wat voor figuren daar aan het zingen zijn, ik weet het niet. Hey figuur. Hey, wat zeg jij, Mark? Hey figuur. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, jij bent toch zo'n raar figuur? Nee, Songfestival had het over. Maar jij begint uit het niks. Hey figuur. Wat is er met figuur? Figuurzaag. En jij? Wie? Jij ging toch figuurzaag met Rob? Mark, ben je dronken, Mark? Nee. Mark is dronken, jongens. En je whisky op? Nope. Heb je geen bier op? Jawel. Is je ipaatje al leeg? Nee. Nou, even doordrinken, Mark. Kom op. Pak er nog even eentje, Mark, jij? Ja, dit is gewoon een speciaal biertje. Ik heb niet allemaal ipa's. Nou. Heb je vaak last van de zomer dat iedereen naar je sixpack kijkt? Nou, doe ik gewoon mijn pet af en dan zien ze een witte bol, soort engelhoofd. Die licht geeft gewoon. De zon is er niks bij. Dan heb je een zonnesteek, weet je, dan moet je ogen dicht doen. Zo doe ik dat altijd. Een soort spiegel, weer kaats ik het licht zo en dan verblind ik iedereen. Ja. Gewoon wat vind je MotoGP? Vind ik vet. Ik vind MotoGP echt vet. Ik ben een paar keer in Italië geweest, 3 keer of zo. Alleen, ik volg het nooit. Ik kijk wel naar de tussenstanden en zo, dat soort dingen. Maar ik verder... Ik kijk af en toe wedstrijd. Dus ik heb een account van een mate waar ik op kan gaan en kijken van Jingo. En ik heb zelf ook geen tv. Dus dat is top. Het zit tegenwoordig allemaal achter betaalmuren. Ja, ik ga het niet betalen. Mooie halo boven je hoofd. Ja, nee, ja, ik bedoelde wat anders, maar zoiets kan ook. Dus dat is nice. Ik heb geen rood haar, Brendus. Nee. Nou, over TTS'en. Oppas ja? Voor brandweer, jongens. Wat dan? En die ging nog een motorrijbewijs doen? Ja, die moet hem eerst nog halen. En dan moet hij dan zijn motor in elkaar zetten. Dan koopt hij eerst 3 schroefjes. En die raakt hij dan kwijt. Ik ben serieus aan het volgen. Ik ben het sinds dit seizoen serieus aan het volgen. Oh, MotoGP, ja, ja, dat is vet. Ja, er gebeurt van alles. Toch iets van een mooie kaart, maar ja. Wanneer ga je meedoen met Boer zoekt vrouw, Mark? Vraagt iemand. Nou, dat is niet... Welkom bij het nieuwe programma Pixelboer zoekt vrouw. Ach. Ivan, dat was een korte, hoor. Dat was een korte. Duidelijk niet, denk ik. Nee. Jammer. Yo. Ja, oh, zo. Iedereen verwijdert het ook. Wat gebeurt hier allemaal, jongen? Mark is actief. Mark, wat is dit, man? Ja, ik stond hem stil. Jeetje, iedereen is gewoon als een hongerige kat zit Mark te wachten tot iemand kan bennen. Verwijderen. Ik weet niet zomaar, hè. Verwijderen bericht. Ja, lekker. Die machtgevoel houdt Mark van. Ah, lekker iemand. Verwijderen. En dan die machtspositie, daar houdt hij van. Hij voelt zich dan net Hugo de Jong gewoon niet aan. Staat bij zijn speech gewoon. Zo'n dominant mannetje. Ja. Mark heeft alweer zijn andere gekleurde schoenen aangezet, hoor, die Mark. Oh, niet Mark? Nee. Gekleurde slangenleren schoentjes?
Hé, hey, kan nog gewoon even niet. Hé, hey, mondkap is deal. Let's go. Money, money, money. Je hebt zelf Lucas een berichtje verwijderd, Mark. Hey, heb je Lucas berichtje verwijderd? Mark, wat is dit, man? Dat is mijn fout. Nou, Hugo maakte ook wel eens een foutje dat hij 5 miljard kwijt was. Maakt niet uit, Mark. Kan gebeuren. We vragen er helemaal nooit meer naar. Ik bedoel, 5 miljard. Wat is nou 5 miljard? Hoeveel mensen kun je daarvan betalen in Nederland? Ja, hebben we het dan over het hoge personeel of over het lage personeel? Nee, gewoon ons, de middenklasse. Oh, de middenklasse. Ja, ja. Daar kun je heel wat mensen van betalen. Hoeveel belastingkorting kunnen we krijgen? 5 freaking miljard. Jij denkt dat we korting krijgen? Nee, nooit. Maar als die 5 miljard niet kwijt was... Goedenavond, mensen van het goede leven. Hallo, Betters Boterkoek. Oude knoeper. Modaal is 2500 per maand. Bruto of netto? Bruto, denk ik, hè? Dat denk ik bruto, ja. Is het veld nog steeds niet klaar? Jawel, Remco is helemaal af. Dat zie je toch? Het is al gegroeid. Dit is al de derde ronde die we eroverheen gooien, jongen. Dat is die aardappelen koppen. Ja, Luca is je gewoon aan het stimuleren, Mark. Ik weet niet waar jullie het over hebben, maar ik denk over de liefde als ik het zo... weer leeg, het laatste stukje ook weer. Er zit een klein tankje op dat ding. Ja, dat is top. Ik heb me net... La. Oké. Ja. Ja, nee, dat is goed. Ja. En dat laat jullie allemaal staan? Wat? Salala, wat is een lala? Misschien heeft hij wel zijn la uit de kast eraf getrokken. Oh, Malala. Ja. Malala. En ook dacht op Malala lala. Op lala lala. Michael Masi, no Mikey, no Mikey. That's not right, Mikey. Masi. Talita weet wel wat lala is. Ja, Talita, die weet wel raad met een lala. Maar niet Talita. Tinky Winky. Tinky Winky? Ja, Pinky Pinky. Pinky Winky. Oh, nou leg je balletje bij mij. Is goed, Zwolle. Ja, hier, kijk. Ja. Goed bezig, hoor. Gaat goed, Mitch. Gaat goed. Everything is fine. Pretty fine. It's alright. Hoe lang ga je nog door? Is Michael Masi? Weet ik niet. Ik wil eigenlijk het veld wel even af hebben, zeg maar. Dat is toch wel fijn, hè? Gewoon weet je, dat je in etappes werkt. Maar dit veld gaan we wel in twee splitsen de volgende keer. Want, man, als je 3 uur bezig bent met zo'n veld... Dat is lang. Doe je zelf. Ja, gelukkig wel. Jij zou me nooit komen helpen, Mark. Of jij nou een contractje geeft? Ja, Mark, dan kun je jou een contract veld aanbieden. Lijkt je dat leuk, Mark? Moet ik weer met jullie in en ding. Nee, dan is alles op. We bieden jou een contract aan, dan kun je ons helpen. Betalen wij jou fair and square uit. Ja, voor het grote veld, om die even te cultiveren. Ja. En stenen verwijderen. Ja. Gewoon even één veldje, Mark. Stenen dumpen. Wil je even één veldje bij ons doen, Mark, voor een contractje? Ik denk niet dat dat kan. Ja, dat kan. Okay. Oh ja, hoor. Ja, zeker kan dat. Zeker hypotheker. Brendus, die zou het graag willen doen, maar die heeft geen geld. Nou, Mark, je krijgt 10.000 als je dat veld even doet. Mark? Ja? 10.000 krijg je voor dat hele veld. Deal? Heb je 10.000 erbij, hè? Hier, Brendo zegt, ik wel. Niet flirten met Rob, hè? Oh! Dennis, die zit gewoon met één oogje toe te kijken, hè? Of niemand aan zijn Talita zit. Of Talita natuurlijk, een andere. Talita, zit je nou onder de duim bij Dennis? Wat is dit nou? Ik dacht dat jij de broek aan had. Wat is dit nou? Ik ga er vandoor, Altaars. Hey, Bitse Brent, succes jongen. Doe ook even kip mij nog. We hebben geen tijd vandaag, man. Is er nu vegan Ben & Jerry ijs? Jongen, binnenkort kun je een vegan bureaustoel halen. Dat gaat nergens meer over. Het is ook gewoon marketing, hè? Nou ja, lekker sojabonen vreten. Lekker. Heb ik een rok aan?
Nou, Dennis, wat jullie in je vrije tijd doen, viel niet te delen hier. Ik bedoel, als jij ook, ja, wat doen, dat kan natuurlijk. Hè. Ik bedoel, non-meubilair tegenwoordig, alles kan, alles mag. Misschien vindt Talita dat ook wel leuk. Ja, je weet het niet tegenwoordig, hè. Tegenwoordig kan alles, Dennis, dus feel free. Live your own life. Wanneer farming? Hey, Kaas Knaddeltje! I will put my finger right up your ass if you ask this one more time. I don't like this shit, okay? Me not like this. It's very not good. Nee, Talita, dat werkt niet, hoor. Nee, nee, nee. Nu heb je het verknald. Dennis is boos. Ze lachten wel om, Dennis, dat je naar elkaar... Dus, oh, daar is hij. Nightbot was een beetje sloom. Mark? Ja? Hoe is het? Wat? Wat ga je morgen eten, Mark? Wat ik morgen eten? Ja, lekker gezond. Even een keer lekker wat gezonds, Mark, morgen. Nou, kijk wel eventjes, kijk wel even. Morgen avonddienstje? Avonddienstje? Nee, vrij. Oh! Dus je gaat even gezond koken, gewoon uitgebreid morgen? Denk het. Wat ga je eten? Dat weet ik nog niet. Wat dacht je van rode bieten? Tenicht. Nee, ik weet nog iets anders, maar nou ja, dan moet ik even gaan kijken. Ja, niet hoe meteen pizza en kebab, Mark. Nee. Ja, nee, iets anders, maar dan moet ik even kijken hoe duur ze zijn. Ja, wat ga je halen? Wat is wat anders? Asperges. Wist je dat je pis daarvan gaat stinken? Ja, maar Mark die gaat niet aan zijn eigen pis ruiken. Asperges met een lekker zalmpje erbij. Geld zat in, Mark. Nou, kijk even of ze naam in zijn, dat is het punt. Is goed, wat moet je doen? Dat is nu heel goedkoop, hoor ik. Ja, want binnenkort komt de haring weer. Ah, de haring, Mark! Hook ride. Nu heb ik zin in kapsalon. Ja, Brian, dit... hebben wij een quad? Ja, die heb ik gehaald zodat je even snel heen en weer kan... tussen de mine en... Oh ja, we moeten de mine nog even bekijken. Ja, dus als je daarmee rijdt, dan ga je tenminste 100 en zoveel. Oh, donders. Oh, dat ding slipt wel trouwens. Oh, wacht even. Zo. Die motor nog laten lopen. Ja, daar, ik heb hem uitgezet. Welke dagen stream je? Kijk naar de streamplanning zou ik zeggen. Donderdag darten. Maandag of dinsdag GTA. Oeh, en we hebben ook een dikke sputter. Nice, Brennoes. Stinken niet normaal. Wel lekker ham, ei, Hollands saus. Oh. Hey, Roppie. Ik zei toch een slip te beetje. Brendus, dankjewel voor je 100 bits, man. Ja, dat ding glijdt als een malaier. Even kijken hoor, even naar de map kijken, jongens. Waar moet ik heen? Waar is de goldmine? Dat is deur. Daar, ja. Hoe kan ik dit nou weer activeren? Dat moet je voor mij op die andere kaart doen. Je zit nu op de... Je moet eentje omhoog nog. Oh, kak. Ja, zie het. Locatie markeren. Ik moet deze berg op, jongens. Here we go! Come on! Oh, jee. Oh. Hoppa! Met de vlam in de pijp scheuren wij naar het, weet ik veel wat, goldmine. Nou, dat is niet echt de meest ideale route naar de goldmine, Rob. Ja, met een kwart red je het misschien nog, maar met je andere voertuigen red je het niet, kan ik je vertellen. Nou, ik kan je vertellen, ik red het ook niet. Oh. Nou, misschien als ik hier net een aanloop kan nemen. Nee, het gaat hier veel te stel. Oké, rustige verkeer hier. Oké, here we go, jongens. Dit is dus ons veld. Nou, Rob, je moet nog even. Daarom zeg ik al, voor 10.000 euro mag iemand hem doen, hoor. Ja, mag ik gaan voor 10.000 euro doen. Oké, ik moet omrijden, want dit gaat niet goed. Oh, nee. Oké, in één keer omhoog. Kom op. Ja. Yes! We got him, boys! Sorry Rob, een klein beetje schade kan gebeuren, niet treuren. Dit is gewoon, dit gebeurt soms. Ik haat treinen. Ik haat echt treinen in dit spel. Kan er iemand hem klippen met trein?
gaat fout. Dank je. Timing. Ja, ik heb altijd pech met die kaktrein, jongen. Was dat net ook al? Ik ga even met honden door de bomen heen rijden. Dat is wel verstandig. Oké, jongens. Even goed de focus houden. En dan komt alles goed. Wow. Oké. Je kunt ook de trein pakken, Rob. Weet ik niet of je die kan pakken. Omdat jij er al bent? Nee, je kunt gewoon op de kaart klikken bezoeken. Daar komt hij nu mee. Waarom hebben we deze quad dan gekocht? Dat is ook weer waste of money geweest. Op jij ook altijd weer. Laat even rijden en gaat zelf. Tjonge heer. Oh, 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 oh. Oh jee. Dat was een afgrond. Ik raak geen één boom. Ik drift overal tussendoor, jongen. Waar ben je dan? Oh. You killed you, daar ben ik dan. Oh man, dit is echt een mega burg. Oké, dit is dirt. Dirt? Wat is de burg? Smaakt naar kurk. Ik smaak naar kurk. Maar even, ik snap er even helemaal niks meer van. Waar ben je? Ik moet naar rechts gaan. Ja, ik smaak naar kurk. Ik proef kurk. Proef kurk. Waar is die zaad? Waar is die zaadmijn? Oh, hier. Oké, let's go. Ik zie de trein. No, this time not. Ja, wie zet er ook weer een boom hier neer, jongens? Ja, daar rijd je zelf tegenaan. Ja, nee, die boom die groeide daar in één keer keihard. Moet je hem even opzagen? Yo, Roppie! Yo, yo! Hier is de gold mine. Nou ja, dit is de gold wash plant. Ja. En dan heb je... Oh, shit, joh! Oh, dat is water. Ja. Even kijken waar je dan de gold zelf hebt. Ja, daar denk ik, of niet? Oké, dus hier wordt al het goud gewassen. Ja, en dan heb je de gold zit daar, die kant waar je nu heen rijdt. Ja, in die muur daar. Ja, dat is het vertekende beeld, zeg maar. Ja, dus dit is de gold mine. Ja, dit kun je gewoon standaard gewoon pakken. Maar dit zand moeten we weggraven. Ja, dit moet je allemaal weggraven. En daar zit goud in. Daar zit dan weer goud in. Maar als dit op is... Dan hebben we de terraform optie nog. En dan kun je gewoon normaal alles weggraven. Ja. En dan geef je gewoon aan dat dat B-dirt is, zeg maar. Dus dan kun je dat gewoon zelf alsnog helemaal weggraven. Maar als dit allemaal weg is, dan is het klaar. Nee, want dan kun je nog meer... Je kunt gewoon het hele terrein weggraven als je wil. Oh, je heel die berg? Ja, als je wil wel. Dan kun je een tunnel maken. Dat weet ik eigenlijk niet of dat kan. Dat is vet, jongen. Dan maken we gewoon de Boring Company. Dan moeten we even kijken. Maar dit is dus om te wassen. En dan vervolgens kun je het ook weer naar een andere fabriek brengen. En ja, deze is nog niet van ons. Dus deze moeten we dan nog... Wat is dit nou voor lopende band? Dit kreng dat werkt op diesel. Ja. Dus je moet af en toe de diesel bijvullen. Oh. Oh, dat is top. Maar daar hebben we zo'n Shell ding voor, hè? Ja, die had ik er speciaal voor in gedaan. En dan zit hier. Oh, hier lekt het een beetje op. Ja, ik had er ook last van. Oh ja, nou, misschien omdat ik in de molen zit. Ja, ik loop op die machine hier, maar. Ja, ik zit in de machine vast. Rob? Ja, nu ben ik. Oh, dit is Spacey, jongen. Holy moly. Oh. Oh ja. En hier komt dan zijn steen. Nou ja, hier komt dan het restafval terecht, zeg maar. Ja. En als het goed is, moet je dan ergens anders, volgens mij is dat gewoon hier, denk ik, het goud erop halen, opscheppen. 400.000 kunnen we dit kopen. Okay. Hebben we niet. Nee. Maar we moeten die grond kopen voordat we daar kunnen graven, hè? Ja. Dus wij moeten deze grond kopen en dat is 550.000. Ja. Dus we moeten nog heel even sparen. Ja. Maar dus hebben we dit land om even op te boeren. En aan deze berg gaan we onderdoor graven, kunnen we een tunnel maken. Nou, dat is wel vet, toch? Dat is wel fijne avond, Dennis. Doei, Dennis. En dan kunnen we een tunnel maken hier om de deur. En dan ben je aan het zoeken en dan word ik aan de deur. Nou, dat is echt wel machtig mooi, vind ik. Ja. Ik heb geen kabrein ervan.
Brandus. Oh, ik doe even de handslag. Even de ratslag. Zo. Ik ga er vandoor voor een avond, hey, UFO-piloot, tot de volgende keer. Ik zie eerst het chatbericht en doei. Ja, meteen wegwezen gewoon. Daar houden we van. Flink aan boeren. Nou, we gaan een goldmine maken, dus dat is vet. Maar we moeten nog heel even sparen. Maar nu goed en wel vet dit. Ik had verwacht korte clips, interview van Rob en samenwerken met jou. Maar nu goed en wel vet dit. Ik verwacht nu ook een korte clips, interviews. Oké. Okay. Ja, dit wordt Dukstad gewoon, Remco. Rob en ik hebben straks die millies. Dikke millies gewoon. Echt gewoon niet normaal. Hier, nog een bonk dik dirt. Ja, en in principe is dat allemaal wat je gewoon standaard kan minen met elk voertuig. Ja, en dan heb je weer speciale mines of speciale voertuigen voor echte landschappen te graven. Ja, waar je dus het landschap helemaal kan aanpassen, zeg maar. Ja, ja, dat is wel echt dope. Dat staat in ieder geval in de Discord voor degene die op de server spelen, staat welke voertuigen je het land kan bewerken. Ja. Ah, dat wordt gaaf, jongens. We gaan dikke bonken goud binnenhalen. En rap. En snel. En snel. Oh, this is niet goed. This is niet goed. This is niet goed. Oh boy. This is niet goed. This is still good. Even een kickflip. Oh, netjes. Zo. Ja. Waar ben ik? Nou moet ik die kant op. Geen trein? Nee. Even oversteken. Oh. Gaat goed. Pas op voor de trein. Ja, nee, ja, klopt. Maar ik weet er nu van. Dus we moeten om die berg heen rijden. Nee, dan kunnen we natuurlijk het beste gewoon er dwars doorheen gaan binnenkort. Gewoon door de berg heen. Gaan we gewoon weggraven. Kijken of we een tunnel kunnen maken. En anders moeten we een... Heel veel werk. Ja. Heel veel omrijden. Ik denk niet dat je een tunnel kan maken in dit spel. Ik denk niet dat de physics daarvoor gemaakt zijn. Ik denk het ook niet, maar... misschien is er een mod. We kunnen het wellicht. Tunneling mod. Proberen. Een tunneling mod. Hallo! Oké. Ik moet nog heel even wennen aan de landschappen, jongens. Dat is even net wat anders dan dat ik had verwacht. Ligt er een andere... op de berg. Het zijn wat meer hobbels, oké? Ik heb de hele avond platlopen lachen met typische West-Vlaamse moppen. Wat zijn eigenlijk de prijzen van goud? Ja, goeie. Nee, die zijn hoog. Aha. Pijpen. Een beer. Kerosine. Whisky. Oh, donders. Kan ook alcohol maken. Gold bars. Staat geen 22.000. Per gold bar. Ja. 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 Het kan best aantikken volgens mij. Dat zal wel tegenvallen. Dat denk ik ook. Het zal geen miljoenen zijn. Maar als één met de dumper heen en weer rijdt en de ander met de kraan aan de graaf is, dan... Ja, maar dat is het straks. Hè. Je moet straks echt wel gewoon samen heen en weer tuffen. Samen. Dankje. Oh, samen tuffen. Lekker samen tuffen. Oh, de lampen moet je ook uitzetten van de trekker, zie ik. Maar de accu kan niet leeg, toch? Nee. Dan zet ik gewoon ook deze lampjes aan. En we zullen zien of die accu leeg gaat. Mooi! Nou, dan weet iedereen hoe en wat het gaat worden. 1000 liter goud, dat wordt nog wat. Let's go! Road to... 10 kilo. Yeah. Goud is zo warm anders. Maar ga jij nog even door, hoor. Nee, hoor. Hoezo, stop je? Ik wil nog eventjes lekker vast maar gaan doen. Zo. Oh, je vindt het helemaal geen leuk spel eigenlijk. Wel. Nou, volgens mij niet. Ben je een beetje verslaafd op Fasmo, hè? Waarom? Dat is slecht voor je, Mark. Verslavingen. Ja, verslavingen zijn alcohol, Fasmo, dat is echt niet goed, Mark. Neem nog een slokje van zijn bier. Mark, heb je bier al op? Nee. Oké, gaat ook nog weer doorzuipen. Goud is 24 kilo per liter. Oké. Zo, man. Ik vind het mooi. Ik ook. Zou ik niet weten, Remco. Ik ben verslaafd aan de lucht. Ik kan niet zonder.
Nee, jij, dat jij je eigen scheidlucht lekker vindt, dat moet je zelf weten, Tjalla. Dat maakt ook helemaal niet uit. Je zit natuurlijk in de vrachtwagen weer, hè? Ja. Klanten. Ah, oké. Okay. Ja, nee, dat is een good one. Dat is een good one. Very nice. Maar... Nope, zit gewoon thuis vandaag. Dat meen je niet. Oh, je zit in chill, tuurlijk. Want je durft nooit bij ons te komen. Tjalla is een aanbij. Nou, kat in bakken, jongens. Het was weer gezellig. Mooie nieuwe server. Ik denk dat we hier leuke dingen gaan beleven. En sowieso even wat nieuws. Dat is wel gaaf. Even wat nieuws. Altijd leuk. Dat is leuk. Gewoon wat nieuws is leuk. Rob, nice gedaan. Yes. Very nice. Mark, vond je het ook leuk? Ja hoor. Ja hoor. Of vind je het gewoon scheid? Nee, ik vind het wel leuk. Binnenkort ook even mine zoeken. Jos, dat zou goed kunnen. I keep you updated. Everybody, thank you for watching and playing. I speak to you so. Okay? Yes, yo. Okay. Microphone muted. Sound. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot morgen. Dinsdag. Ja, ik moet morgenavond nog wel weg even. Dus het kan zijn dat ik later live ben trouwens. Dat zeg ik je al wel vast even. Want ik moet nog even een paar dingetjes inleveren bij mijn accountant. Dus dat is top en dat kan alleen 's avonds. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Martijn Beestje, dankjewel voor je 14 maanden sub. Thank you so much. Thank you very, 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 very much. Dankjewel voor je support. Brennus, dankjewel voor je support. Maximke, dankjewel voor de support. GamePro NL, dankjewel voor de support. Joe Gamer, dankjewel voor de support. Iedereen die heeft support, dankjewel. Thank you very much. Slaap lekker, allemaal geniet van de nachtrust. Nieuwe seizoen Farming Simulator is een feit. En we gaan er nog lekker mee door. En we moeten nog de stream van pas op zondag ook nog inhalen. Dus we gaan misschien dat we woensdag of zo nog even live gaan. Maar dat zien we van de week wel. Good night everybody. Thanks for watching. And I see you very, very, very soon. Good night. And sleep well.